The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Aha, ik zit hier aan jullie voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de gesten. Not the face! Glippers of kum, binnen daarna! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Onze gast vandaag is een heuse metal-legende in ons Belgeland. Hij is frontman van Channel Zero, jarenlang België's succesvolste metalband. En de enige die buiten Metallica ooit op nummer 1 stond in de zwaarste lijst. En dat zelfs 2 keer. Daarbuiten is hem ook nog metal-dj en nu heeft hem zelfs zijn eigen bier, Turbeau Noir. Naar het schijnt is er ook nog ijscrème. We gaan zien wat er hier allemaal gebeurt, maar in ieder geval welkom Franky De Smet-Van Damme. Merci, dankjewel om mij aan deze tafel te inviteren. Te inviteren. Ja, de max. Dat elkaar gezellig worden, een beetje inviteren, een beetje beer drinken. Ik zie al dat je Turbeau Noir bij hebt, dus dat gaan we zometeen iets open doen en er is om beginnen, denk ik. Ja, ja. Het is nog wel wat vroeg op de dag, but hey, who cares, live a little. Hè? Ja, natuurlijk. We zullen daar misschien mee beginnen, hè? Omdat dat eigenlijk een beetje was waar je kwam langs, je had een hele rugzak vol bij, met zelfs ijscrème, dat gaan we zometeen ook eens proberen. Ja. Turbeau Noir, je bent begonnen met een bier, van waar komt dat? Hoe zit het daarop gekomen? God, dat is eigenlijk vrij een beetje stoemelings gekomen, om het zo te zeggen. Ik denk dat op een bepaald moment stuurde mij iemand een foto met iemand dat een Black Fuel bier gemaakt. Mm-hmm. En ik denk dat dat twee jaar geleden was. En die stuurde naar mij. Hij zegt, de Max zegt, Chance hier heeft zijn eigen bier. Ik had zoiets van, allee, bon, mm-hmm. Cool. Ik weet er ook niks van, maar bon. Dus die stuurt dat deur. Ik heb dat hier gekocht in Limburg. Allemaal goed en wel. En dat was eigenlijk, pas op, dat zag er allemaal wel cool uit en zo. Maar we wisten van niets. Dus ik had zoiets van, sorry, maar dat is niet van ons of toch niet. Allee, ik weet er niets van. En uiteindelijk hebben die man dan even aan de lijn gehad. Omdat dat was plotseling zo'n paar mensen die erover begonnen. En op die moment was er bij mij ook nog totaal geen idee om een bier te gaan doen eigenlijk. Dat was een beetje op de bots eigenlijk, dat allemaal zo binnenviel. En op een bepaald moment was het dan zo dat we zagen dan ook dat die gast de teksten van Black Fuel gebruikte als promo-stunt. En we hebben dan toch gezegd van misschien kijk, niet dat wij daar zo'n punt van maakten, maar dat was misschien toch zo van, kijk, we hebben ook een publisher die dat beheert. Als je morgen met je biertje de wortel schiet of zo, whatever, trekt je plan. Dat wordt beheerd door een firma die eigenlijk de rechten heeft erop. En dan ben ik eigenlijk domweg met een interview van Humo eigenlijk. Op een bepaald moment zat ik in een bar in de Rockcircus in Gent. En die eigenaar ervan, de Jean-François, die zei, als je wil dat zelf niet doen, zegt hij, een bier uitbrengen, dat is makkelijk. Hij zegt, dat valt echt zeer goed mee. En die heb ik dan een telefoonnummer gekregen van een brouwerij, dat was een Strubbe, waar ik dus nu dit verhaal mee doe. En we zijn er eigenlijk, ik denk dat wij er meer dan een jaar mee bezig geweest zijn. En dan op een bepaald moment was het simpel, ik moest de hok nemen om 100 bakken. Ja, dat was die ook. Hij zegt, met wat moet je beginnen? Met een kleine batch. Dus ben ik dan op een bepaald moment, ik had die sleeves ontworpen en alles erop en eraan. En ik had zoiets van, we hebben nu A gezegd, nu moeten we B ook zeggen. En tot mijn grote verbazing, ik moet eerlijk zijn, de eerste dag dat ik met die, ik denk dat ik ze 35 bakken bier in mijn notto geduwd heb. Die notto ging ze volledig met zijn gat in de lucht. Allee, met zijn gat niet in de lucht, met zijn neus in de lucht. Mm-hmm. En na 2 uur nadien waren die 35 bakken weg. Mm-hmm. En mijn kin viel eigenlijk open van, wauw. En waren weg op welke manier? Hoe je dat gedaan? Ik ben eigenlijk bij Dennis beland. Zijn er naar winkels gegaan? Of ik ben eigenlijk bij Dennis beland, omdat we juist een fan zo'n avond hadden. Het waren een paar mensen die mij zeiden van, als je dat uit hebt, koop me wel een bak. Allee, ik had 5 of 6, 7 bakken virtueel verkocht al. Ik was vrij happy eigenlijk. En er zat er dan bij Dennis een cafébaas uit Zottegem. En die proeft dat, die zegt, godverdomme, zegt hij, ik vind je dat goed, zegt hij. Mm-hmm. Hoeveel heb je in je auto zitten? Ik zei, denk nog 24 of zoiets. Zegt hij, geen probleem, al verkocht. Ja. Ik moet eerlijk zijn, ik had zoiets van... allemaal, ze... Allee, cool, allee. Amazing, ja, allee. Dus ik met die mensen mee naar zijn café. Die bakken, hop. Hier zegt hij, let's go. Dus ik kreeg terug naar Gent, waar ik ze laten maken had. Ik zei, ja, ben er al terug. Nog een paar nodig. En die hadden zoiets van, wauw. Dus ja, allee, zo is dat eigenlijk begonnen. En na 2 maanden, om een beetje fast forward te gaan, kwam ik erachter dat ik puur logistiek... Ik was een beetje zelfmoord, want... Mm-hmm. Eenmaal dat ik dat op Facebook begon te smijten, begon dat echt... Ja, ik kreeg veel mensen die wilden wel eens proeven en eens dieren en dat. En voordat ik wist, ja, was dat herentals een bak. En ondurig zoiets van, ja, bon, ben ik niet anders dan dat toen als met bak en bier rondrijden. Met 1 bakje, met nog een bakje, en nog 2 bakken. En, allee, dus en op een bepaald moment heb ik dan eigenlijk door dezelfde man die in Zottegem mijn verhaal in eerste instantie aangekocht. Hij zei, ja, je moet met een verdeler gaan praten, zegt hij, want binnen een maand of 2 ga je echt zot komen. Mm-hmm. En dat was ook zo. Op een bepaald moment kon ik zoiets van, ja, de logica... Allee, als je die logistiek niet hebt, dan is de logica op een bepaald moment zoek. Je kunt overal een bak bier gaan leveren, maar bon, hoe zot maakt het eigenlijk? Want ik bracht ook bij de mensen thuis, dus die hadden zoiets van, mooi, de zanger van Channel Zero, die rijdt met zijn bier rond en die brengt dat die voor mij thuis. Goeie service. Dus ja, allee, weet je, dus... En, de enige brouwer dat aan huis levert, dat is kaart af, dat is sowieso iets anders. En zo, ja, bon, en na 2 maanden ben ik dan bij een verdeler beland en die heeft me dan bij de groothandel terechtgebracht en ja, de eerste prik en de groothandel Prik en Tik, de hoofdzetel, heeft gezegd van kijk, we gaan dat doen, vindt een origineel verhaal, het ook een beetje een verhaal rond en ben ik er nu, ben in november vorig jaar begonnen en kijk, ja, we zijn bijna 3/4 van een jaar verder en dat loopt eigenlijk wel vrij oké, maar pas op, het is ook, maar eerlijk zijn, ik steek er echt wel veel tijd in. Dus ja, allee, het is plezant. Maar het is ook een bier dat je zelf ineen hebt gestoken, hè? Dus... Ja, het is iets dat ik had een beetje een idee in de richting van, omdat ja, welke richting ga je uit? Ik drink al heel mijn leven kriek en ik word al heel mijn leven mee uitgescheten. Ja, tuurlijk. En terecht. Wie drinkt er hier kriek in godsnaam, een zanger van Channel Zero. Godverdomme, nomo. Ja, non de Dieu, zegt ongelooflijk. Dus, ik drink al heel mijn leven graag Lindemans. En, dat is een beetje iets dat ik graag drink. Ik lust dat ook wel. Zo. Ik bedoel, ik moet daar eerlijk in zijn. Ja, van die zoete roebel. Ik kan dat wel graag. Lindemans is ook de lekkerste, vind ik. Ja, vind ik persoonlijk. Zo'n marsubit, dat is zoiets een beetje... Zo'n kriek is een beetje gevaarlijk. Liefmans, Sava ook nog wel. Dat is ook zo'n beetje die... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is die structuur. Vandaar dat hier zit er ook... Waaiverbeer. Het is, bon, dat was het in het begin de reactie. Maar ik had zoiets van, kijk, ik ga trouw blijven aan mijn verhaal voor die in eerste, want in principe komen er nog aan. En dus het is niet de bedoeling om alleen dit te doen, maar je moet op een bepaald moment weer een keuze maken. En die keuze was voor dit. En het was ook een beetje in de richting van, vroeger dronken we allemaal mazoet. Als ik 15, 16 jaar was, dan we drinken maar zoet. Het was een pint met een klak cola in. En achter 10 minuten... Ik heb nog gedronken vroeger. Zag dat er... Maar zoet? Ik had er nog niet zo zot van, maar ik ben wel een grote fan van zoete bieren. Maar mazoet vond ik altijd te plakkerig. Maar wil ik maar zeggen, als je 14, 15, 16 jaar wordt... Ik dacht al even dat je, als je 5 jaar oud bent, dan kun je dat wel aan. Het is vroeg begonnen met de Franky. Pas op, ik ben opgegroeid in een café, dus geloof me vrij. Ik denk wel dat ik al ooit eens een pintje gedronken heb voordat ik de Pampers... misschien geen heel pintje, maar bol. Ja, toeters werden erin gesapt, jij weet dat alleen niet. De tjok-tjok-tjoks. Dus ja, bon. En nu is dat een verhaal op dit moment rolt en bolt. En ben ik op zich wel blij mee. Het is ook een verhaal waar ik een beetje een hok waag. Want mensen denken ook van, oh, de Franky is binnen. Maar dat denken ze al heel mijn leven. Dus ja, ik heb mijn Ferrari staan, zo, van die matchboxjes in mijn kast. En in het zuiden van Frankrijk. Maar wow. Dus weet je, dat is altijd zo grappig. Hè? Ja, de mensen denken snel van... Het is ook natuurlijk plezant, hè. Ja, overal waar ik nu kom, geloof me vrij, als je met mij mee gaat overdag, tegen 3 uur 's namiddags, mee stikken je patat rondlopen, dat is no problem. Hè. Dus, dat is echt, dat is pure realiteit. Dus, je wordt constant bier aangeboden. Goh, man, dat is... dat is een bierwereld. Je moet niet afkomen met een spa. That's not how it works. En dat werkt ook op mijn buikspieren, die zich stilaan aan het... ontwikkelen zijn. Je moet nog zien dat je met je band nog op het podium gerokt binnen een paar jaar. Was dat ook zo? Want er zijn enorm veel brouwerijen in Vlaanderen. Als je veel hebt opgetreden, dan heb je ook elk dorp gezien. Zijn er nog dorpen bijgekomen dat je zelfs met spelen niet zich rokt? Dat je dacht, zelfs ja, dat klein gehucht in een brouwerij. Ja, en dat is waanzin. Allee, je weet je, de simpelste café is... Ja, dat is soms dat is echt een poelder verderfse gewoon, hè. Je komt op binnen en zo... Ah, de Franky! Ja, de Maxa! Allee, cool, zet u! Ja. En een half uur eruit. Ja, ik had het nu een afspraak al. 10 kilometer van... Oh, nu, Franky, we gaan nog niet doorgaan. Hè. We gaan nog geen drinken. Hè. Wat, kan je zelf nog iets gebrouwen? En... Joehoe! Ja. Ik kan je verzekeren... Ik heb al dikwijls gehad dat ik om 2 uur iets zat van... ik moet eigenlijk deur nu... en... Ik ben ook aan het rijden. Ja. Eigenlijk, basically. Nee, maar dat is echt wel niet normaal. Allee, het is, en dan ziet je ook als we nu op van die oudjes zitten, zo, die geraken er om 9 uur binnen zo, en die gaan dan zo'n 4 uur buiten. Ja. En die moeten maar 10 meter stappen ook, hè. Ken je dat? Ja. Maar... En hoe zit dat met alcoholcontroles? Ben ja, je moet dat vooral niet tegenkomen, hè. Ja, maar dat is echt wel... Allee, dus, ja, op een bepaald moment heb ik een moment gehad dat ik dacht van... Dit kan gewoon niet alle dagen blijven duren. Mm. Dat was gewoon over. Met hoeveel zit jij daarna gemiddeld in de week mee bezig, eigenlijk? Op dit moment, moet ik eerlijk zijn, bijna fulltime. Fulltime toch bijna heel de tijd, omdat ik het allemaal zelf doe. Dus omdat ik puur de marketing volledig in elkaar duw... Ja, blijf erbij. Ik heb natuurlijk een gitaar ontworpen eigenlijk. Dat is mijn logo. Ik heb die ook in het groot eigenlijk laten ontwikkelen voor cafés die het eigenlijk verkopen. Dus die krijgen van mij een gitaar. Maar bon, die dus dan kunnen ophangen. Dus ik ben eigenlijk... Cool. Het zijn allemaal zo van die zaken die... Weet je, voordat je de juiste kerel vindt die dat prijselijk kan maken voor u, daar komt echt al bij kijken. Want het is allemaal... Ja, ik heb nu die flessenopeners bijvoorbeeld, die zijn nu onderweg van China. Maar bon, ja, dat kost ook centen. Hè. We zullen ze niet eens laten zien. Hè. Anders wordt dat bier hier misschien nog koud. Halt gewoon naar die neus boven. Dus ik zal het ineens naar de camera wijzen en zo. Ja. Maar deze is dus de Turbeau Noir flessenopener. Ja. Zo ziet die grote gitaar er ook uit. Ja, krachtzelfde. Ja. Alleen de flessenopener is volledig in zwart. Dit is een demo-modelletje dat ze me opgestuurd hebben. Alright, cool. Dus, van de fles open trekken, man. Ja, moet er een klein beetje op duwen. Okay, even zien. Wacht, ik hier, Komt goed. Ik geloof erin. Zo, zoals je ziet, dat is fantastisch materiaal. Dat gaat vanzelf. Nee, het gaat eigenlijk vanzelf. Ik was een beetje aan het knoeien hier. Ik wil toch gewoon even voor de statistieken zeggen. Wanneer dat je dit ziet, is natuurlijk iedereen zijn eigen keuze. Maar voor ons is het 11:34 's morgens. Ja, gewoon dus, toch... maar zo we in de uitspraak It's 5 o'clock somewhere, kunnen wij er natuurlijk wel voor gaan. Laat eens zien hoe dat je het schenkt. Het beste is een beetje scheef houden. Oké. Want anders ga je te veel moes hebben. Alright. Wat moet dat geeft wel schoon. Weet je wat, ik kon u dat bij mij laten doen, man. Want ik geloof niet in mijn eigen, op dat vlak. Maar eerlijk zijn, ik heb er in het begin ook veel over gehoten. Zelfs te veel. En dan, Franky, kun je nog geen bier de Andries is aan het gaan, maar die is er beter in, dat weet ik. Ja, ik ben het ook aan het leren. Hè? Ja, maar jij drinkt wel meer van dat soort bieren. Ik ben aan het draaien. Is een draaitruc, is dat zien of is dat gevaarlijk? Zo draaien met flesje? Weet je, die van jullie... staan dus cool, hè. En dat is het grote verschil eigenlijk. Ja. Ik moet zeggen... Hij gaat sneller moesten, omdat hij iets... Cheers. Cheers, buddy. Ik moet zeggen, voor een... ik kom over. Ik weet niet of dat je er al gaat. Ja, we gaan dat even doen, hè. Bang. Yo. Turbeau Noir, baby. Voilà, kijk. We gaan eens proeven, hè. Ik heb het al wel gedronken, dus ik ga dat niet doen alsof het de eerste keer is. De Dennis zegt het al, hè. We hebben het dan over Dennis Aspelen, voor de mensen die ooit het artikel in de krant gelezen hebben over hoe dat hij in mijn carrière heeft gemokt tot wat het vandaag is. Dennis Fixer, you crazy fuck. Deze is voor u. Dus we gaan er hier een van drinken. Allee, bon, ja, kijk. Maar het is de eerste keer. Ik denk dat het sowieso een goed bier is. Ja. Allee, daar kun je niks over zeggen. Ja. Ik denk dat het technisch klopt. En inderdaad, zoals je straks al zei, voor fans van de vruchtbieren. Ja. Nee, het is een zoet bier. Hè. Bon, allee, moet er niet lul over zien. Als je gist wilt smaken, dan... Allee, dit is geen... doorgisting. Nee, maar het is ook geen... lichte pint nasmaak en dat is het verhaal. Het is wel lekker, maar ik lust het graag. Ik heb het al een paar keer gedronken toen ik hem try-outen was, had een Dennis het altijd bij. En die zei dan altijd, kom on, nou, Turbeau Noir. En ik wist ook al, want ik heb zo 1 aan try-out gedaan, dat ik er 2 op had in de kleedkamer. En ik kwam die terug binnen en ik zei, dat gaan we niet doen, Dennis. Want ik begin nu al te voelen. Het zit wel in de familie van de sjoefjes en de valse bieren. Die smeerlappen waarvan dat je denkt dat je er veel van opkrijgt, maar dat is eigenlijk niet. Inderdaad. Ja. Maar ik snap wel wat je zegt. Allee, hoe onnozel dat ook klinkt, want het is een oneerlijke omschrijving als ik het zo zou zeggen, maar jij zegt... maar zoet in gezicht kreeg. Ja. En het is niet onnozel, want je voelt wel, het is zoetig, maar het is wel meer bier dan die twee dingen, denk ik. Inderdaad, inderdaad. Dat wel. Ja. Het is pas niet, op, allee, smaken, ik moet eerlijk zijn, ik heb al van heel veel mensen zoveel verschillende manieren te horen gekregen van voor de ene is het veel te zoet, voor de anderen valt het wel vrij goed mee. Ja, ik denk dat dat ook... Ik heb ondertussen ook geleerd, want ik ben ook echt heel veel aan het bijleren, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Als je hele dagen van die stoutbieren drinkt, dan wordt je smaak ook letterlijk gewoon aan die bitterheid, aan die bepaalde smaken. Als je dat er dan achter drinkt, ja, dan is dat precies of dat je een chocomelk drinkt. Fruitsap, ja. Maar ik moet wel zeggen, want... Hoeveel van die smaken heb jij eigenlijk zelf mee te maken gehad? Er was een stuk van de brouwerij, want ik moet eerlijk zijn, ik ben zelf geen brouwer, dus ik ben eigenlijk een beetje in een wereld terechtgekomen waar ik zei, wat is uw gevoel? Ik kon alleen maar zeggen, van in het begin vond ik het te zoet, het eerste verhaal. En dan er stond ik totaal, maar dan ook geen schuim op. En daar had ik echt zoiets van, ik weet nog dat ik met een brouwer dat toch wel... een stukje op doorgezaagd heb. Die mensen, ik kan me echt wel... Ik moet echt wel opletten, want ik kan die doppelmeunden niet van zelfs afspringen, omdat uw schuimgehalte heeft ook te maken met uw CO-druk die je steekt. Voor mij ook allemaal een leerproces. Blijf erbij, het is allemaal een stuk nieuw. En ik had zoiets van, en hij heeft dan zo toch wel een klein beetje verder durven gaan. En die in balans gezocht. En want eigenlijk is dit is nu de derde batch, eigenlijk. En ik denk dat dit nu... Ja, nu zitten we een beetje bij het finaal verhaal, maar als je nu de eerste zou drinken, zou je merken van wow, er zit nog verschil op met dit en die eerste batch. Maar ja, het is ook een soort zoeken en nu blijf ik erbij. Voor mij zit echt wel een bier door dat schuimig en in dat glas speciaal gemaakt. Het is zo. Als je het scheef houdt, kun je ook zien dat de moes blijft komen, eigenlijk. Ja. Dat komt door die lasering die er onderaan in zit. Oh, cool. Maar eerlijk zijn, als je dat in een glas schiet met een brede teut, dan heb je ook wel minder schuim. Dus ik moest een glas vinden met een smalle kraag. Het grappigste is, die mensen, want dat is gemaakt bij de mensen die... bierglazen bedrukken. Ja. En Orval en zo. En die kerel die zei, ik weet eerlijk gezegd niet meer welk glas dat we nog gaan moeten proberen. Ik zei, hier zou je in een bak staan met iets dat je aan iemand verkocht krijgt. Zo, en hij zei, wanneer zou een deur staan zo, met een glas of 20 in. Zo. En hij, man, dat zat ertussen. Ik haal dat ervan tussen. Zei, kerel, ik ben het gevonden. Want het probleem was ook, om de volledige draak erop te drukken, moest het zo recht mogelijk zijn. Ah, ja. Hoe boller het glas, hoe kleiner de druk. Ja. Dus dat was ook een van de redenen dat we op zoek waren naar iets met een recht oppervlak. Want anders, hij zei, als je er alleen je naam op zet, zegt hij, dan gaat je glas niet opvallen. Want ik heb hier 700 glazen staan, zegt hij, bedrukt. Ja. En we hebben er toch wel een beetje een serieuze zoektocht aan overgehouden. Maar dit is nu wel degelijk. En ik vind ook, ik moest een beetje stoer zijn. Hè, want... Ik vind ook wel grappig de naam eigenlijk. Ja. Turbeau. Eigenlijk Black Fuel kon niet. Nee. Dus ik ben moeten zoeken naar een nieuwe naam. Ik heb denk ik een naam of 40. En dat kon niet omwille van hetgeen dat die gast al gedaan had? Of was dat eigenlijk omwille van... Maar ja, anders moest ik een soort Black Fuel 2 doen. Gedaan had natuurlijk. Basically was het simpel. Ik was op zoek naar iets dat kon beschermen, want dit is nu volledig beschermd. Ja. Tot in China en Japan en noem maar op. En die Turbeau bier was eigenlijk... Turbeau bestaat eigenlijk in Indië. Dat is een bier in Indië. Een soort pils. Dus ik had zoiets van, met een O, dat is ik al... met die Noir ben ik dan eigenlijk op die EAU. Omdat de uitspraak... Ik vond die uitspraak moest zo een beetje stoer, toch? Turbeau. Het grappigste is, bijna iedereen, als je dat aan een Amerikaan laat zien, die Noir, die zien ze bijna niet. Dus, Turbeau bier. Dus ja, dat was een beetje mijn bedoeling om ze... Het moest direct snel... op te pakken zijn. En moet eerlijk zijn, krijgen nu wel zeer goede reacties op het Franstalige kant, terwijl dat die EAU is een beetje puur een logistiek verhaal geweest om het kunnen in te vullen, want het was ook direct te beschermen. Zwart water eigenlijk. Ja, zwart water. Ja, het was van Black Fuel is het Black zwart, Water. Ja. Maar dat is het in ieder geval zeker niet. Dat kan ik jullie wel beamen. Hè. Toen ik er 2 binnen had en nog moest optreden, voelde ik wel heel hard. Ja, een beetje wat ik met La Chouffe ook heb. Ja, want dat is ook zo'n biertje dat vlot wegdrinkt en ineens denkt dat Jesus Christ, hier ben ik toch niet klaar voor. De man met de hamer. Was het ook geïnspireerd op meerdere... je weet, Motorhead heeft een bier, Metallica heeft een bier. Er zijn veel metalbands. Ik denk dat Mastodon een bier heeft. Maiden, hè? De Trooper. Maiden, ja. Was het daar ook wat op geïnspireerd? Of er, want ik heb meer het gevoel dat je er eigenlijk eerder per ongeluk in gevallen bent dan dat het dat was. Moet eerlijk zijn, nu kom ik er heel een tijd, loop ik er heel een tijd tegenaan, omdat er ook heel wat mensen zijn die met die metalbieren bezig zijn. Maar eigenlijk is het wel zo dat ik er een beetje stoemelings in gerold ben. Mm-hmm. Zoals heel mijn leven, zo, een stoemelingsverhaal. Daar gaan we het zo beter over hebben. Dus was er een groot plan... Goh, ja, weet je. En ook, ik blijf erbij, maar eerlijk zijn, met een bier is het simpel. Hè. Je mag nog een schoon etiket hebben en het mag er de max uitzien. En als je het in je mond giet, hè, je moet het niet in, dan ga je het geen twee keer drinken. En ik denk dat daar voelde ik wel heel snel aan dat ik dan 10 mensen liet drinken, dat er makkelijk 6, 7 waren die zeiden van, hé, ik vind dat wel oké. En ik denk dat dat wel het draagvlak is, want moet eerlijk zijn, je hebt zoveel competitie en er komt wekelijks wel 5 of 10 bieren bij. Als het niet meer is. En ook de competitie, dat is waanzin. Hè? Pas op, wat ik de max vind aan die bierwereld, en dat geef ik echt wel toe, toen ik er in het begin inrolde, dan was dat precies, als je op zo'n bierfestival terechtkomt, dan is dat net zoals dat je, weet je, ik weet niet of dat nu zo nog veel bestaat, zo van die metal zaterdagen waar je platenkost uitwisselt en zo een t-shirt kopen en zo, of like vroeger in de netwerk in Aalst, als je naar een punkconcert ging, dan kost je de platen van X-Creta en wat nog allemaal kopen en dat was zo'n heel marktje erbij zo, en in de bierwereld is dat krakcel, dat is dus die maniacaliteit, dat is subliem, hè? En grappig genoeg veel hardrockers die in dat wereldje inzitten. Dus, heel funny hoe dat een soort parallel verhaal is die anders is en toch even... er zitten gepassioneerde hekken bij. Even geobsedeerd en gestoord als metal in de tijd. Dat gaat heel ver. Hè. Ja. Ik ben nu het groentje dat binnenkomt in dat wereldje. Zo, en, de Franky, met zijn wavenbieren. Kan je dat? Dus en ik pak dat dan gelijk een ventje. You take it like a man. We zullen gaan zelfs ook nog eens, want er is ook nog ijscrème. Hè? Ja. Maar juist zien dat hij niet... Dat hem niet helemaal smelt, dus we moeten hem misschien z'n ook maar eens gaan opdienen. Ja. Hoe zijn het daarbij gekomen? Wat is... Ook weer, geloof het of niet, op de bots. De mensen die... Is dat Turbeau Noir ijscrème? Ja. Of... Dat is met het bier van die crème is echt op basis van mijn bier. En dat is iemand die eigenlijk in Popringen, L'Héritage, en die mensen doen al... Ja, die hebben een waanzinnig ijssalon. Prachtig verhaal ook eigenlijk, maar zijn moeder die doet al 20 jaar Westvleteren, maakt al ijscrème voor Westvleteren eigenlijk. En hij is een beetje een fan van Channel Zero en hij stuurt mij dat op, zegt hij, ja, zegt hij, godverdikke, zegt hij, komt dat proeven, zegt hij, want allee, als jij het niet lekker vindt, ga ik het ook niet doen, maar ik denk dat het gewoon oké is. Dus we zijn daar naartoe geweest, 2 maanden geleden, en het is nu heel grappig, ja. Mijn verhaal gaat nu een stukje vertrekken richting De Leijs en Carrefour, en ik heb direct die ijscrème meegepakt, dus dat is van, als je dat logistiek kunt invullen. Dus ben je nu bezig met crèmepottekes. Dus... Zot als nacht te beuren. En hoe die maakt dat dan voor u? En jij verdeelt dat dan zelf? Of hoe ik ben daarmee bezig. Dus ik ben er nu nog niet in geslaagd. Want geloof me vrij, bier verdelen is vrij gecompliceerd eigenlijk. Om dat op de juiste manier te doen. Prijsmatig, noem maar op. Bij crème zit je nog met een groter logistiek probleem. Want gelijk nu ook. Ik rij een uur, 15 minuten om naar hier. En die crème, dat gaat in zo'n zakje mee, zo'n koeler erbij. Misschien 1,5 uur mee. Dus, weet je. Dus dat is een noodoplossing. Maar ja, weet je, als je zo'n 100 van die potjes dan kun je daar een uurtje mee rondrijden. En dan moet je gaan in de vuilbak smijten. Hè. Dat is simpel. Dus dat is toch een vrij gecompliceerd verhaal. Maar het is zo, door het bierverhaal kom ik nu wel in contact met allerlei mensen die zeggen, moet mijn dien eens gaan praten en mijn dien. Dus ben ik nu een stukje bezig om dat allemaal in te vullen. Maar eerlijk zijn, het is zeer boeiend, want voor mij is het bijna een uitdaging. Ja, ga ik die crème überhaupt wel in de winkel krijgen? Want op Facebook is het, Franky, waar kunnen we dat krijgen? Ja, dat is nog wel eens een schoon voorbeeld dat de wereld in elkaar zit. Wij zijn zo verwend. Als je daar eens mee gewoon eens begint te kijken voor een dom oneuzel potje crème, wat voor een weg dat moet afleggen om dat eigenlijk op de hoek bij de mensen binnen te krijgen met een beste vriend. Dat is... Ik had zo'n super sticker gelezen, ik ben juist terug van Amerika, ik ben er 3 weken geweest en er was een camion die er op straat reed en er plakte een gigantische sticker tegen die camion van achter en die zei, if you have a problem with trucks, stop buying so much shit. Ja. Dat is letterlijk wat erop stond. En dat is, heel de snelweg rijdt rond met dat. Met mensen die dat het in uw winkel proberen te krijgen. Dus en ook de steden... en jij doet het alleen momenteel. Maar maar ik doe het niet... Allee, ik zou het ook niet zelf kunnen doen, maar het is wel zo. Het is wel een zeer boeiend verhaal, omdat ik... Weet je, het is niet alleen die crème produceren dan, het is ook die crème, die pottekes, en van punt A naar B naar C brengen. En dat moet gekoeld blijven. En wie doet er dat aan een prijs? Wie ziet dat zitten? Want ben ik ijsboerken niet, hè? Nee, je hebt geen gigantische afname nog. Ik zit niet mee 100.000 pottekes crème, hè? Weet je, dus... Zullen we er eens om beginnen? Ja. Oh ja, tuurlijk, man. Ik wil dat wel proeven. Hey. We zijn er al veel te lang over aan het babbelen. Dus ik kan het hier nog nageven. Oh, maar is nog goed. Het is hier ineens zo'n soort eet- en drinkfestijn geworden. Het is nog juist gepast. Wie zegt dat er in de metal niet af en toe eens goed gedronken en gegeten wordt? Maar en best. Ja, voilà. Ik zou zeggen, het is 11:48. 11:48. Het is crème met alcohol. Het is crème met alcohol en het is alcohol met alcohol. Dus deze wordt hier top. Ik ben heel blij dat ik niks gegeten heb van de morgen. Voilà. In ieder geval... Het is gepast nog. Cheers. Ja, dat is ook goed. Dat is lekker. Lekker, hè? Yes. Dat is een beetje... Het is geen sorbet, maar het is een ruwe structuur. Is het hoeveel percentage alcohol? Het is niet voor de kindjes, neem ik aan. Goh, dat is moeilijk uit te maken, hè. Het is zo dat... ik denk dat je wel serieus wat podcasts zou mogen eten voordat je zat zou zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Allee, moet eerlijk zijn, volgens mij kun je daar niet echt dronken van worden. Maar eigenlijk is het alcohol, blijft erin. Moet eerlijk zijn, ik wist het ook niet. Maar je proeft het wel, zo. Je proeft het wel, ja. Maar het is ook wel zo niet... dat de alcohol verdampt op 78 graden. Dus als je eigenlijk... want er wordt heel veel mee gekookt. Hier in Antwerpen, L'Invincible kookt met Turbeau Noir. Al hun vleesgerechten op dit moment. En dan verdampt dat eigenlijk. Dus als je die stoverij of het stoofvlees de saus ervan maakt met dit, valt dat ook zeer goed mee. Allee, dat is eigenlijk wel grappig, want dat zat ik nog te denken. Dat voelde ook heel hard. Hè. Als je zo bijvoorbeeld meer in Oost- of West-Vlaanderen stoverij gaat eten, dat is zoeter dan hier. Ja. En dat zie je altijd. De bieren, dat wordt daar inderdaad meer met zoetere bieren gedaan. Wat ik altijd kei lekker vind, maar daar moeten voor zijn. Hè, want er zijn ook mensen die dat liever niet hebben. Maar ik vond altijd dat ze... Als ik in Oost- of West-Vlaanderen op een frituur stoofvleessaus pakte, vond ik dat daar lekkerder dan bij ons. Maar dat is dus een gerecht ook, want eigenlijk is het ook een beetje puur eigen mengsel. Hè? Want het is ook wel zo hier... Wat zit er nog in? Want het is bier, maar wat zijn de andere... Alleen, dit is echt op basis van mijn bier alleen. Okay. Dus de ijscrème is letterlijk... Natuurlijk, het is ook een artisanale crèmerie. Die mensen maken echt wel... Het is niet voor het zeveren, die maken ook heel lekkere andere crème. Maar dit is een verhaal, dus de alcohol blijft erin, omdat het op 60 graden gemaakt wordt. Ik heb toch een gevoel dat je er hier een paar van binnen hebt, dat je het wel gaat weten. Zo. Ik weet het niet, maar ik... Het kan natuurlijk wel zijn dat je erbij drinkt, natuurlijk. Ja, ik weet dat niet. Ik voel dat wel. Ik bedoel, niet voelen van ik voel het niet, maar is wel... Er zit wel een alcoholsmaak in. Het is niet dat je denkt van... Nee. Je proeft dat niet. Dat is absoluut wel. Wat wel weer bevestigd is, ik zat 2 weken geleden op zo'n bierproeverij, zo'n kleine brouwerij in West-Vlaanderen, en die kerel... Je zei wel één ding dat me is bijgebleven. Je zei vooral, als het gaat over revoluties in bier, zegt hem, loopt Vlaanderen wat achter. Dat is, de IPA's en zo. Het is echt in Amerika waar ze zotte dingen aan het doen zijn. Maar, zegt hem, waar België altijd wel in uitblinkt, is dat ons gemiddelde enorm hoog is. Ja. En dat is hier ook weer want eigenlijk zou je kunnen zeggen... Goh, ik bedoel, uiteindelijk neem je een groot risico, je doet iets, en dat is toch onmiddellijk een deftig niveau. Allee, pas op. Die kraamglas ook, hè. Daar kun je niks van zeggen, hè. Moet eerlijk zijn, het bier wordt gemaakt door een brouwerij, dat is 6 generaties al. Die mensen, die zijn ook wel gepassioneerd bezig met het verhaal. Maar eerlijk, zonder hun zou ik dit niet kunnen doen. Allee, ik moet er ook niet lullen over doen, maar die mensen zijn er wel... Blijf erbij, als ik ontzag was over dat schuim, was dat voor mij... Ja, ik wil meer schuim. En die had waarschijnlijk iets van... Ik kan er geen kloten van. En jij wil meer schuim. En shut the fuck up nu, schuim, loser. En op duur zo... Maar het was wel... Die mens, Stefan... Van in het begin voelde ik dat die kerel zo... Die was een beetje verrast. Die had zoiets van, man, zegt hij... Je meent het wel. Maar ik had zoiets van, weet je, bedoel... Als we het dan doen, doen we het... Beter liever goed dan niet, hè. Weet je. En ik zag wel dat hij zo heel de tijd iets had van... Weet je, ik ga wel mee in die trip. We hebben er wel meer dan een jaar over gedaan, voordat dat verhaal er dan was. En, bon. Voilà, nou, dat was mijn ontbijt voor vandaag, dames en heren. Dus ik heb ineens al ijscrème met alcohol en we drinken er een Turbeau Noir bij. Dus ja, het leven gaat goed. Als we beginnen zingen, niet verschieten. Ook dat nog. Ik denk dat nou juist iedereen dat hier nog aan het luisteren is en het hopen is dat wij niet gaan zingen. Dus weet je, maar at die 2 uur een kop maar houden over... Dan zie je zo'n YouTube in de statistieken, zo'n daling na 30 minuten. Zo. Ja, er was ineens 40% van de luisteraars en kijkers weg. Ja. Voor hier of andere reden. De servers gecrashed en toestanden. Ja, nee, bon. Ja, in ieder geval, ja, we gaan het er natuurlijk over moeten hebben, want jij bent niet alleen bekend voor het feit dat je een bier brouwt, maar uw bier is natuurlijk ook iets dat voortkomt uit een hele geschiedenis, Franky De Smet-Van Damme. Ja. We zullen misschien maar eens beginnen bij het begin. We gaan gewoon de origin story doen. Hè. Jij bent geboren in West-Vlaanderen, dat klopt. Nee, in Oost-Vlaanderen. In Zottegem. Daar zit jij vandaan. Ja. Ah, ik dacht altijd dat jij rond Brugge wordt. Nee, ik niet. In mijn kop zat dat altijd daar. Ik ben gaan wonen aan de kust in 1996. Als ik met mijn ex-vrouw getrouwd ben in Wenduinen, en ben ik in Wenduinen gaan wonen. Maar ik moet eerlijk zijn, tot daarvoor... ik heb zo'n beetje overal gewoond. In Aalst, in Denderleeuwen, in Alft, in Brussel. Ja, wij repeteerden de hele tijd in Brussel. Dat was een chaos van je welst eigenlijk. Dat was op tournee vertrekken en je appartement verliezen, omdat je... Ja, plotseling waren we weg voor 3 weken en dat weer 3 maanden. En mensen die in verhuurden, die hadden iets van Bobby, that's not how it works. Ja. Maar ja, we kennen dat. Fuck it all. En de wereld is aan ons. En... Ja. Maar voordat we bij Channel Zero geraken, je hebt niet de gemakkelijkste jeugd aller tijden gehad. Goh, nee. Ja, tuurlijk, dat vormt u wel, hè. Maar het is ook wel zo dat hoe moet ik dat zeggen... Het is een verhaal bij mij geweest dat mij toch een... hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat ik daar lang van weggelopen ben. Omdat ik ook... Moet eerlijk zijn, mijn vader was een vrij... Het was een kleine gast, maar dat was ook wel een heel kolerieke kerel. En daar liep iedereen zo'n beetje van weg. Zo eigenlijk. En zeker ik, ja, als kind en met al de zever die me dan ook meegemaakt hebben. Maar het is wel zo dat je dat... Natuurlijk scherpt u dat op een manier dat niet... correct is een stuk, hè? Want je hebt zo'n haat-liefdeverhouding en... Maar ik heb het geluk gehad dat mijn grootouders mij opgevangen hebben. Hè? Dat is een beetje het verhaal geweest bij mij. De simpele, na 14 dagen zat ik in een, bij de zusterkes of bij de nonnekes, hoe dat je dat kunt. Mijn vader had mij eraf gedropt, want ik was eigenlijk niet de bedoeling dat ik er zou geweest zijn. Ja. Dus 14, je wordt 14 dagen oud toen. Ja, 14 dagen oud. En ik weet nog goed dat, van de verhaal die ik dan nadien gehoord heb, was het simpel. 3 maanden erachter kwam mijn grootmoeder erachter via haar huisarts. Die zei van ja... Ik zou toch een keer gaan kijken naar die kleine, maar mijn grootmoeder mocht eigenlijk niet bij mij. Dat was een heel verhaal, een heel gedoe. Maar die is dan met haar huisarts eigenlijk bij die nonnekes dan toch binnen geraakt. En die huisarts had zoiets veel zitten. Als we hem hier nu laten liggen, kunnen we hem in een 14 dagen begraven. Dus ik was er eigenlijk bijna meer aan, omdat ik eigenlijk grappig genoeg blijkbaar een reactie deed op poedermelk die ik kreeg of whatever. Oké. En zo ben ik in de kliniek beland. Ik denk... Oh ja, meer dood dan levend. Maar ja, weet je, als je een maand of 3 oud bent, ja, dan zijn er nog een nukkie puk. Weet je, zijn heel gevoelig. Je hebt ook kinderen. Ik heb ook een dochter. Kinderen kunnen extreem snel ziek worden en extreem snel weer genezen. Na 3 maanden ik de kliniek binnen. En dan heeft mijn grootmoeder gezegd van, kijk, nu is het gedaan. Die komt bij mij. Ja. Dus nu ben ik bij mijn grootouders beland eigenlijk. En ik heb eigenlijk gans mijn jeugd bijgebleven tot de momenten dat mijn vader, als ik dan 13, 14 jaar... mijn vader had ook een garage eigenlijk. Ze hadden een café, een takeldienst, een benzinepomp. En jij wist dat uw grootouders wel uw grootouders waren? Ja, dus jij dacht niet dat uw ouders waren? Nee, dat niet. Want ik zag mijn moeder vrij regelmatig eigenlijk. Dus die kwam... Die passeerde dikwijls in de week eigenlijk. Dus dat was eigenlijk het feit niet. Maar ja, ik had natuurlijk een soort haat-liefde verhaal met mijn vader. Want voor mij was op kerst en op nieuwjaar en op Sinterklaas gebeurden er andere dingen dan alleen maar Lego-blokjes ophalen. Daardoor krijg je dan toch zo een beetje... Dat klopt hier niet goed met die kerels. Ja. Mag ik vragen wat? Maar dat is dus misbruik geweest, hè? Ja. Letterlijk. Dus uiteindelijk zit je in een situatie waar dat je... Ja, moet ik dat zeggen? Als dat zo vroeg gebeurt, dan... Eigenlijk heb je nog totaal niet door wat dat wat er dan fout aan is, maar toch ja, weet je dat dat niet klopt. Ja. Dus iets dat, ja, ik kan het niet uitleggen. Dus, je voelt dat gebeurt ook altijd op momenten dat dat niet... Allee, weet je? Mm-hmm. En ik was dus grotendeels bij mijn grootouders. En hoe moet ik dat zeggen? Ja, op duur loopt je er ook een stuk van weg. Hè, want ja, ik ging niet graag naar daar, figuurlijk gezien. Ja, ja. Dus, en... maar ja, als je dan iets ouder bent, zo weet je, ik denk 13, 14 jaar, dat was dus zo, ja, die had een garage op die moment. Die wou dat ik, nee, zelfs niet, dat was nog iets vroeger. Het verhaal is zo, dat ja, die wou dat ik in die garage ging gaan werken. Allee, wow, ja, maar ik zie van, ik zie toch helemaal niet zitten, kerel, wat de fuck hier. Ja. En dan heb ik zo van de eerste keer gehad dat ik zo zat van, kijk, ja, dat gaat niet gebeuren. Forget it, just forget it. Ja. En, maar bon, ja... Ik moet eerlijk zijn, ik had dan ook wel altijd de backup van mijn grootmoeder, die mij toch wel vrij zwaar beschermde of probeerde te beschermen. Wist je dat? Ik denk dat niet. Dat verhaal is vrij laat... Je hebt dat nooit verteld? Dat is vrij laat naar buiten gekomen, eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, dat heeft zelfs zeer lang geduurd. Het is ook heel grappig. Ik blijf er altijd bij. Ik denk dat ik op een bepaald moment zo... In mijn 20er jaren... Zo'n moment had ik dacht van, fuck man... Dat ik zo van die flashbacks had, dat ik dacht van... Allee, tju, dat is juist. Dat, en daar, en dat. Dat is zo heel funny, hoe dat lijkt zo heel absurd. Want op het moment dat ik dat in eerste instantie realiseerde, dacht ik van... Allee, dat kan toch niet? Dat je dat, allee, dat is precies of dat ik dat vergeten ben. Also, hoe doe je dat? Maar dat is waarschijnlijk omdat je die situaties wel wilt vergeten. Ja. Maar dat je er natuurlijk op termijn... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beschermingsmechanisme. Ja, je sluit dat af of zo. Ik weet dat niet. Ik moet eerlijk zijn, ik ben daar zelf ook een paar keer tegenaan gelopen dat ik dacht van... Amai, hoe kan dat nu dat je daar zo mee omgaat? Maar dat is heel raar. Allee, als ik nu soms zo verhalen lees van gelijkaardige dingen, of, ja, dan hou je daar toch wel een stukje... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Je zit er toch wel... Ja, dat heeft van mij toch wel een beetje een andere... mens gemaakt dan dat ik misschien... ik moet eerlijk zijn, als ik nu... Ik ga het anders zeggen. Ik heb nu zelf een dochter gehad, ze is nu 17 jaar. Mm-hmm. Weet je, dat ik dikwijls momenten had in mijn leven dat ik dacht van shit, ja... we staan nu in de badkamer en... dat kan hier niet naakt, weet je. Ik bedoel, weet je, dat je van... Bijna, ja, maar ja, het grappigste is, ik woon nu in een loft, alles is... Ik heb maar hier een deur, de wc beneden, dus ja. Allee, niet dat er iets is, maar... Het is heel funny je zit daar heel bewust van. Dat je een soort van... Voel je daar niet gemakkelijk bij, omdat je zo, terwijl dat er... Ja, er is niets aan de hand. En mijn dochter ook, ja, ze weet ondertussen het verhaal ook wel een stuk, omdat ik het ook zelf vertel heb. Maar, weet je, maar dat is heel funny hoe dat je leven toch wel blijft beïnvloeden. Ja. Hoe dat je op een soort gewaarigheid of een soort... Ja, dat is iets waar je mee bezig bent, zonder dat je dat eigenlijk ook altijd wilt. Zo, want... Ja, weet je, ik bedoel, ik vind dat nu zelfs goed, want ik denk door het feit dat ik nu in een loft woon, waar dat eigenlijk, ja, we hebben geen deuren, dus de douche is dan ook nog met een glazen deur, dus ja, fantastisch kot, dat verhaal is niet van mij, maar bon, dat is wel funny zo, want nu niet meer, hè, maar ik heb zo toch momenten gehad in mijn leven dat dacht van, waarom voel ik me hier nu ongemakkelijk bij, terwijl dat er niets aan de hand is, maar... Ja. Allee, weet je, dat is toch altijd dat ik zo de neiging heb zo van, ja, Kiki, als je in de douche zit... wacht, dan ga ik ergens anders naartoe. Ja. Zelfs als het moet passeren, ga ik me daar zo een beetje zo van... ik ben weg. Dus dat maakt van u toch een ander persoon, omdat je daar, ik weet dat niet, je daar schrik voor... ik moet eerlijk zijn, ik heb daar geen schrik voor, maar ja, dat is funny dat u toch wel blijft een stuk... beheren, want ja, dat maakt van u een beetje, denk ik, toch een ander persoon in denkwereld dan dat je dat, ja, als je daar nooit mee bezig geweest bent. Vertrouwen, denk ik, is al wat moeilijker. Omdat uw vader iemand is dat je zou moeten kunnen vertrouwen, en als dat gebeurt... Ja, maar nee, bij mij is dat... en ik blijf erbij, die colère toestanden, ja, dat was iets... Als kind, man, dan kroop ik gewoon in het nok van het dak, want ik wou er niet bij zijn, want dat was... Ja, dat is toch wel... Stigmatized for Life, de tweede plaat, is niet... dat gaat daarover, hè. En ik denk ook, eerlijk gezegd, dat, zelfs al ben ik op de bots in Channel Zero ingerold, het is ook zo, geloof het of niet. Dat is voor mij een uitlaatklep geweest, grappig. Dat is echt iets geweest waar dat... Mensen vragen mij soms, oh, maar man, ja, dat je zo kunt kelen en je ding doen. En ik zoiets van, ja, moet eerlijk zijn, ik heb nooit bij stilgestaan. Ja, dat heeft mij... Wat ik zeer blij mee ben, is dat dat mij eigenlijk geholpen heeft om er volledig over te geraken. Ja. Maar dan ook echt... Allee, ik heb de laatste 2 jaar van mijn leven, was ik de enige die nog echt achter hem omkeek. En toen had ik... en die heeft dat ook gevoeld. Ja. Die voelde van, oei, die loopt niet meer weg van mij. En ik had ook zoiets van, kijk, ik heb het gehad, maar om eerlijk zijn, ik was al 30 uit dan, boven de 30. Dus, allee, weet je, ik bedoel, het is heel absurd hoe dat er zo lang over doet, om u daar zo meester in te zijn, om dan te zeggen, well, weet je wat, ik kijk ik goed tegen om te zeggen van, fuck you. Want eigenlijk, ik blijf erbij, in heel het verhaal, en dat is echt niet verzeveren, had hij op het einde van zijn verhaal, hè, want hij was niet meer mobiel en noem maar op, had hij op die moment 1 keer, maar dan ook 1 keer gezegd van, sorry gast, weet je, ik had dat niet mogen doen. Allee, dan had ik dat waarschijnlijk makkelijker een soort punt van gemaakt. Want mijn punt was eigenlijk al gemaakt. Ja. En dat voelde hij ook. Ja. Maar ik blijf erbij, hij is gelijk een steenezel in zijn graf gekropen. Ik kan er niet bij, ik zou dat niet kunnen. Moest ik zo... Allee, ik heb zo met mijn dochter ook zo... proberen een relatie te hebben wat ze echt voelt en wie dat ik ben. Wat gaat goed, dan gaat goed, gaat niet goed. En allee, what's wrong with a fucking sorry, you know? Ja. Allee, dat zou een heel verschil kunnen maken om een verhaal een stuk te gaan plaatsen, want als ik nu zie, de leidensweg... Sorry, je had gezegd, ik heb het gevoel dat jij dan had gezegd dat dat goed voor u geweest was. Ja, maar, dan had ik direct makkelijker... Dan... Ja, want ik had het hem eigenlijk grappig genoeg al een stuk verheven, funny enough. Ja. Echt, dat was ze. Ja. Ik weet nog goed, op het einde, dat hij... Want er is zo'n verhaal geweest, dat is echt absurd. Ik weet nog goed dat ik mij Schizo... Ik heb zo'n soloband gehad op het moment dat we gestopt zijn. Ik heb dan een nummer, Never Forgive, gemaakt eigenlijk... Oh ja, was het ook weer zo nog een stuk van dat verwerkingsproces. Een heel emotioneel nummer eigenlijk. Dat gaat over hem. En het grappigste is, ik ben op Canvas uitgenodigd geweest. Dat was met Dave Peters en met Luc de Vos was daar nog bij. En de derde persoon kan ik er nu niet direct mee bijhalen. We hebben dat nummer toen gebracht op Canvas. Dat was een programma zondagmiddag. En dat was heel funny, want als mijn vader overleden is... Ik moest 14 dagen erachter, hij zat zo in een soort opvangtehuis, waar ze hem eigenlijk soigneerden, want die had ook medicatie nodig. Allee, dat was zo'n beetje een verhaal waar ze een stuk alleen woonden en toch de ondersteuning hadden. En ik weet nog goed, als ik zijn kleren ging ophalen, kwam een van die mensen die daar werkten, die verpleegster, ja, zegt ze, ja, we hebben die 14 dagen toch een beetje een absurd verhaal met uw vader meegemaakt, want die heeft een tijd geleden heel zijn kamer afgebroken en ik had zoiets van, ik weet er nog niet van. Allee, hij had blijkbaar een woede-uitbarsting gehad. En dat was als hij het programma gezien had. Dus dat was op Canvas, dat was zondagmiddag. Hij keek niet zoveel tv. Maar ik heb er nooit van geweten tot na dat ze het mij vertelden eigenlijk. En, en dat was wel... en toen dacht ik van, godverdikke, ik heb hem toch ooit 1 keer kunnen doen reageren. Want dat was voor mij zo absurd... Ja, maar die had ik... Ja, zeg ze, maar dat was echt dat wel... Puur naar aanleiding van een tekst van dat nummer? Of had jij ook verteld over hoe dat... Ik weet niet of dat hij de tekst zelfs helemaal... Maar ik weet dat ik in het interview ook erover gehad heb. Ah, voilà. Ja. En Dave Peters heeft me daar een paar vragen over gesteld. En ja, ik heb toen gewoon... Ja, gezegd van, kijk, dat is de reden. Hij is ook gezegd, ja, dat nummer is... Ja, we voelen dat heel emotioneel is. En dan, ja, dat is wel funny dat je dan van de verpleegster hoort, achter dat hij dan overleden is, dat hij daar heel zwaar op gereageerd heeft. Want ik heb het nooit geweten, op het moment zelf. Ik denk dat dat een paar maanden ervoor was. En die kwam dan met dat verhaal af en die zei, ja, we hebben toen wel... we hebben dat ook niet durven zeggen, want dat was dan allemaal opgelost. Hij had blijkbaar heel de boel afgebroken. En toen ik zoiets van, dat is toch wel goed dat hij ooit dus gereageerd heeft, de smeerlap, figuurlijk gezien. Zo. Maar ja, weet je, ja, kijk, het zijn zo van die dingen... Ja, weet je, het is wat het is. Maar dat vormt u al. Dat maakt van u een stuk wie dat je bent. Want ik denk dat heel mijn leven een soort assertiviteitsvorm heeft daar wel een stuk rondgehangen. Omdat, om de keuze die je maakt, voor wat je staat, voor wat je niet staat. Want je zag uw mama ook geregeld. Maar als ik u zo hoor babbelen, had je precies... het haar minder kwalijk genomen dan hem? Of... Goh, mijn mama is vrij vroeg gestorven. Hè. Mijn moeder is overleden toen ik 20 was. Hans in het begin van Channel Zero eigenlijk. Die is overleden aan baarmoederkanker. En die was plotseling ook niet meer daar. En heel dat verhaal, dat had zo'n hele wrange nasmaak. En het grappigste was, ik was er niet klaar voor eigenlijk. Want eigenlijk is de beginperiode van Channel Zero voor mij puur een uitlaatklep geweest. Of een soort verwerkingsmoment. Ik kan dat niet uitleggen. Mijn partner in crime was Phil B. Hè, weet je, ik bedoel. Ja. Kwam ik plotseling als groentje in Brussel terecht. Halleluja. Ja. My god, dan nog bij Phil, ik bedoel. Mm-hmm. Ja, Phil was... hoe zit het daar... nog even over uw mama en dan beginnen we over Channel Zero, want ik vind dat wel belangrijk, omdat jij in een interview had jij ooit iets schoon gezegd over uw mama, dat die iets tegen u zei voordat ze stierf, en dat toch veel bepaalt van wie dat jij bent. Dat klopt. Ja. Dat was ook zo heel funny, want je moet zo zien, als mijn moeder eigenlijk de eerste keer naar buiten gekomen is met het feit van dat ze ziek was... dat was dan een beetje zo van... ik moet eerlijk zijn. Je zei puber, hangt een naap uit. Je hebt je verhaal, je zit er al een stuk mee in gevecht met je eigen zelf. Dus je zei een stukje... Ik snap dat, hè, als je jong bent je wil je ontplooien. En wat steekt allemaal niet uit voor de naap uit te hangen en goed te doen en slecht te doen. En plotseling word je geconfronteerd met van... Ja, ik zag mijn moeder wel af en toe. Nu ik niet overdreven veel, 2 keer in de week zo, dat zij dan bij mijn grootouders kwam. Ik was ook heel dagen onder de baan met al mijn muziekbazaar waar ik overal zat. Mm-hmm. Want het was ook funny, op mijn 14e als Heavy Sound, het eerste Heavy Sound in Brugge ooit doorgegaan is. Ja. Weet ik nog goed dat al mijn maat, ga je niet mee naar Heavy Sound? Ik dacht van nee, ik ga het nooit niet mogen, ik kon dat ook niet vragen, maar ik kon niet mogen. En toch, je vraagt dan een keer. En ik zei, maar mag ik naar Heavy Sound gaan? En die zei, waarom niet? Ik dacht van, en daar is eigenlijk de positieve miserie begonnen. Op de eerste Heavy Sound. Wat ik wil zeggen is dat... Dus, ik had zo wel een soort afstandsrelatie met haar. Zo, maar dan, de moment dat dat voorvalt... dan heb je die een wake-up call. En dat bleek dan dat ze eigenlijk al een jaar ervoor met dat probleem rondliep. En dus een stukje van mijn broer te beschermen, heeft ze het langer gerokken om daar te laten opereren. En eigenlijk is dat er dood geworden. Dus moet je dan voorstellen... Ik word op een bepaald moment geroepen door een dokter in Gent. Een of andere Koreaan. Die mens zegt tegen mij, hoe komt dat nu dat uw mama hier niet... Is dat vorig jaar al moeten geopereerd is? En ik had zoiets van... ik viel eigenlijk uit de lucht, want... Ik dacht dat die mens mij... Ze was al geopereerd, hè. Dus ze had al 1 operatie ondergaan. En dat was zo'n stukje goed verlopen. En dat was zo'n stuk hervallen. Maar weet je, in uw jeugdige naïviteit... En ik, we spreken niet over... internet nu, hè. Als je een dag van vandaag iets wilt opzoeken, vanaf je 10, 12 jaar kun je in principe iets intypen en kun je ook iets lezen, of dat je dan het juiste leest, laat ik er nu nog in het midden. Mm-hmm. Dus in de tijd was dat toch een beetje, dat was allemaal zo, in de familie werd er zo, maar dat komt allemaal wel goed, zo, ken je dat? En dan zat ik bij die mensen die zeiden mij, ik snap het niet goed, zegt hij, want het is eigenlijk te laat. En dan valt uw kind natuurlijk, nou beneden ze van, hoe te laat? Hij zegt, ik kan niets meer doen, zegt hij. Bereid je maar voor, want... En dan krijgt hij natuurlijk die een map op je bakkes. Als ik ooit een boek schrijf, begint die een boek daar, hè. Ja. Omdat dat verhaal voor mij dan... krijgt dan die een Hansen... hoe moet ik dat zeggen? Dat verhaal overvalt u en... plotseling is alleen dat nog. Alleen, het is te laat. Dus je wilt dan nog iets grijpen die niet meer... aanwezig is. En daar op die moment, dan komt je in de situatie waar je zo... Dat eerste ontmoetingsmoment in de kliniek van, en nu? Weet je? Ja. En dat is er dus ook geweest, maar het was heel funny. Hoe lang had ze dan nog? Niet lang meer, hè? Goh, ik denk dat zij nog een kleine maand geleefd heeft toen. Ja. Maar ze lag in de kliniek en ze was echt wel heel zwaar ziek. Hè? Ja, dus, maar dan zit je in die situatie waar je dan... Hoe moet ik dat zeggen? Dat was heel funny. Ik ging binnen en we wilden er eigenlijk wel over praten, maar dat is precies om alle twee door hadden van dat is geen nut meer, weet je. Mm. We wisten alle twee van, zelfs al was er in de familie nog zo, maar dat komt nog wel goed. En ik had zoiets van, nee, dat komt mij goed, weet je. Maar dan heb je die confrontatiemomenten. Hè. En ik woonde toen ik op kot. Ik zat op kot in Gent. Dus dat was in Maria Medelares in Gent. En ik kon er eigenlijk bijna alle dagen naartoe gaan. En dan, dan begint je zo de gesprekken na de gesprekken te voeren, hè, weet je. Het is... over hoe zot dat mag klinken. Je wilt dat niet weten, maar toch. En dan, toen heeft ze mij later gezegd van, gast, springt gewoon. Maar ik weet ook waarom dat ze dat zei. Omdat ze letterlijk... Hoe moet ik dat zeggen? Ik weet wat dat zij allemaal achtergelaten heeft voor te kiezen voor het verhaal, voor met mijn vader in zee te gaan. En allee, dat was ook zo... mijn grootouders, waar ik opgevoed ben, waren werkarbeiders. Die mensen hadden dat niet slecht, maar die waren ook niet breed. Maar langs de kant van mijn vader waren dat in principe rijkere boeren. Allee, toch... Rijk is nu misschien een groot woord, maar dat waren mensen die iets breder hadden. Dat was in de streek toch wel een serieuze boer eigenlijk. Die had het een en het ander aan het koeien en velden en wat nog allemaal. Dat was iemand die... En ja, dat was ook zo dat conflict. Hè. We spreken over 1969. Mijn moeder is zwanger geworden. Waarschijnlijk was het niet de bedoeling. Mijn vader was ook, denk ik, een tiental jaar ouder dan haar. En allee, dat is een heel spel geweest. En mijn grootouders, die hadden zoiets van... Ja, nu, je mag naar binnenkomen als je me een dien optrekt. Allee. Ja. De stories van back in the days. Ja. En dan, ja, bon, ze heeft zij heel veel gelaten voor hem. Hè. Ze heeft mij ook ooit eens gezegd... Ja, zeg, ze moest uw vader nooit... Want uiteindelijk was er een 100% alcoholieker. Hè. Die kerel had een probleem, een serieus probleem. En die heeft ook in een van zijn auto-accidenten, heeft hij dan zijn derde plastieke schedel gekregen, om u een voorbeeld te geven. Mm. Ik weet ook goed dat ik er dan bijna gaan kijken in de kliniek. En zat ergens in whatever, in Brussel. En dat was absurd, want die mens... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat was... die had precies zo'n 9 levens. Ja. Ongelooflijk, hè. Ik moet eerlijk zijn, ik heb er dikwijls van opgekeken. Dat ik dacht van... My god, van, hoe doe je dat? Ja, echt. Ik heb dikwijls gedacht van... Ik heb die mensen hier liggen in de kliniek, dat ik dacht van... Allee, dat was gewoon E.T. in het echt, hè. Ja. Met zo'n schedel, zo'n kop die zo opgezwollen lag. En ik dacht van... Hoe gaan we dat ooit nog goed krijgen? En fuck, die kerel kroop er toch altijd weer door. Zo. En ja, respect. Ergens omdat ik ze zet van... Ik heb een dikke schat, ik dacht van... Dat komt toch nooit meer goed? Ja, hij mocht dat wel niet meer met de wagen rijden, blablabla. Maar ja, als uw mama dan... Haat. En die was dan ook zo... Ja, zegt ze, je moet gewoon gaan. Zegt ze, je moet doen wat je hoesting voor het. En niet inhouden. En op die moment dat ik ze nog altijd zo dat moment van... Ja, maar ja, weet je, ja, allemaal goed en wel. Maar ja. En eigenlijk is zij een beetje die drijfveer geweest. Ja, ik zeg het nu nog altijd dikwijls van... Springen en terwijl je aan het vallen bent, kijken of dat je rugzak of je parachute open gaat. Zo, weet je. Dus de put is... Ja. Hoe diep is hem juist? We weten het nog niet goed. We zijn aan het stuiken. Oh, we zien zicht komen... Ja. Het is de moment om te zoeken naar... Ja. Ik heb dat dikwijls gedaan. Ik heb dikwijls in mijn leven gehad ik dacht van... My goodness, waar zit... What the fuck, ze weet je. Ik bedoel... Mm-hmm. Dat is zo typisch die momenten. De trein stopt, de deur gaat open en... Oké, we zijn weg. En dan... Ja. En dat is eigenlijk the story of my life. Een stuk, want... Ja, mm-hmm. Bon, ik was eigenlijk technisch tekenaar als opleiding. Ik heb 2 jaar gewerkt als technisch tekenaar... olievaten ontwerpen, wat nog allemaal, Black Fuel, weer. Ja. Avant la lettre, we hadden ook geen kleuterverstand van, maar bon. Dat is wel zot, mijn vader was een ingenieur en die ontwierp de druk voor drukvaten, die olievaten. Ja. Dus ja, allee. Die is ook begonnen als technisch tekenaar, eigenlijk hetzelfde. Ja, bij mij dat is wel grappig. Ik ben erin gesukkeld eigenlijk, want ik had eigenlijk als elektromechanica een opleiding gevolgd. En, maar eerlijk gezegd, ik had hoogtevrees. Mijn eerste 3 jobs zat ik op zo'n fucking spul, dat is 60 meter... 60 zijn nu, 15, 16 meter in de lucht ging om zo op zit maar, god weet wat. En ik dacht van, dit gaat hier nooit lukken. Zo ben ik eigenlijk een beetje, in de tijd, in die jobbureaus. Mm-hmm. Zat er zo'n kerel naast mij die de job uiteindelijk dat ik gedaan heb, aangeboden kreeg. En ik had zoiets, wat verdomme nog duur, ik wist niet dat dat bestond. Zo ben ik kijk stoemelings op zo'n technisch tekenbureau beland. En dat was zo mijn ding. Zo. Ik had toen ook gekozen voor burgerdienst te doen. Mm. En het was eigenlijk meer om mijn lange haar te houden dan wat anders. Nu omdat ik zo ongelooflijk tegen de oorlog was. Ik weet nog goed dat ik bij zo'n pastor moest gaan zitten. En ja, een ventje en... Dat is een goede keuze. En ik dacht van, ja, tuurlijk is dat een goede keuze. Moet mijn haar niet af, nu. Also, ja, weet je, dat is zo onnozel als dat maar groot is. Maar ja, nee. Uiteindelijk, het zotte van het verhaal is, ik heb dan gekozen voor burgerdienst. En ik kreeg op een bepaald moment een vaste job aangeboden op die technisch teken in Wondelhem, bij TNT was het. En ik kreeg dan net de moment dat ik een vast werk aangeboden kreeg, want ik deed ook zeer graag. Moet eerlijk zijn, dat was de max. Ik voelde me echt mijn verhaal in. En Het grappigste is, ik kreeg dan die een brief toe van mijn burgerdienst die ik moest aanvangen. Hè. Mm-hmm. Ik kon dat niet weigeren, dat was alternatieve legerdienst. Dus, dat was het laatste jaar dat dat al bestond. En ik ben dan die in burgerdienst begonnen in Brussel. En zo ben ik eigenlijk een stukje in al die repetitielokalen binnengesukkeld. Omdat ik deed facturatie, ik weer zoiets dwaas. Mm-hmm. Zo de nerd in François, DSVD, dat zit er al heel zijn leven in. Dus ik François zat zo... ook, dat is ook goed dat we dat weten. Ja, François, dat is... ik heb eigenlijk François de Smet-Van Damme. Ja, François, maar dat is... Ik was de eerste Vlaming in heel dat verhaal, hè, weet je. Ja. En, maar dat is ook zo funny, in Brussel zat ik in het Brugman ziekenhuis. En ik deed dat eigenlijk de facturatie, omdat ik, moet eerlijk zijn, ik zag dat niet zitten om... Allee, ik moest iets gaan doen. Trouwens, mijn eerste job in de burgerdienst, achter één dag lag ik al buiten, maar dat lag niet aan mij, dat lag aan de dokter. Ik had gekozen in de ULB of ULC, ergens in Brussel, en die gasten, komt zo'n keer bij mij, ja, zegt hij, ja, maar zeg jij een Vlaming? Zegt hij, we pakken weer geen Vlamingen aan. Ja, oké, I'm sorry. Bon, ja, I'm sorry. Dus, maar nee, maar... ja, bon, ja, wat moest ik zeggen? Dus ik terug naar de bureau van burgerdienst. Ik heb er dan 3 maanden op die bureau voor al die secretareskes koffie gezet en kopietjes gemaakt. Ik mocht dan zelf kiezen om een plaats te vinden. Dus ik heb dan een brugman gekozen om die facturatie te doen. En na, ik denk, een 6-7-tal maand... dat ging zodanig vlot. Het enige dat ik moest doen was eigenlijk de facturen maken voor de mensen die nou aanwezig waren. Maar dat was een afdeling met allemaal heel zwaar geaccidenteerden. Dus dat waren mensen die nou redelijk lang verbleven eigenlijk. En het enige dat ik moest doen was hun maandelijkse facturen en telefoonkosten. En ik heb zo een keer een Marokkaan bij mij gehad, die zijn een rolstoel zei: Monsieur, j'ai jamais téléphoné pour 150.000 francs, hè, c'est pas possible. 150.000, dat is misschien maar redelijk wel veel. Wacht 2 seconden. Ik die fischjes erbij zei: oh, shit, ik heb mijn nummertje gemist. Ja, in dat verhaal. Pas op, die kerel had nog zo... Ja, dat waren die codes, hè. Dat waren codes dat ik moest invoeren, dus ik kon die prijs niet bepalen. Hè. Dat was puur een verhaal. En ik dacht van, ja, 150.000, dat is misschien toch wel redelijk veel. Ik had eigenlijk afgeprint, ik had dat ook niet gezien. Ja, bon. Maar na een maand of 6 begon ik dat verhaal zeer goed te kennen. En ik zat me eigenlijk te vervelen. Dus ik raakte er zodanig snel door, dat ik, ja, om duur vroeg je dan die een hoofddokter, zeg ik. Zij heeft dat ik misschien om de 10e van de maand dus binnenkom, om te kijken wat er binnenkomt. Ik kon dat zo'n beetje inschatten op de fichen die ik binnenkreeg. En dat was het, ja, voor mij maakt dat niet uit, zegt hij, zolang dat ik de 26e... Allee, laat dat zijn, op de 26e die facturen op mijn bureau op... en ze zijn correct, by the way. Ja. En er is niet iemand dat 150.000 moet betalen. Maar ja, pas op, maar er zat nog rekeningen bij mijn beste vriend. Het lag nog redelijk wat. Die naar God weet waar belden met de familie. Ja, die lagen nog heel nacht in hun bed. Het waren er ook mensen die nog gewoon tussen 2 planken op hun buik mee, zo 2 stokken rondreden. Allee, dat was heftige stuff. En maar ja, de laatste 4-5 maanden heb ik... Ja, zat ik eigenlijk... kwam ik zo de 15e, 16e toe. En ik deed dan van 7 op 7 al die codes en ja, tegen dat ik dat had. Maar ja, ik was dan 15 dagen vrij. Als resultaat had ik hele dagen in Brussel in de hoe moet ik dat zeggen? In de... eigenlijk de repetitiekoten zat, hè. Ja. Want hoe zijn we daar terechtgekomen? Maar ik zat op die moment heel zwaar bezig met mijn haartrok. Ik schreef ze ver, geloof dat of niet, een boekje uit Panama of I don't know waar, Bolivia. Maar dat was allemaal zo underground, als dat maar kon groot zijn. Ik schreef dan een reviewtje van Cyclone. En wij stuurden dat op met de post. En dat was zo het moment dat wij die tape trading toestanden allemaal hadden. Hè. Dus ik stuurde cassettes op en... dat was zo puur favoritisme. Want nog wat voor muziek worden jij toen op dat moment aan het luisteren? Goh, ik denk de beginperiode is echt wel de heavy metal geweest. De eerder gekende bands. Ik had eigenlijk een beetje het geluk dat wij hadden toen zo van die pennenvrienden, als je het zo kunt noemen. Ja. En ik had zo'n gast die in Gent op kot zat, die zo nogal heel zwaar, maar echt... Peter de Witte, maar ik moet eerlijk zeggen, die mens nadien bijna niks meer van vernomen. Die schreef mij altijd zo... Wij schreven over metal en hardrock en toestanden. Allee, ja, ga je dat al gehoord? En dat moet je een keer checken. Dus ik schreef voor die bladjes samen met een kerel uit Aalst, Megazin noemde dat ook. Allee, ik had dus, twee artikeltjes in de maand. Allee, niet dat dat allemaal zo belangrijk was, maar je zegt je daarmee bezig en al die tape trading toestanden. En ja, dat was de eerste demo's van Metallica en Hyrax en Morbid Hyrax. Angel. Amai, ja. En Morbid Angel. Allee, met die zwarte zanger. Ja, met zijn hoge stem, Hyrax. Ja, man. Ja, zo'n dom... Allee, weet je, dus dat was mijn wereld. Hè, weet je. Ik weet nog heel goed dat ik dan zo t-shirts bestelde van die Accused. En dat mijn grootmoeder dat dan zo waste. En dan denk ik zelfs van... Er stond er eerst een tekening op, hè. Oh ja, zegt ze, ja, mag ik dat niet wassen? Nou, ik zei, tuurlijk moet je dat niet wassen. Maar dat is vuil. Ik had zoiets van, godnonde, ik heb een mirakel moeten verduwen die een t-shirt hier te krijgen. En één keer in de wasmachine en dat tekeningsje was eraf. Zo'n domme heen. Allee, weet je, dat was zo, ja, dat was pas op, dat was eigenlijk wel de max, hè. Want dat was ook zo die wereld waar ik mij een stuk in verloor, hè. Ja, ik was er zo obsessioneel mee bezig. En zo ben ik, allee, en zo heb je toen al veel deden dingen? Of... Ja, meezingen met de platen, maar... Maar eerlijk zijn, ja, ik zong ik heel graag mee van alles en nog wat. Maar mensen denken van, ja, had jij een plan om te gaan zingen? Maar nee, ik had geen plan om te gaan zingen. Subiet ga je snappen waarom. Ik ben letterlijk in Channel Zero ingedonderd. Dus ik ben eigenlijk... Daardoor had ik zo dat eerste contact met zo... Ik ben dan eigenlijk Xavier tegengekomen door mijn eerste vriendin die niet zo ver van hem woonde eigenlijk. En... En plotseling, ja, er was zo'n bond tussen ons. Van, je bent wel een hardtrucker, ik zie dat wel zitten. Zo, haar is ook lang genoeg, zo, kende dat. Allee, ja, bon, ik wist er ook wat van, kende dat. Chance dat je het niet had laten knippen. Hè? Ja, inderdaad. Ja, toch niet zeker voor die paster. En, dus dat was heel dwaas. Ik ben zo'n beetje in dat milieu. Gingen wij allemaal samen naar Vorst en we gingen allemaal samen naar de kleinste. In Zottegem waren er toen ook gigantisch veel concertjes, hè, maar echt veel. En, dus ja, had jij zo'n heel circuit, dat was breed, hè, man. Dat was, alle weekends gingen wij ergens naartoe. En vanaf dat ik mijn wagen dan had, dat was kot helemaal te klein. Dan zat ik overal, behalve thuis, kreeg ik gewoon heel snel van België, Nederland, Duitsland af naar Hotwitwaar. En dan ben ik zo'n beetje, met heel dat verhaal in Brussel aan te zitten. Ben ik er eigenlijk wat ingerold. Op de bots eigenlijk, doordat ik de mensen dan leerde kennen in het begin. Maar ik was op een bepaald moment een Corodi van Cyclone, hè, omdat Xavier is dan bij Cyclone gaan spelen. Omdat Johnny Kerbusch is erbij weggegaan. Dat is dan gestopt. En Xavier heeft er dan even bij Cyclone geweest. Tot mijn grote verbazing kon ik geen bas spelen, maar ik speelde dan ook op een bepaald moment al bas in Cyclone. En dacht van... Dit is niet goed. En dan zijn we eigenlijk een stukje samen weggegaan. Daar. Xavier veert nog ervoor. En dat was... ik weet niet, dat was heel grappig, want Cyclone was een beetje mijn hold'em-band. Ik volgde die groep. Ik had toch waarschijnlijk 50, 60 live-opnames van. Die mensen waren er ook zot van, hè, in het buitenland. Ik meen dat, hè. Als we dat opstuurden naar Hotwitwaar, dan die live-tapes hadden ook gewoon iets. Dat kan dat niet uitleggen. Cyclone had zo dat momentum waar dat het precies allemaal ging gaan gebeuren. Dus dan allemaal zo'n beetje... ik ben erin gesukkeld, een stukje... dat was allemaal... Ja, moet ik dat zeggen? Ik weer was er een groot pan, bannier, ja. En dan ben ik op een bepaald moment met Savé alleen beland. In die repetitielokaal met een drummer. En dan hebben wij drie weken een bandje gedaan. En hoe moet ik dat zeggen? Ja, en dan is Phil binnengestapt, hè, in het lokaal. En daar is eigenlijk het eerste moment dat hij zei van, ja, dat was zo grappig, want ja, je kent dat verhaal misschien een beetje. In Brussel hadden ze de twee clans, de hardcore clan en dan de thrash metal clan. En die konden elkaar echt letterlijk niet dulden. Ja. Dat was zo een beetje... oorlogspad. Is dat 69 in Meantime? Ja, zijn die band, ja. Dus dat was heel funny, want... Het allerlaatste dat ik ooit gedacht had, dat Phil bij ons ging binnenstappen. Hè. Bon. Maar er is iets Deviate beginnen gaan, dat zat er ook bij. Hè? Dat is nadien geweest. Ja. Hè? Dus, is dat een uitloper geweest van het verhaal van 69, maar eigenlijk is er ook een voorgeschiedenis. Ik heb ook Ik ben op mijn 19e ben ik ook nog, ik heb nog het BME geweest, even, om industrieel ingenieur te gaan studeren. Mijn moeder is dan overleden, ik heb dat eigenlijk laten schieten en dan heel kort erop ben ik eigenlijk ook vertrokken, grappig genoeg, als buschauffeur. Ik had juist mijn rijbewijs. Ik ben ze met Metallisé-concert. Misschien zeg je dat nog iets. Ja, dat zegt mij nog iets, ja. En ik ben zo een beetje op een tournee beland met een Amerikaanse band. Houd u vast. In Duitsland gingen we op tournee met een band die Wehrmacht noemde. Je kunt dat opzoeken, dat is echt niet van het zeven. Dat is een band uit Portland. Die gasten hadden weer geen fuckdeur. Wat een impact van die naam was. Die kwamen op tournee, want die verkochten een pak platen in Duitsland. Wel aan het juiste publiek. Alleen ja, bon. Ik was dus buschauffeur van dat Hans dat verhaal, maar dat is ook zoiets dat... Allee, ik denk dat de kerel die dat moest doen, dat is in het water gevallen. En ja, kende ik heel die organisatie vrij goed... Johan, de Slag van vroeger. Ja, zie jij dat niet zitten? Ik had zoiets van, ja, allee, let's go up. De baan op. En eigenlijk... op de helft van een tour is 69 op die een tour gevallen. Omdat de Duitse band die het voorprogramma deed van die Amerikaanse band kon niet verder. En 69 is dan eigenlijk erbij gekomen. Ja, weet je, ik ken het 69 wel een beetje, maar niet fit te zijn. Maar ja, daar heb ik natuurlijk veel leren kennen. Hè. En ja, heel dag met de file op. Ik was buschauffeur en roadie en t-shirtverkoper en whatever. Manusje van alles. Everything goes. Wehrmacht. Hè, ja, voilà. Mijn protector. Maar ja, voilà. Ik heb die een tour, dat was ik buschauffeur van. Roadie van dat verhaal. Vooral biermacht over Germany. Ja. Voilà, kijk, er is een link. Ja, ja. Dus, allee. Wat grappigste is, daar heb ik veel leren kennen. Hè? En toen zaten wij in de uren dat wij in die kamionetten zaten door Duitsland en niet alleen Duitsland, Denemarken, Polen, whatever, heel Europa rond. En ik weet nog goed dat Phil zoiets had, hij was dan niet altijd ontkleurd, maar ja, Phil, dat was Phil natuurlijk. Als je vanavond niet beter zingt dan gisteren, had ik de buschauffeur pakken als zanger en zo. Sindsdien had de Danny zo, goddomme die kerel, what the fuck is dat hier met die Franky hier? Maar ja, bon, ik was buschauffeur, dus waren wij samen Slayer ontzingen terwijl we ontrijden waren. Dat was een Danny Deviate. Danny van Deviate, ja. Maar ja, de Phil, ja, dat was ook meer, dat was een uitdager, hè. Dus allee, dat was altijd zo, en ja, funny enough, ja. Ik denk een jaar, iets meer dan een jaar erachter is die in binnengestapt bij mij en Xavier. Ja, dat was dat momentum dat ik dacht, familiaar. Ik ben dan de week erachter moeten in het kot van 69 gaan onderhandelen. Dat was echt zo komisch als dat maar kon zijn. Als 20 fans van 69 in dat kot, ik kom dat toe, ja. Ik dacht dat Phil daar alleen ging zijn, hè. Ja. Nee. Danny was druk. Oké, bon, we gaan dus een groep doen, hè. Maar we gaan wel hinder gaan repeteren bij ons. Ja. Dus die zijn dan verhuisd naar het Dijlenkanaal, gaat Rue Courtois, waar dat was zo'n 20-30 repetitielokaal, maar ja, dat was niet zo heel ver van elkaar, dat was aan Citroën, Saint-Clet, als je in Saint-Clet afrijdt. En dat was op een kilometer van elkaar, hadden ze twee hele grote gebouwen eigenlijk, die allemaal wel in het zwart waarschijnlijk wel, kan je dat bedoelen. Dat was 10.000 Belgische frank om zo'n kot te huren, hè. Ik kan u verzekeren, daar zaten zo 20, 30 van die groepen in, bij de een en bij de ander, en dat was allemaal zo... ja. Stoemelings, daar ging dan gewoon een prijs en een lamp en trekte je plan, en dat was 10.000, kreeg je de sleutel. En zo zijn wij eraan begonnen eigenlijk, maar dat is... Allee, hetzelfde verhaal is dat ik voor mij ook begonnen als zanger, dus ik ging er rond. En wat ik fijn vond, in dat repetitielokaal waar wij grotendeels zaten, waar dat Cyclone ook zat, hadden ze alle jaren een soort... dat was een bar die eigenlijk... Dat was niet... Allez, je moest toch bijna niets betalen voor iets te drinken. Dus je kon gewoon een pintje krijgen aan de teug, voor een appel en een ei. En elk jaar deden ze voor die een bar te sponsoren en voor een beetje in te richten. Alle groepen, dat was een heel tof initiatief, want de drummer van de ene band speelde met de gitarist van de andere. En covers om de hele avond te vullen. Iedereen bracht zijn vrienden mee, dus dat zat dan een hele avond vol, want ja, anders was dat nogal afgelegen door aan het Dijlenkanaal. En we zeiden, ja, moet ik dat zeggen, op een avond was dat, ja, zie dat zitten, kun jij Exodus, Bonded by Blood, allee, heb geen probleem, een nummertje van Metallica, allee, zo 3 nummertjes gezongen. Op letterlijk een paar bakken bier en wat planken, zeg, ken je dat? En iedereen van, nou, moet je gewoon zingen, gast? En ik, papa, nee, ik moet niet gewoon zingen. Ja, eigenlijk is dat zo gekomen door... paar bakken bieren, wat een micro... Wat ik verstand van zingen, figuurlijk gezien. Mm-hmm. Ik zong ik geen nadat ik in mijn notto zong. Hè. Ja. Ja. Ja, en kon het, de nummertjes die ze mij vroegen. Dus ja, allee, weet je. Dus is dat, dus ik wil zeggen, van, zo is dat dom gevallen eigenlijk. En ja. Ja, ik op mijn 16, 17 geen idee te gaan zingen. En was er een plan toen dat jullie begonnen? Was er een idee van zo willen we klinken of dat willen we dat zijn? Wat waren de invloeden? Wat waren dingen dat je zei van... Wel, het ding is, de absurditeit is, en dat is geen waar Xavier altijd moeite mee had, is ja, veel is veel, hè. Dat was een positieve enthousiasteling, een animal in tacht, hè. Dat was Animal van de Muppet Show, maar dat was niet alleen achter zijn drum, dat was gewoon... Een positieve neuroot, hè. Die keel, ja, die had ook geen schrik voor niet, hè, man. Maar dan ook voor geen kloot dat die schrik, hè. Dat was... Allee, maar die komt dan in dat verhaal binnen en zo, ja. En daar is die clash al begonnen, hè, op dat eerste moment. Maar wat je wel voelde van... Tje, we zijn hier wel mee iets bezig, het is wel leuk, zo, weet je, bedoel. Mm. En die passie was... En ja, de film bracht een beetje de... Allee, Channel Zero komt uit... She Watched Channel Zero van Public Enemy. Public Enemy, ja. Dus ik had dat tot ervoor ook nog nooit niet gehoord. Dankzij hem... kreeg ik plotseling, ja, gingen wij nou van alles en nog wat gaan kijken in Brussel en Amsterdam en noem maar op. En dat was zo ja, moet ik dat zeggen, die een mengelmoes. En Xavier hield natuurlijk heel zwaar vol aan zijn verhaal en hij had ook wel een terecht, allee, zijn keuzes waren ook soms zeer goed hoor, daar niet van. Maar bon, ja, dat was altijd een continu gevecht, maar dat grappigste was, dat leverde iets op. Ja. Wij hadden zo op en dat was een gevecht tussen wat zijn klassiekere metaldingen en... Ja, en film. Ja, dat was, en Tino was er ook een... en toen was Patrice er ook bij. Dat was ook de gitarist van 69 eigenlijk, die ik in de eerste 2 jaar en een half bij ons er nog bijgebleven is. En... ja, dat was een smeltcruise van iets absurd. Ja, en ik was dan de enigste Vlaming in zijn wereld, bedoel... Ik ben er dan letterlijk ingedonderd en ja, weet je, in het begin heb ik ook nog veel boel had met film, dat ik een half van mijn Frans niet goed genoeg snapte. Allee, ik snapte wel heel goed Frans, maar dat is zo heel funny. Allee, als je in het Frans over een neger praat, dan is dat grappig genoeg positiever dan als je het een black noemt. In het Nederlands is dat omgekeerd. Ja, dat is een heel stom voorbeeld dat ik altijd aanhaal, maar eigenlijk is dat... In het Frans, en die klemtoon ligt soms heel anders. Dus we hebben het soms boel gemaakt. Omdat die zei, maar ja, hoe bedoel je dat eigenlijk toch zo slecht niet? En hij zei, ja, verdomme, hij had zo rap op het tenen getrapt. Ik had gezegd, hij moet klappen onder je. Maar ja, ik maakte dat uit voor het zwart van de straat. Terwijl dat soms ook zoiets zat van, godverdomme, weer, bol het op. Zo, weer, allee, dat was soms niet meer dan dat. Maar ja, soms hadden wij zo'n boel op de... Oh, dat was ook gewoon omdat die taalgrens... letterlijk een stukje aanwezig was, omdat dat... En natuurlijk op een duur leerde die nuance kennen van, ah ja, ik snap het zo, ja. Als ik dat op die manier fuck you zeg, dan is dat voor hun er veel harder dan dat ik dat op een andere manier... En omgekeerd, want de film, ja, platvoet, het is al hetzelfde miljoen. Allee, die kan geen West-Vlaams, maar die platvoet, flamoets van mijn botten. Dat is hun dingen, dus dat was het... Maar ja, dat was... een heel raar gegeven, maar het grappigste was, ja, als wij op een podium stonden, werkte dat gewoon. Ja. Wel, ik weet niet hoeveel boel, heel de tijd. Dat was een soort van rollenbol. Ja. Dat bleef maar gaan. En op dat podium werkte dat gewoon omdat iedereen zijn bek moest staan en we daar nog veel te doen. Ja. Dat we geen ruzie kosten maken. Dat was de formule van Channel Zero, denk ik. En wanneer zijn jullie optredens begonnen? Wanneer hadden eigenlijk door van deze is wel echt iets, hier zit wel echt iets in? Was dat bijna onmiddellijk? Of? Dat was direct, ja, dat was direct. Maar heel Brussel zette zich dan ook tegen ons. Okay. Dat was een heel grappig verhaal. Dus had de twee clans. Mm-hmm. En wij waren plotseling de landverraders. De mengeling van de twee. Ja, dat kon niet. Dat was not done. En ja, iedereen was ook zo... Ja, dat gaat geen 5 maand uren, dat zien. En ja, bon. Dat was een heel absurd verhaal eigenlijk. En dat had een dynamiek, maar dat was instant. Dat was heel funny. Wij hadden, ik denk na 5 maanden, is die een demo uitgekomen... Goh, van die demo hebben wij makkelijk 2000 stuks verkocht op heel korte tijd. En ja, aangezien dat ik gigantisch veel met magazines schreef en van alles bestelde en ik had kijk, zo boekjes uit alle landen van Europa eigenlijk, die ik hun bestelde voor ja, de eerste demo inderdaad. Met dat eerste hoesje, de origineel is met het grijze hoesje en de nadien gekopieerde zijn met het witte hoesje. Dus het er nu nog altijd niet zo, ja, ik ken met die grijze hoes. Dat was zo de eerste dat wij dan zelf maakten. Weet je. En het grappigste is dat wij eigenlijk, ja, moet ik dat zeggen, ik heb dan gigantisch veel van die democassetjes rondgestuurd en zo zijn wij bij Shark Records terechtgekomen, een beetje op de bots, en die heeft ons uitgenodigd. En dat was een Duits label. Een Duits label in Gelsenkirchen, ja. Dat was eigenlijk niet zo heel ver voor ons. En ja, we zijn bij dat buiten gekomen in een platencontract. En allee, we hadden zoiets van, damn, 11 maanden en we hebben een platencontract. Nee, dat was, alleen, we waren gevogeld om 300 per uur, maar we waren wel vrij content. Ja, ja. En zo zijn wij eigenlijk... Meestal met uw eerste platencontract. Ja, voilà. Ja, ja. Dus, ja. En ook het grappigste is, dat was datzelfde label waar dat ik eigenlijk... Wehrmacht zat ik op Shark Records. Dus ja, ja. Allee, dat was precies of dat moest gebeuren. Ik kan dat niet goed uitleggen. Ja. We hebben dat nog, ik weet niet veel, we hebben ook met Roadrunner in contact geweest en die hebben dat dan uiteindelijk niet gedaan, want die hebben dan grappig genoeg, geloof dat of niet, die hebben van Shark Records hebben die Sepultura overgekocht toen. Ah ja. Dat was zo, die momentum, ja, dat wij zo, ja, hoe moet ik dat zeggen, ja, Sepultura is nadien, laat dat zijn, letterlijk ontploft. Redelijk succesvol geworden. Ja, en wij zijn zo de baan opgetrokken, hè, ja, we zijn op tournee beginnen gaan, met Exhorder. Ja, dat is eigenlijk blijven gaan. En dat was heel absurd. Maar dat, geloof me vrij, dat is zo'n gecompliceerd verhaal eigenlijk. Dat van vallen en opstaan en deur doen en vechten en succes halen. Want we hadden ook zo met de groepen waar we allemaal mee op tournee gingen, slaagden wij erin op een bepaald moment om ze... We hebben ook een paar keer gehad dat wij gewoon met Exhorder... Met Exhorder nu niet, want met Exhorder kostte geen boel, want ze hadden een boel met iedereen. They decide. They kick your ass. Hoe was dat live eigenlijk? Want dat is wel een band waar nog met heel veel liefde over gesproken wordt, hè, live. Maar ja, dat waren ook een band, gepassioneerde zotten met hun best. En ook, ja, die drummer was een kerel die 5 jaar unief snare gedaan had. Ja. Phil, die had een adoratie voor die drummer, dat was beyond belief, omdat dat was zo technisch. Alleen het grappigste was, dat had een hele positieve invloed op ons, omdat we zelf aan het jaren vindt. We waren in die eerste 5 à 10 concerten, dat we zoiets van, ja, we hebben van dat podium gespeeld, dat kan het niet zijn, dus... Je krijgt zo'n drive, omdat je ze... Ja, je wilt mee, hè. Je wilt mee. Ja. En dat zuigde ook in een stukje... Dat heeft ons ook een stuk muzikaal... Ja, dat was maniacaal, hè. We denk de tweede plaat geschreven op tournee, grotendeels, denk ik. Stigmatized for life was het, hè? Op het podium was dat voordat we eigenlijk de ja, hoe moet ik dat zeggen? De soundcheck deden en 's namiddags een uurtje dat we kosten spelen of zo'n dingen. Maar dat was absurd. En voor ons was dat ook zo, weet je... weer op tournee met Channel Zero met een best. Maar dat was chaos. Maar jongens, toch. Dat was beyond belief. We hadden niet een grote gemene factor. De Phil, die loste altijd alles op. Ja. Want als die zijn bek open deed en hij stak zijn kop boven iedereen... De meesten zoiets van... Bon, die gaan we toch niet ambeteren vandaag. En dat was toevallig onze drummer. Dus ja, we zaten bij een zo'n heel... Ja, absurd verhaal. Ik moet eerlijk zijn, ik was ook de enige die boel kon maken met Phil. Omdat, dat was heel funny. Door dat Vlaams-Vlaams verhaal hadden wij zo'n soort ruzie-ervaring met elkaar. Zo, dat? En ik kon hem ook zeggen van, godverdomme, is het genoeg met al je kwatsch. En ja, wat Xavier indien, ja, die een schoot trekt met grof geschut. Dus ik moest dikwijls opvangen. Hè. En ja, maar ik deed het niet anders op een bepaald moment als... Brandjes. Gewoon warenhuis branden, blussen. Maar ja, dat was heel een dag niet anders dan miserie, kerel. Ik kan u verzekeren, dat was wel wij eigenlijk veel plezierig, omdat wij deden ook alles wat we niet moesten doen natuurlijk. Dus met veel, ik denk dat wij gewoon een boek alleen kunnen schrijven over al de stripclubs die we met veel bezochten en al de toestanden. Die gast had gewoon geen schrik, man. Ik kan u verzekeren, dat was... Beyond belief. En die had ook een soort magic. Ik kan dat niet uitleggen. Die kon bijvoorbeeld in Brussel in een stomme Carrefour of een Delijs gewoon die micro pakken. Hè, waar dat, kassa 5. En die zat dat 2 minuten in te lullen. Dat was geen die durfde iets zeggen. Hè. Ja. Die was zo gewoon. Maar dat is eigenlijk... Ben niet aan het zwazen. Marlon, onze manager van u, die heeft nog echt tegen Phil gezegd van... Gast, jij zou eigenlijk moeten gewoon stand-up comedian doen. Want die was... Man, daar lachten wij ons hele dagen krieken mee, hè, wat die allemaal uitstak. Maar dat was gewoon... gelijk dat jij dat nu heel goed weet wat dat is. Dat is zo een soort zelfzekerheid, maar in het Frans met een besten. Die kerel kon iedereen onder tafel lullen. Ja. Maar iedereen. En die had dat... Die had een naturel voor, dat was beyond belief. Hè. Die kon ze... Het was ook een verschijning, hè. Want, maar we hebben hem ook nog gekend. Ja, en het was... je kon hem niet neffen zien, ook niet, natuurlijk. Hè. Dat was, die was een hoop mens. Want je wordt allemaal in alle begin 20er jaren aan. Begin jaren 90. Eigenlijk wel, ik denk dat Phil was 1 jaar ouder dan mij. Ik denk dat ik de tweede oudste was. Maar allemaal zo, er zat 3 jaar verschil. Ik denk dat Tino, 3 jaar verschil op Hans' verhaal. Zaten wij zo allemaal een beetje in datzelfde verhaal. Maar blijf erbij, die man was... Oh, mijn beste, ik heb dat tour mee meegemaakt. Dus echt... Hey Alex, I'm not kidding you. Echt toeren zijn, ze weten wat ik bedoel. Ja. Een zaaleigenaar die ze 10 centimeter van de grond hangt. Omdat hij hem iets moest betalen dat hem kwijtgespeeld was. Maar het was geen pintje. Laat dat al zo stellen. Allee, weet je, bedoel, en dan, heel die security springt erop. De Phil ging ze allemaal doodslaan. Ik die op duur. Ja, waar is dat kastje met dat geld? Hoeveel moet... Nee, nou, 250 Duitse mark al. Hij komt 250... Phil, we moeten nu die in bus op. Kom op Duitsland. Nee, je gaat hem niet doodslaan. Je gaat nu op de bus. We gaan nog hier drinken. Allee, het is nog allemaal al redelijk zacht uitgedrukt in Leipzig. Zo met de Zaf en de Phil die samen met zijn wietplanten van 3 meter proberen van de achterkant vanuit de zaal te ontsnappen, waaruit er zo'n 40 omhoog hangen. Dat was hele dagen kolder. Allee, dat was... En ook, en blijf erbij, heel die discussies en die ruzies, dat was opstaan ermee en dat was spelen en gaan slapen ermee. En toch kwamen ze overeen een stuk, want we hadden dan ook successen die we behaalden en soms... ging dat de max op die podiums en we verkochten een hoop t-shirts en dat was zo'n soort van, we kunnen de wereld aan, zo. Maar, dat was wel iets speciaals, maar je moet ook zo zien, je zit om duur zodanig veel op mekaars lip en daar is het volgens mij de moeilijkheid, hè, om dat vol te houden. Hè. Ja. Vond er achteraf gezien de schoonste tijd? Goh, omdat er geen druk was, omdat het allemaal nieuw was? Goh, maar er was druk hoor. Maar dat was druk die we erbij pakten. En ook omdat... hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat op die moment de verbetenheid van het fuck you was er nog niet zo helemaal bij. Het was dikwijls dat echt wel op het randje was. Maar goed, de volgende dag was dat dus weer de spons erover. Maar ja, ik blijf er ook bij. Je moet dan voorstellen, in 1995, als dat verhaal ontploft is... En dus, ja, ik snap dat ook. En dat was ook zo. Wij waren plotseling wereldberoemd in België, figuurlijk gezien. En we hadden geen fucking nagel om ons gat te krabben. Dat was absurd. En die in band had al heel zwaar afgezien, want... voor de tweede plaat ben ik bij Vinnie Paul beland door DJ De Man, die toentertijd een beetje onze manager was, een groot woord, maar dat was zo de man waar we de faxmachine hadden, waar al de telefoons toe kwamen. Allee. En die kende Pantera zeer goed, omdat hij alle jaren de Foundations Forum ging. Concrete Foundations Forum, ja. En daar had hij eigenlijk Pantera leren kennen op het moment dat ze nog zelfs Pearl Jam kende hij vandaar. Ja. Die hebben zo'n legendarisch optreden gedaan. Als je zo die Pantera Vulgar Video's ziet, die eerste, dat is een optreden van de Concrete Foundations Forum. Ik kende ze persoonlijk zeer goed vandaar. En grappig genoeg, die komen op tournee met Judas Priest, denk ik. Ja. En tot ieders verbazing stond Pantera plotseling in de Diamonds in Aalst, in zijn winkel. En iedereen had zoiets van, hoe doe jij dat? Hè? En die waren zo net voor dat moment dat die zo echt lossen door het dak gegaan zijn. Ja, ja. En daardoor had hij contact met Vinnie Paul. En ik weet nog goed, die tweede plaat was eigenlijk volledig mislukt. Eigenlijk gelukkig dat de kerel van Shark Records, de baas, Axel Tuboville, dat hij dat eigenlijk door had. Maar wat was er mislukt? Dat was een heel absurd verhaal ook weer. Ik had dus meestal de neiging om ze na 2 weken opnames erbij te komen. Ja. Wacht, ik kon even onderbreken. Ik moet mega dringen op de wc. Ja. Ik, dat is van al dat bier. Turbeau Noir. Ik ben direct terug. Houd dat even bij. We gaan er direct over hebben. Ik ben echt direct terug. Yes, de plaat was mislukt. Daar ging het over. Maar de plaat was mislukt. Allee, ik ga het zo zeggen. Je moet je voorstellen, tijdens een tournee maakte demo's en dat had een drive. En pas op, blijf erbij. Ik moet eerlijk zijn, ik ken dat tape nooit meer gehad. Ik weet niet of dat Xavier daar nog misschien liggen had. Ik kan zijn van wel. We hadden eigenlijk na de tour dat we gedaan hadden met MOD. Mm-hmm. MOD was dat, bijzik, ja. Of Spudmonsters, ik ben er nu vanaf. Zijn wij in Duitsland in de studio gegaan en hebben wij eigenlijk al die nummers opgenomen. Ja. In een soort na-tournee-vibe. En dat was bruut. Dat was puur bruut, maar dat had gewoon een drive met een besten. Ik denk dat dat achter Exhorder is. Ik kan het nu niet helemaal meer zeggen, maar we waren in half een beetje in vorm en rap, hebben een demo opgepakt en dat had een drive. Dat was Chrome Dome had zoiets van... Ja. Als je nu nog die plaat luistert, is dat... Ja. Dus wat gebeurt er? De band begint opnames te doen. Allee, we zitten zo in een positieve vibe. Zo. Ik kom achter 14 dagen toe in Gelsenkirchen. En de gasten zijn zo fier. Ja, zet u neer. Allee, gewoon op de plaat luisteren. Gewoon inzingen. En plotseling is alles zo... Ja, voor mij was dat zo... Ik had zoiets van... Maar waarom is alles zo traag? Ik had zoiets van... Weet je, ik had mij die live tapes... Allee, die opnametapes zonder zang. Ik wou thuis die teksten voorbereiden. En ik kwam hier erachter. Plotseling was alles gewoon zo... Maar fucking wel 20 beats... per minuut trager, maar echt trager. Ja. En ik had zoiets van... Ik keek en iedereen zei van... Allee, wie heeft dat hier nu beslist? Wow, nee, gast, allee, dat gaat 1000 keer beter zijn, dat moet dat zo zijn, en. Ik had zoiets van, allee, waar is die... Ik haal dat cassetje erbij. Ja, maar nee, ga zien. En daar is eigenlijk de eerste klop gekomen, dat een band tegen mij zei en ik tegen een band zei van... Maar dat is niet goed, gast. We hebben zo'n fucking live tape opgepakt... Klopt gelijk een bus. Heel mijn zang is erop gebaseerd. En nu is het... Allee, voor mij was dat echt zo'n, bijna een nachtmerrie. Ja. Top en vanal, ik ben dat beginnen oppakken. Ik ben de enige keer in mijn leven dat ik in boel gekomen ben met de kerel dat ik moest mee oppakken. Ik kan niet op zijn naam niet komen. Godverdomme. Ja, ik kan er niet op komen. En dat was dan ook nog een keer erbij, ze, weet je. Dus omdat die kerel had ik zo een beetje mee het gevoel... Ja, maar de band die heeft het rechte eind. En ik had zoiets van, I'm sorry, maar die fucking live tape was dus keer intenser. Ja. En dat was hetgeen dat het had moeten zijn. Dus ja, ik heb dan ook een beetje mijn koppigheid. Dus ja, we hebben dan die plaat opgenomen. Ik ben al heel dagen in boel met die kerel dat ik had mee opgepakt. En het grappigste is, de plaat is af. En de platenbaas komt en die luistert... Was is thuis voor een scheisse plassen, verdoemen, ik breng dat nooit van mijn leven uit. En ik had zoiets van, ja, de Axel, dankjewel. En de band zo, smeurlap, klootzak, what the fuck, die plaat is de max. Maar die plaat was ook echt niet goed, er zat ergens niet alleen die tempo's. Dus ja, wat gebeurt er? Dan wordt zo'n stukje van, die release datum was al gepland, dus... Ja. Dat was dan eigenlijk allemaal in de boekjes al in Duitsland. En die vorige plaat had 10, 12 dus stuks verkocht. Dus dat was zeer goed. Dus dat was een soort vraag-aanbod verhaal. En ja, die plaat was mislukt. En ik denk dat we hadden misschien nog 2,5 maanden of zo, denk ik. Pijs ik iets in die richting. Dus wat gebeurt er? Iedereen naar huis. Ja, een beetje de ontgoocheling. Ja, die plaat is nu mislukt. En wat gaan we doen? En gaan we dat daarop pakken? En... Niemand wist zo zeer goed. Ja, de band bleef nog altijd bij het feit dat het zo traag moest zijn. Ja, we hadden ze nu eenmaal opgenomen, het was niet veel aan te doen. En dan is de DJ in het verhaal gekomen met Vinnie. En hij zei, waarom stuurde je een dat tapeje op naar Vinnie? Misschien wil hij dat wel mixen. Mm-hmm. En ik dacht van, het zou wij zijn. De drummer van Pantera gaat ons plaat mixen. Mm-hmm. Ja, dat was echt zo. En iedereen zei, right. Bel een keer naar de Vinnie. Maar ja, weet je. De kerel stuurt dat op, zo. 3-4 dagen erachter was je met DHL. Krijgen wij een fax binnen van, ik zie dat wel zitten, ik ga dat doen. Dus ja, wij vielen achterover. Maar ja, ik viel ook vooral achterover, omdat... wat was dat? Dat was in Belgisch geld, heeft mij dat toen 425.000 Belgisch frank gekost. Holy shit. Ik heb er een lening voor aangegaan. Ja. Om nou terug te keren naar het verhaal van daarnet, van de band had al afgezien. Ja. Dus ja, het was simpel. Even terug, omdat je zei van, je moet gewoon springen. Is dat zo'n moment dat je zei, je moet gewoon springen? Ja, weet je, dat is ook weer zo'n verhaal. Ja, weet je, plotseling zit je ontfaxen met Vinnie Paul. En Vinnie Paul is de hottest thing in town, samen met zijn band. En dat is precies de enige deur dat we nog hadden, want eigenlijk was er geen plan. We hadden ook geen tijd, er was geen studiotijd. Van Duitsland kwam het verhaal, ja, ik kon dat niet uitbreiden, maar ja, wat moeten we nu doen? Allee, dat was zo'n soort die impasse was er. En plotseling komt dat verhaal binnen en ik ook heel gezegd nooit gedacht dat die gasten zei, ja, geen probleem, kom maar af. Mm-hmm. Dus ja, je kreeg dat binnen. Het grappigste was, in diezelfde fax, ik heb dat nog ergens zitten thuis, stond er ook direct in zo van, dat geld moet hier tegen volgende week vrijdag... En ik dacht van, miljarden, maar wij dat geld niet. Ja, wat moet gaan doen? Ben ik dan eigenlijk dwaas weg, onnozel, gelijk al dat ik heel mijn leven ben, zo van, allee, we gaan toch een keer kijken of dat we dat niet kunnen bij elkaar krijgen. Ik samen met mijn ex, mijn eerste liefste, die dan ook al een jobje had, die heeft toen ook de klote gehad om mee te tekenen. Maar ja, weet je, vanaf dat je dat tekent, is dat per maand, is dat, ja, dat was 450 of 500 euro. Ja, dat dikte aan, hebben we ook nog geen geld. Dus... Mm-hmm. Maar ondertussen zat ik wel in Nashville, in de studio van Pantera, de platenmix. Maar wacht, de kat komt nog op de kort. Mm-hmm. Want dat is het, daar ga je snappen waar dat het eigenlijk misgegaan is. Mm-hmm. Dus ik kom toe in Nashville. Ik had nooit vergeten, ik landde in Nashville, nog nooit op een vlieger gezeten, met 2 van die studertapes in mijn valies ontslepen aan het doen. En ik zit tot te wachten, een taxi, bon, ja, allee, ja, pak die een derde, maar ik dacht van, nee, dat is een limousine. Nee, zit, het is niet eens dat ik ken, je moet hem pakken. Ik zei, maar ik ga er niet veel betalen, gast. Nee, zit, pak maar, dezelfde prijs. Okay. Ik kom toe, zo, de vader van Vinnie Paul. Je ziet van, oh, niet slecht die Belgen, zo. En ik dacht van, kerel, ik heb me evenveel betaald, ik kon niet anders, dus ik kwam daar zo precies toe, gelijk de Elvis in zijn kot, met zijn 2 tapejes aan. Ja, zegt hij, ja, de Vinnie komt eraan. Morgen, dus Homonorio Hotel. Dat was eigenlijk letterlijk aan de andere kant van de straat. Ergens ten velde in Nashville. En hij zei, ja, zegt hij, moet die man aan de Wendy's gaan. Zegt hij, god om maar iets gaan eten. Morgen komen we nu al en we gaan eraan beginnen. Ik nog die Wendy's, man. Ik kan u verzekeren, ik stap daar zo binnen, zo, vol vertrouwen. Zo, met mijn leren vestje en mijn patchjes en mijn lange haren. Zo. Kan je dus binnen staan en enige, zo van... man, je bent precies de enigste met wit velken hier. Zo. In de Wendy's in Nashville. En ik dacht van... Oké, bon. Allee, we gaan ons niet laten kennen. Dus ik mee ontschuiven tussen al die blacks. Yo, motherfucker. Ik zei, ja, voor mij ook een pakje friet met... bleek tot grappigheid, echt zonder zwaar, ik ga het nooit vergeten. Dus ik zit aan die tafel, ik betaal een redelijk paar dollars en dat blaksje komt ze bij mij, die pakt mij zo van... Ja, zegt ze... There's nobody coming, hè. En ik zei, nee. Ja, dat had ik wel al deur, maar je hebt alles wel in dubbel besteld. En ik had zo honger, zo, weet je. En zo... Bo. Ik heb een beetje te veel besteld. Zo. Iedereen in die Amerikaanse porties onderschat. Ja. Al die blacks met mijn smoel ontlachen. Zo, white motherfucker. Ik terug weer naar mijn hotelken. Een dag nadien, kom dat toe. De Vinnie, ja, cool man, zegt ja, ik heb juist 8 uur gereden van Texas naar... Dat is toch een redelijk een trot. Die steekt die tapes in gang. Dus ja, we gaan er direct aan beginnen. En achter een half uur zie ik hem en zo... Waar zit hij? Allee, daar klopt hij niet, zegt hij, want... Die opnames zijn precies niet zo goed, hè. Ik zei, ja, de reden dat we hier zijn is omdat ze... Maar ja, zit er niet, we hebben echt een probleem, zegt hij, want ik heb totaal geen dynamiek. En ik zei, ja, op die moment nog geen fuck verstand van enige recording technique stuff. Ik zit kijk door in Nashville, een pak geld betaald, mm-hmm. Dat ik al aan het afbetalen ben, figuurlijk gezien. En Vinnie zegt tegen mij, ja, zit er... Dat komt er niet goed, zegt hij, want ik krijg dat nooit niet goed. Mm-hmm. En ik zeg, nooit niet goed. Really? Ja. Is het, ik ben echt niet aan het zeveren. Ik ben echt een probleem. Uw dynamiek is... Uw dynamic gain is niets. Er stond niets op die band. En ik zeg, maar allee, dat kan toch niet, vent? Allee. Zitten wij op die duizend te kijken en één keer ziet hij zo staan, Dolby recording. Dus gelukkig had hij een Duitser... We zijn een domme kop eigenlijk ook opgeschreven, nu dat hij dat opgenomen had. Die had dat in die studertape dus geschreven. Ja, zegt hij, en die heeft dat opgepakt met Dolby. Dan zegt hij, ik kan dat niet reproduceren als ik geen Dolby-machine heb. Zegt hij, en dat vind je niet, zomaar hier in de hoek van de straat. Dus ja, die begint te bellen. Ja, zegt hij, ik moet een Dolby-machine vinden. Maar ja, voor een studer, hè. De 24 sporen, dat zat vroeger op de cassettetapejes om de truisonderdrukking. Dus die gast had dat allemaal mee. Vandaar had hij een dynamiek, ook in die studio, bij die mix, dat was zo... Ja, dat iets niet. Dat voelde je wel, dat niet klopte. Dus ja, daar kwam dat boven water. Maar ja, ik had Ian al dat gal al over geschreven. We zaten daar in Nashville. Allee, dat eerste nachtje in de stripclub was wel vrij plezant, maar de dag nadien was er de leuten wel af, zo weet je. Ik bedoel, om u een voorbeeld te geven, dus, allee, en dat was, ja, en Vinnie heeft eigenlijk, als het heel eerlijk zijn, die heeft de meubels nog gered, want die heeft toen een Dolby-machine laten overkomen, maar die in mijn drek gezegd zit, en Franky, I'm sorry, zegt hij, maar ik ga er proberen van maken wat dat kan worden, maar dat gaat niet zijn wat ik daar eigenlijk zou kunnen mee doen, en ja... Dus stel je voor, je zit er dan zo. Je hebt dat allemaal gespendeerd op je eigen risico. Allee, bon, ik met die een tape naar huis achter 10 dagen, 11 dagen. En dan heb ik in ruzie gekomen met de Axel Tubevel. Omdat hij, ja, hij stuurt dat maar op. En ik dacht van, ja, I don't think so. Hoor, hè. Mm-hmm. Ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ofwel smijt ik het nu in de wc en chas ik het deur, ofwel... doen we een aanpassing van het contract. Dus die heeft dat toen wel gedaan. Ik moet nu eerlijk zijn, zelfs al was hij voor vele mensen een crook of whatever, op het moment dat wij overgekocht zijn door Pias, moest hij mij nog 200.000 Belgische frank. Contractmatig, want die plaat heeft nadien ook wel redelijk goed verkocht. Dus dat had toch wel iets opgebracht. Maar ja, ik zat ondertussen met 450.000 Belgische frank dat moest afbetalen, waar we eigenlijk met onze concertjes en de t-shirtjes en whatever bij elkaar geschraapt hadden om die put te vullen. Hè. Ja, kon niet anders. Maar wij verkochten ook een pak shirts, hè, dus dat was een verhaal. En dan heb ik het geluk gehad op het moment dat Pias het overkocht heeft, dat Axel Tubevel eigenlijk contractueel zijn woord gaan heeft. Want moet eerlijk zijn, wat ik moet doen, een advocaat nemen om hem... dat heeft het verhaal gered, maar daardoor heeft een band ook altijd op water en brood moeten leven, omdat die keuze, en dat was dan natuurlijk, we hadden dat nooit niet mogen doen. En ja, daar kun je over filosoferen van hier tot in Parijs. Wie heeft er gelijk? Zit uiteindelijk wel tevreden over de klank van die plaat, of zijn er nooit niet blij mee geweest? Nee, want dat was voor mij nog altijd te traag. Vinnie kon dat toen... we konden dat toen ook tempomatig niet corrigeren. Dat was een van de eerste dingen dat ik hem zei. Ik zei, kijk, I'm sorry, maar ik ben niet happy met die tempo's. Het is te traag en ja, dat is ook een gevoel. Mensen vragen me nu nog altijd... Ja, maar waarom zeggen ze anti tegen die plaat? Maar ik heb zoiets van... Ik heb gehoord hoe dat het wel had kunnen zijn op die opnames. Maar jij bent ook de enige natuurlijk. Hè? Ik bedoel, jij in de band. Ja, dat is dan hetgeen dat je hit natuurlijk. De meesten leren die plaat kennen, hoe dat die uitkomt. Ja, voilà, die leren die niet kennen gelijk dat jij... Tuurlijk. En voor mij was dat was de eerste plaat waar ik al mee heb leren kennen. Stigmatized for Life. En dat had te maken met Pantera. Dus dat was zowel een Belgische band, dat was gemixt door Vinnie Paul, dacht, dat ga ik meepakken, want Pantera was de shit op dat moment. Hè? En ik weet nog dat ik dat toen indrukwekkend vond, omdat je weet ook niks. En zo, ik kende heel weinig van Belgische dingen. En je hoort dat en je denkt, het enige dat zeker had, was dat klonk niet Belgisch. Nee. Je hoort dat en je denkt, wow, oké, zo, dat had een sound of zo, en dat had iets. Maar het is inderdaad, je weet net hoe het had kunnen zijn. Maar ja, weet je, dat... Het is zo dat we worden nu allemaal ontleren. Hè. Ik moet eerlijk zijn, eigenlijk, grappig genoeg, is dat een dure leerschool geweest. Maar ik heb toen, na de tweede plaat, eigenlijk, daar ben ik mij beginnen verdiepen om wat is opname? Wat is dat? Mm-hmm. Wat is er dan belangrijk in? Het grappigste is, ik kom met die plaat thuis en ik had dan nog heel de band tegen mij ook, hè, want ik had de klote gehad om die bij Vinnie Paul te laten mixen en eigenlijk was Xavier en Phil die hadden zo, mijn drum klinkt niet goed en mijn gitaar is kut en het is niet goed, dus daar hadden we ook weer nog een lekker itemtje om erbovenop om nog wat verder te kneuten. Ja, want de joke van alles is eigenlijk geweest, we zijn dan uiteindelijk door de zanger van Front 242, Richard 23, was een goede maat van Phil. Zijn wij bij Play the Gensham beland. Ja. Play the Gensham heeft dan alles overgekocht van Shark Records. Dus die hebben de eerste twee platen overgekocht. En plotseling zaten we bij een fantastisch label eigenlijk. Die mensen waren ook, die hebben de Prodigy gedaan. Dat was een fucking big label ook. Als je met Pias in Londen zat, dan zat er op in een gebouw. Er werkte daar 30 man. Allee, dat was niet zomaar even wel. We doen... allee, dat was in Duitsland, Frankrijk hetzelfde. Hè. Dat was een big fucking label. Dus ja, we zaten plotseling bij een grote stal. En dat was dat wel grappig, zeg, want ik ga het nooit vergeten. We hadden dan die, een save opgepakt in Wallonië bij André Hielen. En daar vond ik ze... Ja, ik was dan ook weer de stoorzender in het verhaal, want iedereen vond dat wel redelijk goed geslaagd. En ik had zoiets van, I'm sorry, maar ik vind die dynamiek niet... Ik was er ondertussen met maniacaal mee bezig, gewoon. Typisch, ik ook een beetje. En ik had zoiets van, I'm sorry, en ik op jas zijn ze van hier... We vinden die mix van... want je mag niet vergeten, dat was hij de kerel die ons de eerste demo gedaan had. En dus er was een soort link en die was ook mee als geluidsman. Allee. Maar voor mij was het een beetje een overdaad. Ik voelde het in die studio, was een dynamic range niet oké. Ik ben dan eigenlijk tegen iedereen weer ingegaan. En Play the Gensham volgde mijn verhaal. En die zei, ja, nee, we gaan dat laten mixen door een grote naam. Wow. Ik zie van, ja, allee. Let's go. Nu hebben we wel... De deeg is wel goed, hè, van Unsafe. En we krijgen dan zo'n lijst. Ja, kies maar. Hè, ja. En ene keer, ja, we gaan Michael Barbiero contacteren. Hè. Dan zie je ze... Oei, tjoe, die nee. Ja, en Justice for All, en Madonna, en Guns N' Roses. En die had zo'n waslijst van... Natuurlijk waren wij onder een indruk, zo, maar ik had toen 2 jaar op mijn donders gehad over die kutplaat van de Veur. En ik had gezegd, kijk gast, voor mij maakt het al geen zak uit wie dat mixt. Ik zeg, iemand van de band gaat mee en mag nu eens beslissen hoe dat gaat gemixt worden. Ja. Ik had zoiets van, ik wil dat niet meer meemaken... Hetgeen dat ik de laatste 2 jaar meegemaakt heb. Het grappigste was, de Phil, anders de grootste... Ja, ze helemaal alleen in New York gaan mixen. Dat was niet omdat hij schrik had om New York te gaan, hoor. Dat was puur omdat hij... Dan mag hij een keer beslissen hoe dat zijn bassdrum eruit komt. En hoe dat de gitaar gaat zijn. En dan, en Xavier ook. Ik wil dat alleen maar doen als Franky meegaat. En ja, Play the Gensham had zoiets van, gasten, dit kost zo afschuwelijk fucking veel geld. We sturen Ian mee. En dan heb ik op het bureau van Pias echt letterlijk mijn gedag gezet. Ik wil gerust gaan. Ik zeg, ik denk dat ik er ook een beetje meer op voorbereid ben dan de vorige plaat. I take it, hè? Geen probleem. Zeg maar, als ik terugkom en er is er Ian die durft knuten over zijn fucking gitaar. Ik zei, dan gaan er hier ongelukken gebeuren. Dat wilde niet weten. Dus ik wil u alleen maar zijn op voorhand van, als ik ga, leert er dan ook wat mee leven. Het is ook een stuk de producer, de mixer, die dit verhaal mixt. Ik zit er ook alleen maar bij van, I like, iets hoger. Bon. Dus ik mee naar New York en dan, we hebben een safe gemaakt. En ja, een safe, dat helpen. En ja, help, Studio Brussel... Dan zijn er dingen gebeurd. Was dat een nummer waar dat je direct van voelde dat is iets bijzonders? Oh nee, want een band wou dat niet op de plaat zetten. I'm not kidding you. Dat was pure realiteit. Dus wat is er gebeurd met het nummer Help? Dat is het beste nummer dat je al nooit geschreven hebt. I know. Maar natuurlijk, ik heb ervoor gekozen. Ik heb er ook figuurlijk gezien voor gevochten. Dus ik had toen zoiets van, we doen wel geen sell-out. Ik noem dat geen sell-out. Ja, maar ja, het is toch niet... Allee, het was niet heavy genoeg en het was niet... Dus ja. En ik had zoiets van, kijk, sorry, maar toch, dat nummer komt op die plaat. Ja. Zij al is een B-kant of nou whatever. Allee, uiteindelijk is hij op de plaat gekomen, want ik maar staan met 10 of 11 nummers op. Dus... Allee, maar dat was zo typisch... Allee, wat je hier nu hoort, is dat was Channel Zero. Ik denk niet dat er een half uur op Hans ons bestaan is geweest, waar wij eigenlijk hetzelfde dachten over hetzelfde. Zo. Dat bestond gewoon niet. Dat was impossible. Dat is wel met veel bands zo, maar ik snap wel wat je wilt zeggen. Ja, bij Jolle was de dynamiek vooral dat je veel aan bras mokte over dingen. Fijn toch, dat was... Ja. Er kwam gewoon geen einde aan. Er was geen... Ik denk niet dat er een moment is geweest waar wij allemaal samen eens door de deur geraakt zijn, waar we zoiets hadden, dat was nu een keer cool. Dus, de eerste 5 minuten achter een marktrok in Leuven of zo, en dan worden we juist gesplit, dat was cool natuurlijk, want het was al gedaan. Maar dat is echt waar, dat is heel absurd, maar het grappigste is, het is altijd zo geweest. Dus was dat erg? Ja, ik blijf er ook bij de reden waarom ik er op een bepaald moment de brui wou aangeven, is omdat ik eigenlijk meer bezig was met... Ik noemde hem wel de Paris de Queljaar van Channel Zero. Of de Koffie Alan. Ja. Omdat ik gewoon niet anders deed was het niet met management dat er tegen zat. En dan duurde ik iets van mijn gast. Maar ik was soms op tegen dat we toekwamen op een show. Omdat ik dan ook nog eens de shirts versleepte, taalde, afrekende. Allee, ik wil hier nu niet zeggen dat ik het al deed. Iedereen deed zijn verhaal mee in het verhaal. Maar ik zat wel weer in een soort... Ja, ik zat zo gelijk een octopus tussen iedereen in. En ja, dat was een realiteit. En er is echt een moment geweest waar ik dat gewoon... dat was... Ik was dat zo kotsmoe dat ik zat van mijn gasten. En het commerciële succes heeft dat eigenlijk niet veranderd. Maar nee, gewoon omdat ik voelde dat er ook onverenigbaar... Het verhaal was onverenigbaar. De strijd tussen Phil en Xavier was, ja, was intens. Ja, dat was intens. En dat was funny, want ik dacht van... Allee, die moeten toch wel... Ja, toch wel een stukje aanvoelen, maar Xavier op een bepaald moment dat dan gekozen om... En ja, dat is ook je kunt dat ook respecteren. Ja, hij vond dat het te commercieel was. En hij vond dat dat ook allemaal kon zonder Play the Gensham, die dan... Ja, als je een label hebt die er zoveel centen in steekt, ja, die commercialiseren dat. En ja, dat wordt, die willen hun geld terug. Hè? Die willen een stukje recupereren. Dus, en voor hem was dat ook omdat hij er misschien niet 100%... Ja, moet ik dat zeggen? Maar wat vond hem te commercieel? Ging het dan vanaf Unsafe of ging het nog verder met Black Fuel? Goh, we zijn met Black Fuel zijn we ook in een verhaal beland. Dat is te zot voor woorden. Echt, ik laat dat gewoon vertellen, want dat blijft goed. Maar nee, maar dat is echt, ik ben niet ontwaas. Dus we hebben Unsafe gehad en uiteindelijk hadden we dan met Unsafe plotseling die explosie die we eerlijk gezegd niet hadden zien komen. Want dat kwam door Help? Of dat kwam door dat de kwam single? Een stukje door Help, dat kwam door Suck My Energy... Studio Brussel pikte het heel zwaar op. We zaten dan heel zwaar in. Op die moment was ze niet de zwaarste lijst. De afrekening was de hottest thing in town. Weet je, nu heeft dat ze nog... Ja, dat heeft nog impact, maar toen was dat ze... Dat was de graadmeter. En we hebben het geluk gehad dat wij daar zo, ja, heel hoog stonden. En dat is dan eigenlijk een beetje uit ons handen gewoon omhoog gegaan. Dat is blijven gaan. Na Werchter, tot het Werchter toen... Ja, wij verkochten plotseling 25, 30 dus cd's op 3 maanden tijd. Ja, voor ons was dat... Play the Gensham was natuurlijk in zijn nopjes. En ja, we zaten wat plotseling op een hoge snelheidstrein. Met diezelfde chaos een beetje. Dus, blijf erbij. We hebben ons ook soms met momenten fantastisch goed geamuseerd. Ik wil ook niet laten uitschijnen dat er was wel degelijk nog zo'n gevecht voor dat te blijven doen. Maar blijf erbij. We zijn dan naar die 4e plaat gegaan. En dan, ja, we zaten met Play the Gensham en die kwamen dus terug af. Ja, maar we gaan nu wel een deftige producer voor hun erbij halen. Oké, geen probleem. Dan zijn we met Jason Corsaro in zee gegaan. Die had, wat is het... van Soundgarden, Bad Motherfinger gedaan. En dat was ook weer zo hier met een lijst van... Dat je zegt van, ja, kom, qua credibiliteit... maar die man zat een beetje te veel onder witte substanties. Je moet je voorstellen... De reden dat ik het moeite vind om het te vertellen is, als je het gaat horen, ga je zeggen van, my god, hoe trekt je dat aan? Hoe doe je dat? Dus die man komt over naar België, 3 dagen, pre-productie met hem. Weet je, die match was dat match made in heaven. En we gaan dan over naar Connecticut. We gaan oppakken in de studio van Bruce Springsteen, Born in the USA, en Whitney Houston, en we gaan zien, topproductie, blablabla. Komen wij daartoe in Connecticut? Mm-hmm. En na 2 dagen had ik zoiets van... ik deed een band, ik weet niet wat dat is, gast. Maar ik heb ondertussen nu toch al een beetje verstand van geluid. We zitten niet echt met een probleem. Ik zeg, wat dat geluid speelt, komt niet van de band. Dus opnamegewijs klonk dat vrij goed. Maar als je dan de stuurders terughoorde, dacht ik van, maar dat klopt hier voor geen meter. Ik zei, die in dynamic range, remember? Ja. Was al plotseling weer. En ik dacht van... En die keel, man. En ik kreeg dan onder mijn voeten van hem. Hè, omdat ik zei, ja, Jason, ik weet niet. Ik zeg, toch... vind je dat niet erg dat die boksen zo meer rammelen met die vijsjes aan een plafond hangen? Nou, die gaan snappen waarom dat ik dat zeg. Mm-hmm. Wie pijzig hebben dat je zei? Ik kreeg eens afgeblaft. Mm-hmm. Ik ondertussen tegen een band zei, I'm sorry, ik zei, maar voor jullie is het misschien moeilijk, ga ik het niet tegelijkertijd spelen en luisteren. Mm-hmm. Maar zij kwamen dan luisteren en dan was zo, maar dat komt wel goed, Franky. En ik, Xavier was dan op een bepaald moment, het gelijk zegt, het klinkt niet goed. Het is hetgeen dat we horen uit de speakers komen, is nogal plattekens weer. Ik zeg, remember? Ja, die was dat mee. De dag erachter, kerel waarschijnlijk... De file had ondertussen al gesnapt dat hij door ergens de eerste of 2 dagen was naartoe komt, dat er 1,5 kilo waspoeier op de tafel gezet. Laat dan zijn dat wij er ook een klein beetje in thuis waren, dus... we waren ook... we hadden ook al een keer naar de wasseret geweest. En... Dus, Cocaïne voor de mensen thuis. Dus, dus ja, allee, dus de realiteit was dat wij eigenlijk met een man zaten die een talent bleek te zijn. En dat was ook geen prutser op zich. Maar ja, weet je, wij zaten in hetzelfde gebouw. Dus wij sliepen in hetzelfde, zo typisch een Amerikaans huis met zo twee badkamers en wat wc's en een paar verdiepingen. Iedereen zijn eigen dingetjes. Dat was van de studio, dus luxe was dat niet, maar dat was, allee, iedereen had zijn ding. En, ik weet nog goed, om 6 uur 's morgens ging ik naar het toilet. Ik moest grote commissies doen. En de deur was toe. Dus, oké, ja, de Jason zat op de wc. Hij zat ook in dat huis. Allee, allemaal goed en wel. En die komt zo buiten met zijn typische zwarte 501 Levi's, gelijk dat we dat allemaal zo versleten hebben. Ze allemaal van die witte strepen op zijn broek. Zo. En ik dacht van, het is 6 uur. Really? Dus ik zet mij op die wc's en ik zie ze op dat tabletje zo. De overschot dat hij niet opgekuist had, lag er nog op. En ik dacht van, ja, shit, fuck, dat is niet goed. Weet je. Allee, die man, we zijn in de studio gegaan. Ik denk dat we ergens tegen de vooravond... Ja, heb ik weer een opmerking gemaakt en die is echt uitgevlogen. Die is de studio uitgestoven. Ja, de band was ontop, dus die kwam binnen. Ja, wat stikt hij weer allemaal uit? Ik had zoiets van, I don't know, ik weet niet hoe. Ja. Klopt niet, I'm sorry, het is niet goed. Ja, ruzie had, dus in de ruimte daarnaast met die gasten. Hij zit het te simpel zitten, hij heeft er geen kleuterverstand van, zegt hij. Je kunt allemaal de boom op, ik ben weg. Kerel, bol het af. Zitten we door in Connecticut. Oké, bon, de producer is weg. Wie gaat er bellen? Ah ja, Franky gaat bellen. Allee, bon, Franky belt naar de manager, naar Teddy. Zei, Teddy, we have a klein probleempje. We zitten hier in de studio, maar de producer is afgebold. Ja, fuck, hoe doen we dat? Het is toch al hetzelfde minder? Ja, eigenlijk wel. Bon, bon. Maar ja, bon, ja. Dus, maar ja, maar het echt zonder zeveren, dus... Het momentum dat je er dan zit, zo, en dat zie ik op die beelden. Hè. We hebben daar opnames van, waar wij grappig genoeg ons eigen stuk gefilmd hebben. Waar je die gelatenheid ziet van die band, die zo... Weet je, ja, fuck, allee, here we go. What the fuck, man. Allee, zie dat ze nu zitten. Al de drum overgevlogen, de versterkers overgevlogen. Allee, dat was intens, hè. Dat was niet zomaar... We zijn daar niet met onze knapzak toegekomen, hè. Dat was een volledige container met heel onze brol die toekwam. En die gast is afgebold. Die was weg. Ik kreeg laat op de avond van die man zijn manager aan de lijn. Want ondertussen hadden we Kenny al gehoord van Play the Gensham. Ja, zit hij. Wie wil dat Channel Zero voor mij is? Het is precies alsof dat ik 1 miljoen Belgische frangen in mijn hand heb en dat ik op de Eiffeltoren ga staan en mijn hand open doen. Kenny, maar ja, we hebben wel een probleem. Ja, tuurlijk, een fucking probleem. Wat ga je nu doen? Terugkomen zeker, I don't know. Ja, wat moesten we doen? We zaten wij er onder ons alleen. Dus dan hebben we eigenlijk, dat was de vrijdag dat gebeurd is, en dan hebben we eigenlijk de zaterdag, ik denk dat wij de zaterdag in een soort colère van, ja, de band... Trok op die moment dat we alweer samen ze. Ja. Dat is heel funny, ja. We hadden ze precies plotseling een gemeenschappelijke vijand. Dus we feel united. Allee, bon. En daar hebben we eigenlijk wel False Parade, Misery, ik denk Black Fuel geschreven. Ja, het 4e nummer. En wij dan eigenlijk, grappig genoeg... dat waren nummers die in een stukje opgepakt waren, die wij door een stukje vervolledigd hebben, eigenlijk in een colère eigenlijk. Weet je, 1996, the year of misery. Ja. Dus, allee, dat komt puur uit dat verhaal. Maar ja, de producer was het afgebold en ik had dan die manager om de lijn, die heeft 40 minuten geprobeerd tegen mij te zeggen van ja, eigenlijk heb je al geen ervaring en ja, je hebt er eigenlijk geen verstand van en ja, kun je er dan niet kwalijk nemen, maar ik had iets van gast, je zei ons zeggen dat we een band onnozele kloten zijn die we zelfs niet weten waar we mee bezig zijn. En ik heb tegen die mensen achter 40 minuten gezet en ik zeg, I'm so sorry. Ik zeg, de Jason die hij vertegenwoordigt is ja, die maakt hier een cruciale fout. Zeg, I'm sorry. Ik zeg, we zijn weer niet van gisteren. Ja, maar toch, ja, allez, je gaat dat zien. Dat gaat de rest van je carrière beïnvloeden. Want je gaat nooit niets betekenen in Amerika. Ik had zoiets van, ja, kijk, dan is dat maar zo. Hè. Bon, wat kosten we nog aan veranderen? Houd je vast. Wat gebeurt er? De zaterdag zijn wij pijzen niet weggegaan. We zijn eigenlijk gebleven om zeker te zijn dat we ons materiaal in die container terug zagen... Allee, ingaan de maandag, kostte pas de maandag. Ondertussen hadden ze in België dan geregeld om de maandag terug te vertrekken. Ja. Dus die container moest terugkomen om het gerief op te halen. En wel zoiets van, ja, we gaan toch maar wachten dat we zien dat dat erin gaat, dat die deur toe gaat. En dan vertrekken we. Want Billy Milano is ons toen komen halen in de studio. Zanger van SOD en MOD. Ja, die is ons komen halen. En... Dan uiteindelijk zijn we dan de zondag nog weg geweest en daar is de kat op de koord gekomen, want de zaterdagmorgen komt de Zaffe mij 's morgens vroeg uit mijn bed al, ja, zei, waar is de camera, de camera? En het grappigste is, de zaterdagmorgen hadden ze Hans de studio, dus je moet je voorstellen, een Nief-tafel, ja, dat is zo'n vliegdekschip van een tafel, hadden ze open gedaan en al de connecties waren los. En ik in de studio waren al de connecties los. Dus ik had zoiets van, zie je het wel dat er hier een probleem zat? Dus we hebben dat toen gefilmd. Dus heel die studio lag uit elkaar, maar hou je vast, want het verhaal komt nog. Dus wij gaan de zondag weg en we komen zo'n gast tegen. We gingen nou Skunk & Nancy gaan zien in een of andere club in Connecticut. En we komt er zo'n keel bij ons, hey, de Belgium guys. En we zeggen van, wie zeg jij? Ja, ik lever batteriekjes aan de studio waar dat jullie zitten. Ah ja, vandaar dat ik jullie al gezien en zegt hij, ik weet dat jullie opnames doen. Ja, wat doe je hier? Ik zei, ja, we zijn gewoon terug naar België. Ik vond het al eigenaardig, zegt hij, want die studio die helemaal binnen 3, 4, 5 maanden open was, zegt hij, want dat is nog totaal niet afgewerkt. Dus terwijl dat wij aan het mixen waren, opnamen, zaten wij in de studio, maar hou je vast wat er gebeurd was. Ja. De studio waar wij in zaten was een kopie van de Born in the USA studio in New York, die failliet gegaan was. Die is eigenlijk in extremis, ik denk om 5 mensen hadden die plannen opgekocht om een replica te bouwen, waaronder dat er 1 in Connecticut is gezet geweest. Dus we zaten eigenlijk in een studio dat kostte die gast geen geld, die kende die waarschijnlijk en die had zojuist zitten, dat Belgisch groepje erin duwen, maar die waren die studio nog aan het bouwen. Ja. Op het moment dat wij erin zaten. Vandaar dat ik zelfs de field speelt, rammelen die vijzen hier gewoon, die speakers gewoon mee. Ik zeg, dat moet u toch steuren. Allee, dat was echt absurd, dus ik blijf erbij. Ik blijf tot vandaag zeggen, wij hadden gelijk om te reageren. Maar ja, dan komt er dat verhaal. Zegt, die studio is totaal nog niet af. Ik zeg, maar het ziet wel dat er iets niet klopt. Ze hebben natuurlijk gefilmd. Ik heb die beelden trouwens nog thuis. Ja, hield die Nief-tafel open, die hebben hem volledig herkableerd. Dus er zat daar waarschijnlijk een fout in, ja, in de leiding, in de technical signaallijnen. Maar ja, bon, en die gast, ja, zegt, ja, ik heb mijn kompas in jullie, zegt hij. Ik zei, ja, we zijn er een vette mee. Ik zei, we kunnen nu terug naar huis. Was dat geen ander, het zat niets anders meer op. En we zijn dan met die gast mee, die was een verdeler van Duracell-batterijen in de staat New York. En daar heb ik ze, als ik nadien de film Matrix zag, hebben we daar zo het Duracell-Matrix-verhaal beleefd. Die gast trekt zijn stok open met een beste vriend. Ja, hoeveel batterijen zijn er van Duracell? 5, 6 verschillende soorten. Maar vind toch, hangen vol met alleen Duracell-batterijen. Ja. En hij zegt, te simpel, zegt hij, al wat je kunt pakken, ik weet dat je als muzikant zegt, 9 volt en al whatever, weet je wat, al hetgeen dat je kunt dragen, pak het vast en pak het maar mee naar huis. Dus we zijn daar echt uit die stok buiten gestapt. Zo. We hebben waarschijnlijk 2 jaar batterijen gehad, maar ja, het was een magere troost. Maar, ja, het was, eigenlijk door die man zijn we dan eigenlijk toch wel te weten gekomen. Dan zoals eigenlijk letterlijk bij het 17 stand zetten waren. En we wierden daar gewoon geript om 300 per uur. Alleen, Kenny was een goede maat van die manager van, en die durfde daar niet tegenin gaan, omdat hij vooral voor de Walenbrothers en wat nog allemaal, dat was dezelfde piste. Ja. Dat was dezelfde kerel die naar Melvins en wat nog allemaal. Dus al die bands die Kenny een stuk naar die producer stuurde. En terecht ook, pas op. Ja, we hadden wij gewoon de pech zeker, ik weet dat niet, dat wij een gast... We waren dan gewoon tegen de muur ontleupen om 300 per uur. En daar is die technische kennis van mij een beetje... Xavier was ook overtuigd. Dat kon hij niet doorgaan. En dan zijn wij teruggekeerd. Een beetje, dat was een ontgoocheling, want PS zwaar ontgoocheld. Dat was zo precies of dat we... we maakten hier weer een potje van. En dan zijn wij eigenlijk bij Attibouw beland. Die voor de eerste keer... Ja, de band, ik denk dat Attibouw vooral dus een rust Channel Zero heeft doen slagen eigenlijk. Want... Dus wel zot eigenlijk, dat, waar je er ook van vindt, maar Black Fuel is een onwaarschijnlijk goed klinkende plaat. Ah ja, maar Atti heeft er een serieus aandeel in. Hè. Die man heeft... Ja, moet ik dat zijn? Maar als dat niet, als die studio af had geweest, hadden we er nooit bij opgenomen. Nee, dus de kans is heel groot dat dat zeker niet beter had geweest. Nee. Ah. Dus ik zeg van, daaraan ziet je hoe... Wat is een plan? Wanneer is het een plan? Wanneer is het goed? Wanneer is het niet goed? Ja, weet je, ik heb misschien ook beslissingen gepakt voor de band die nefast waren of die niet goed waren. Ik kan niet zeggen dat ik altijd alleen maar het juiste gedaan heb, maar... Dat was op een duur, ja. Weet je, op een duur zijn er druk zodanig maniacaal mee bezig dat je probeert te snappen wat is wat. En, maar eerlijk zijn, tijdens de mix van Unsafe heb ik meest van al bijgeleerd op 10-11 dagen tijd in gans mijn leven. Omdat Michael Barbiero was niet alleen een gereputeerde mixer, die wereldacts met zijn ogen toe, maar dat was fully analog. En ik kreeg daar bijna alle dagen les. Mm-hmm. Dus die man... kwam ze... S'avonds gaf hij mij gewoon 3 nummers mee op een cassetje. Hè? Dus ik weet nog goed dat ik toen met Stom Oneuzel... Walkmanneken, met mijn oortjes, met mijn koptelefoons. En die Nats veel zegt, ik geef u van elk nummer 2 of 3 mixen mee. Bassdrum up, gitaar minder, een dB omhoog, vocal up en zo. Verschillende versies. En morgen beslissen we dat we gaan houden. Want dat werd dan instantly gemixt, analoog gemixt, op 2-track. Waar dat het nadien nog eens vanuit gemasterd werd. Dus dat was echt de old school way. Op band eigenlijk. Maar eerlijk zijn, die 11 dagen bij Michael Barbiero, dat was voor mij... Ja, dat was, maar eerlijk zijn, dat was masterclass. Hè, weet je. Die man liet mij ook alle dagen zo van... Ja, wat vind je er nu van? Wat moet ik er hier nu eigenlijk van vinden? Weet je, dat ging over dynamiek, dat ging over... dat ging over allerlei zaken, waar ik ze een stukje... En die pakte mij mee in die trip, maar dat was voor mij wel... Ja, voor Black Fuel was dat ook voor mij zo... Ik kan dat niet uitleggen. Je voelde gewoon dat dat mee had. Dat zat klop erop, hè. Dat was... Vanaf dat wij ik weet nog goed dat we toen in de A-studio mixten. En Clouseau zat in de B-studio... En de Koen Wouters en de manager kwamen zo op een bepaald moment vragen, ja, kunnen jullie dan toch even de deur toedoen? Want er is hier nogal veel van die heur dat hier in de gang hangt. Nochtans, in Nederland zijn ze er toch redelijk thuis in. En dat was een heel spel. Ik had het nooit vergeten, we zaten ze samen te eten. Dat was een kok die voor ons kookte in de studio. Dat was, we hebben daar gemixt. Ik denk, 14 dagen, denk ik. 12, 14 dagen. En ik weet nog goed dat de Koen kwam goeiedag zeggen. Nou, echt een vriendelijke mens. De Koen ken hem niet persoonlijk, maar die kwam ze even goeiedag zeggen. Samen met de manager. De file, godverdomme, die flamoetsen hier. God, nou, was dat die... Oh, God, wie is dat hier dat die staat te kneuten? Ik ben aan het eten. Godverdomme, de file. Je kent Phil, hè. Ja. Ik zei, Phil, de Koen is... Ja, die doet dat ook helemaal niet slecht. Dat is de reden dat het hier toekomt met zijn Mercedes SE decapotabel. Met een paar vleugels aan en zo. En dan zei, maar ja, en de film, moet al van die een brol in Vlaamse bazaar, maar dat moet al je weten, was dat qui l'a pas chanté, ce mec, non de dieu. En de Koen en zo, en de Chris, die gasten van Channel Zero, dat zijn toch ook... Maar dat was... Ik had soms iets van, diplomatie. My god, we kosten er toch wel wat van. Hè. Ja. Het was soms heel funny, maar Atti heeft wel... Ik denk dat hij vooral de band begrepen heeft. Hoe dat hij dat kon doen marcheren. Want die strubbelingen bleven toch al een hele tijd aanhouden. En dat werd serieuzer. Dat werd intenser. Weet je, had al een hele geschiedenis. En dan krijg je toch een soort... Ja, dat was een hele moeilijke. En Phil, want dat was een onverwacht einde, hè? Toen dat jullie stopten. Niemand zag dat aankomen. Dat in de band was dat geen verrassing natuurlijk. Hè? Want het grappigste is dat wij dan die een tour nog gedaan hebben. Met Bodycount. En dat is op het einde, de beslissing is op het einde gevallen. Maar het is wel zo dat wij eigenlijk aan die een tour begonnen zijn. En dat was ook weer zoiets heel absurd. In 1995 staan wij op de Werchter met Bodycount. Met Ice-T. En die zegt toen van, met de volgende tour pak ik jullie zeker mee. Doffies. Geen discussie mogelijk. Dus wij komen te weten dat een tour gaat doorgaan. Ja, dat was een serieuze tour, 55 dagen. En dat was ook zo, dat waren allemaal zalen van 15 dus man. Dat was, voor ons was dat, big. We hadden wel het een en het ander gedaan, maar toch, dat was toch wel een keer een tour dat je zegt van, wauw. Dat is dagelijks... promotie maken, hè, als je dat goed doet. En het grappigste is, we weten dat eigenlijk 6 maanden ervoor, voor die tour, En in eerste instantie worden we geweigerd door de tourorganisatie in Engeland. Fair Warning was dat. Een beetje de Live Nations voor Live Nation. En die had zoiets van, ja, nu zo'n Belgisch groepje, nee, dat gaat hier niet gebeuren. Je kunt dat niet aan. Ze kregen een fax. Dat was toen, we spreken van de fax-tijdperk. Je kreeg dat zo terug. Zo. Ah ja, bon. Dat gaat dus niet door. Spijtig. Ah, ja, maar ja, was iets van... En toen hebben we het geluk gehad dat ik door Werchter eigenlijk, want wij zaten toen bij Werchter eigenlijk, als management. Herman was niet de man die het voor ons deed, die achter de coulissen wel voor naar het buitenland was, die serieus aan het huwen. En Teddy heeft toen contact opgenomen met het management van Ice-T en die hebben toen gezegd van natuurlijk ga je mee. We hebben dat gezegd, Ice-T gezegd, ga je mee, punt. Dus die hebben dat overroeld. Dus plotseling kregen wij toch wel 4 maanden voor die een tour kregen wij zo de bevestiging van we gaan op tournee met Bodycount. Dat was voor ons wauw, zo van damn de max. Ja, het grappigste is, het label. Ja, dat was dan plotseling een tour 55 dagen. Dat was ook zo Griekenland. Ja, dat waren heel veel plaatsen waar wij totaal geen verdeling hadden. Dus het label was zo, kunnen we niet alleen de dagen doen op de landen waar we verdeeld zijn. En ik dacht van, eigenlijk niet, gast. We krijgen een keer een kans om ons te bewijzen, of fair warning, dat we het kunnen. En nu gaan we bij een kneut. Ja, we willen wel van de 55, maar 25 of ik weet het niet veel dagen. Ik zei, dat is vragen om miserie volgens mij. Ja, in mijn gedachten, dat heeft het grappigste is, we krijgen denk ik 3 maanden op voorhand de bericht van management, samen met fair warning dan, die dan uiteindelijk volledig mee was in die trip. Ja. De posters worden gedrukt. Gaan we mee op tournee? Ja of nee? En uiteindelijk komen we er dan achter dat het label daar niet op geantwoord heeft. Dus die posters worden gedrukt. Ja, er worden 80 dus posters gedrukt voor heel Europa uit te delen. Ja, Leipzig en al. Ja, dus, tuurlijk is dat balen, hè. Voor het support act. Het is iets van, fuck man, 60, 80 dus posters dat wij gewoon laten schieten, hè, ja. Omdat er nog niet helemaal uit zijn of dat we dat gaan doen of niet. Wat gebeurt er? Een maand voor het ding, nog altijd geen beslissing. Maar ja, weet je, samen met al de nest waar dat wij al doorborstelden, ik begon dat zo moe te geraken. Ik heb dan eigenlijk, vandaar dat Kenny mij waarschijnlijk geen leukert meer vindt. Ik heb hem toen eigenlijk gedwongen om die een tour volledig te doen. Ja. Ik had zoiets van, simpel, ofwel doen we die een tour nu, ofwel stop ik er nu direct mee. En hij heeft dan eigenlijk geplooid. Dus ja, natuurlijk is hij er niet happy mee, want ik had niet kunnen voorzien dat we op het einde van de tour dan gingen splitten. Dus ja, ik heb toen al en met mijn gewicht... Wat is er dan gebeurd op die tour dat je die beslissing hebt genomen? Want uiteindelijk is dat een keigrote tour. Je denkt, nu ga ik het vertrekken. En dan... We zaten op een bus alleen. Dus dat is een luxe, want we hebben heel veel tours gedaan waar we met meerdere bands zaten, en dat is niet evident. Mm-hmm. Als je met 18 man op een tourbus zit, geloof me vrij, en zitten 2 Amerikaanse bands bij, wel wij het geluk dat wij veel dikwijls bij ons hadden om een beetje het gewicht in ons voordeel te houden. De Phil deed dat ook simpel, die kwam aan boord en die arm worstelen met iedereen. Al die Amerikanen die aan directies van, tjoh, die gast heeft precies toch wel redelijk wat macht. Ja. Dat is toch precies niet de eerste en de beste. Nee, ja, mijn zanger slaapt daar, de gitarist slaapt daar, ik slaap daar, jij pakt je valies weg, jij gaat naar daar, en wij slapen hier, punt. Dat was Phil. Ja. En al die Amerikanen, yeah man, amazing, you're fucking amazing, Phil, we really love you. Cool. Dus voor ons was dat een luxe. Wij stuurden Phil de bus op en hij regelde gewoon... Je mocht het oplossen. Ja, maar die deed dat gewoon. Die vond dat ook de max, omdat hij dus dat van... Ik kon eigenlijk toon wie dat er hier de baas is. Ja. Allee, dus, maar op die tour zaten wij dus alleen met onze eigen crew. En ja, bon, was dat een voordeel? Was dat een nadeel? Ja, plotseling waren we nu alleen maar bestemd om tegen elkaar te kneuten. Hè? Ja, dat was niet anders. En... was het die een tour met Kickback ook niet? Zat die er ook Kickback bij? Zat er ook bij, ja. Dus dat was ik zo... Ook niet de gezelligste binden, dat al niet goed gaat. Ja, nee, maar dat was... Maar pas op, maar dat was grappig, want die in Brusselse... De Brusselse vibe waar dat wij in zaten, paste heel goed mee dat Frans verhaal. Dave... Diamond Dave, die zingt mee, die doet mee met die Kickbackplaat. Ja, maar die was een hele goede maat van ons en die heeft dan tourmanagement gedaan achter 3 dagen, omdat ze dan achter 2 dagen waren die een half van hun gitaren gepikt, omdat die kwamen zo, die eerste 2 shows, dat podium af, zo, like real rock'n'roll stars en die hadden geen rodies mee en die dachten, ja, daar gaat hier wel in, heel die een boel opruimen. Ze. Nee. Achter 3 dagen waren ze bijna een half van hun materiaal gepikt. Dus die hadden iets van, tjoh, niet zo'n goed plan, we moeten er misschien toch iets aan doen. De Dave is in het spel gekomen, die heeft ze een beetje gemanaged, maar die was meer mee met ons en die is dan eigenlijk ja, meegegaan met Kickback om die stukje te... Allee, dat was echt een super verhaal ook. Maar ja, zijn wij vertrokken op tour en ja, dat gewicht van heel die voorgeschiedenis zat plotseling op die in een bus. En dat was... Blijven bij fantastische momenten bleef, waar wij in zalen stonden met 10.000 man voor je neus, dat er geen hond u kent, maar dat gewoon heel die zaal inpakt. Waar zelfs Ice-T komt zei van, gasten, fuck man, doe je dat hier niet. Dus het was ook niet zo dat wij dat slecht deden. Hè? Mm-hmm. Alleen ja, het was wel zo... we hadden dan uiteindelijk... Ik had op één ding toegegeven. Ik had gezegd, zeg ik goed, zeg het Griekse verhaal, laat er ons dat van tussen al. En dat was zo... Op die 55 dagen was dat Grieks verhaal voor onder... Goh, dat zat ergens op concert 45 of zoiets. 45, meer naar het einde toe. En wij hadden dan eigenlijk, denk ik, 3 dagen, 4 dagen off. Omdat wij eigenlijk, moet eerlijk zijn... Ice-T vloog naar zijn shows. Ja. Wij moesten naartoe met een bus. Ik kan u verzekeren, dat wij concerten hadden en wij gewoon dat podium afstormden om 9 uur en dat wij direct die een bus in moesten, omdat wij zodanig ver moesten rijden om daar dan om 5 uur te geraken. Gewoon puur. En dan wil je zelfs nog niet te veel pech hebben met files of zo. Nee. Dus, dat is heel de tijd stress om er op tijd te geraken. Dus allee, we hebben ze toch een paar momenten gehad. Vandaar dat Fair Warning ons in het begin zei van gasten, je weet niet waar je aan begint. En eigenlijk was dat al juist alleen het enigste is. Wij hadden ons in principe wel zeer goed voorbereid. We hadden een tourmanager mee, Jean van Brakel. En die gast heeft dat fantastisch gedaan. Die heeft dat... tijdsmanagement, weet je, de pre-internet tijdperk. Hè, Allee, toen had je niet zo'n kaartenverhaal waar je even kort intikken. Ja, het gaat wel kloppen. Hè. Je ziet de files een beetje. Dat was puur op kaart. Hè. Dus dubbele chauffeurs en noem maar op. En we hebben dat eigenlijk zeer goed gedaan. Maar het zotte van het verhaal is, we komen ze bijna heel op het einde. Als Bodycount naar Griekenland vliegt, zijn wij 4 dagen naar huis geweest. En toen, ja, ik ging dan direct gewoon vragen aan het label. Ik zei, ja, en wat is voorlopig de verkoop? En dat was nog geen 6000 plaat. Ja. En ik had zoiets van, wow, shit man, weet je, ik bedoel, wow, we spelen hier alle dagen voor zo'n pak volk. En ja, oké, we stonden dan niet op die posters. En maar had toch, ik had zo toch een beetje het gevoel van, wat we zaten eigenlijk ook weer typisch mee een investering van hier tot in Tokio. Mm-hmm. Dus ik was ook niet eens de zot die de contracten las, dus ik wist over wat ging eigenlijk, basically. En dat was voor mij, ik had zoiets van, wow, my god, al die nefar en al dat gedoe en al die discussies en al die, wow, whatever. Samen met de goede shows en met alles erop en eraan. En ik moet eerlijk zijn, toen zakte mijn broek eigenlijk wel wat af. Ik heb toen wel een moment gehad dat ik dacht van, my god, wat is dat hier allemaal? Zo, weet je, bedoel, we waren zo in eigen land waar we tot het hodenstadium verheven. En dat kwam er niet uit. En Dus ik blijf erbij, als ik dan met een eigen platenbaas dan zie zei dat we te lui waren om het te doen. Ja, bon, ik moet eerlijk zijn, dat was voor mij was dat toch nog moeilijk. En ik dacht van, dat we niet altijd de gezelligste van Neup waren, ga je met jaren zijn, maar I'm sorry. Oh man, dat heeft zoveel... als je dan ziet dat verhaal van de Stigmatized en Unsafe en dan Black Fuel en al die daster er rond en... Ja. Er was echt zo'n moment dat ik dacht van, ik weet nog goed, we zijn toen de laatste, wel nog 5 dagen denk ik, we hebben nog 5 dagen gehad, we moesten spelen in Londen en dan naar Schotland, Newcastle, ik weet niet juist, ik zou moeten kijken in het boekje, ik kan dat boekje nog liggen. En dan, hoe moet ik dat zeggen, we zijn dan eigenlijk vertrokken, we zijn de grens overgereden in Lille, we zijn dan tegengehouden door de flikken. Er is dan een bobby op de bus gekomen. We hebben dan heel die bus gestript, want er is al van alles gevonden dat er niet moest opgevonden worden. En dat was dan heel grappig, want ja, we stonden zo mee nu op flikken bij ons. Heel gestript voordat we naar Engeland moeten vertrekken. Die flikken hebben dus iets van, ja, kijk gasten, als er nu nog iets gevonden wordt, ga je allemaal de bak in, hè, punt. En nee, niks. We stappen uiteindelijk, ja, er wordt niets meer gevonden. Ja. En ze 2 minuten erachter zitten we op die bus en die bong is weer vol een bak aan het gaan. En ik dacht van, holy crap, what the hell. Dus bleek dat al onder een bazaar in de potske zat. Terwijl dat man daar op een line... Ja, maar ja, weet je, bedoel... En dan heb ik zoiets van... Kerels, dat kost hier allemaal al zo'n nu op geld. De madness was dat was... Ja, het was rock'n'roll, inderdaad. Mm-hmm. Het enige dat we niet kunnen zijn, is dat we het niet... We didn't do it all the way, we did it over all the way. En, ja. Maar toch, soms dacht ik zo van... Allee, ja, weet je, bedoel, want het was dan ook zo, ja, het management kwam ook altijd niet eens bij mij terecht. Ja, wat is er nu weer? Ja, wat is er nu weer? Ja, wat kan er eigenlijk nog allemaal misgaan? Of wat kunnen we nog om, waar kunnen we er nog een potje van maken? Er was altijd wel nog iets waar we... Ah, we kunnen er wel boven, geen probleem. Maar ja, ik was misschien ook omdat ik... Weet je wat het was? Op tournee was ik bijna een halve pater, hè. Ja. Dat was zo. Zangers, simpel. Ja, kunt jij niet meefeesten tot de 5 van de morgen. Je kunt niet suipen heel de tijd, want je stem doet het niet meer. Dat is, ja. Als het op een bepaald moment niet meer lukt, ja, dan is het over. Hè. Dan gaat heel de troep naar huis. Dus ik was ook de enigste zot die heel de tijd... Ik zeg altijd, in de seks, drugs en rock'n'roll was alleen het eerste voor mij. En al de rest moest ik mij vrij goed inhouden. Bij mij was het zelfs Danny. Maar I know, ja, dat is, allee, maar dat is het vervelende om een zanger te zijn. Ja. En daardoor was ik ook de gast die meestal het nuchterst bij heel dat verhaal bijbleef. En ik was ook de gast die eigenlijk de kassa mee een stukje probeerde te... Ja, allee, ik zei het, als je met de filter dan in Hannover die zaaleigenaar erbij, als hij gewurgd hangen aan de muur, dacht ik van, allee, weet je, dus... Ja. We hebben, man, maar pas op, we hebben een tour meegemaakt, oh jongens toch, met Ice-T en al, dat was beyond belief. Je kunt er eigenlijk een film van maken, hè. Dus, ik denk dat ik hier zelfs nog de helft van de zotste verhalen zelfs totaal niet aanhaal, want dat was een rijdend circus, hè. Dat was... En ja, maar toch gewoon er zo'n punt waar ik ze... Ik blijf er goed bij, in Londen, zowel Xavier... Ik voelde ook aan Xavier dat hij het had. Ik voelde al zijn gevoel van... Ik ben op. Allee. Dat gevecht is zoveel energie slopend. En... Op dat moment, kon je dan op een bepaalde manier van een band leven? Of was het toch nog altijd jobjes erbij? Maar wij leefden eigenlijk van de band, omdat wij heel dagen op een bus zaten of ergens zaten, waar wij eten kregen en drinken kregen. En ja, de weinige geld dat wij over hadden, staken we dan, gelukkig dat we diplomatisch waren, in een stripclub. Ja. Dus ja, blijf erbij. Allee, het was, lange termijn, denk ik. Het was rock'n'roll, dus allee, maar wat ik wil zeggen is dat er was geen houden aan. Die een band was eigenlijk die muur moest wel ergens een keer komen, want eigenlijk, wij hebben daar geen geld aan verdiend. Pas op, we hebben heel veel geïnvesteerd, we hebben er... En dat was ook een beetje een eigenlijk dat Xavier, ik zeg in Belpop van ja, wij... Ja, dat was moeilijk om dat eigenlijk een deel te dragen, want iedereen dacht dat wij gewoon het gemaakt hadden. En ja, het is simpel, in België op die moment, wie had het toen gemaakt? Ik denk dat Case Choice het geluk had, door met Alanis Morissette in de Verenigde Staten te vertrekken. Die hebben 400.000 platen verkocht. Ik denk dat tegenover de inzet en tegenover de gemiddelde platencontracten die op die moment kon krijgen en spreken over succes, moesten toch wel makkelijk 250 of 300.000 platen verkopen, voordat je een break-even haalde. Dus ja, wij hebben dat nooit niet gehaald. Dus we gingen van put naar put naar put. Hè. Dus, en ook ja, had je publisher die dan een stukje mee investeerde in je tournees. Maar dat was ook geen vetpot. Hè. Ja, af en toe kregen wij dan een keer een extra. En allee, in Belpop, hetgeen dat Teddy zegt, is ook correct. Hè. Kregen wij zo... €500 in de maand. Elk extra. En trekt je plan. Ja. Als je dan wel in bepaalde substanties werkt, kun je nog wat verder gaan. Maar dan moet je ook liggen. Hè. Ik bedoel, ik geloof me vrij. Wij met Channel Zero, dat was echt wel een stuk afzien. Maar in principe, moet ik eerlijk zijn, ik kijk daar ook nooit... Ja, wij hebben met die band ook gelijk met Stigmatized. Dat was een zware dobber, maar eigenlijk ben ik er wel in geslaagd om dat geld terug te betalen. Dus dat is een stuk gelukt. Ja, dat was de erfenis die daarmee een stuk in... Ja, hadden we dat moeten doen of niet? Ik denk, moest ik in 1992 niet de keuze gemaakt hebben om dat te doen. Ik denk dat Channel Zero daarop was gestopt, pijs ik. Ja, dat denk ik ook wel. Het is spijt van niet achteraf dat je zegt... Zo momenten dat je denkt, godverdomme, achteraf... dat ik anders willen doen. Maar nee, spijt. Het enige dat eigenlijk heel spijtig was, en dus daarom dat het label ook zo kwaad was, is, wij hadden heel veel geïnvesteerd in Duitsland en in Frankrijk. Engeland lukte niet echt helemaal. Dat was nog mossel, nog vis. We deden wel wat goeie dingen, maar dat pakte ze niet. Dat is nogthans, op de tour van Bodycount, geloof het of niet, kregen we superlatieven door onze kop gesmeten. mensen kwamen ons uit de zaal echt zo van, wow, fuck gasten, van waar komt de huil eigenlijk? Zo, dat, allee, die dachten dat wij, net zoals Dave Mustaine, van waar zij haar juist in Amerika? Van België, wow. Mm-hmm. Dus ja, we hebben heel veel geïnvesteerd in Frankrijk en eigenlijk in Frankrijk bakten onze vis gewoon. En daar, dat was eigenlijk, ja, weet je, dat was een fucking big market, hè. Mm-hmm. België was zo, België, daar hadden we het geluk gehad dat we de crossover gemaakt hadden. Ja, was dat toeval, geluk, samenloop van omstandigheden, denk het wel. Was er een groot plan, ja, dat is plotseling gevallen. Moest de zanger van Live, die een paar jaar geleden nog op Roxotte hebben gefeliciteerd ervoor, maar die mensen hadden van, oh, kom die niet zagen, dat ik ziek ben. Ik ben niet ziek, fuck you. Zo. Ik had van, ja, allee, bon, echt te simpel door u, fucking gedoe, zijn wij ontploft. Ja. Ja. Dat was een lucky strike, hè. Weet je, whether you like it or not. Live was hot op die moment, hè. Dat was de hottest band in town, in een alternative rock. Mm-hmm. Ja, die eerste plaat was los een deur uit tak gegaan, een beetje gelijk Billie Eilish nu. Ja. Dat was, iedereen wou dat zien, dus ja, we hadden het geluk, wij vervangen niet, maar iedereen stond er ook grotendeels om 11 uur 's morgens. Allee, weet je, nu hoor hij op Werchter nooit geen 50.000 mannen meer om 11 uur. Hè. Niemand, ja, om 11 uur worden ze wakker, zo, weet je. Ja. Dus, weet je, we hebben een beetje, ja, ik denk dat wij het geluk hadden. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik denk, the right time, the right place. En ja, dat kunt dat zo moeilijk. Dat is ook de reden dat wij gespeeld hebben in Australië. Mm-hmm. Omdat er eigenlijk de Australische Herman Schuurman stond op Werchter als wij in 95 met Bodycount spelen. En die, oh man, de helle moet komen. En toen kregen wij een fax nog die van, ja, op tournee in Australië. Pff, ja, dat zou wij zijn, op tournee. Wie had dat betaald? We hadden al zoveel geld. En die kerel stuurde alles door. Ja. Uiteindelijk hebben ze ons nog wel alleen gehad. We hebben de vliegtuigtickets betaald, maar we hebben ze nooit teruggekregen. Maar bon, we hebben wel 15 dagen of zoiets getoerd in Australië. Dat was de max, maar dat was afzien met hun best. Mm-hmm. Dat was met je eigen gerief de vlieger opsleuren. Dat was toen dat je nog je drum mocht op de vlieger duwen. Hè. Oh man, die beelden van dat verhaal in Australië ook, dat is... Allee, wij hadden een racepiloot als buschauffeur, mijn best. Ik kan je verzekeren, op die video's uurde gewoon... Ik ben niet ontzwaas. We zijn ontrijden, ze door de banen, we pakken een ruw licht, en dat ze... En een Tino, ze wit als een lijk, iedereen dacht van, fuck, ik heb hier nog nooit punten verloren op mijn rijbewijs. Ik ben racecar driver, whatever, blablabla. De Greg. Goh. Was er volk daar op die shows? Ja, viel eigenlijk mee? Wel. Was dat wij waren daar, gelijk de Amerikanen hier, hè. Ja. Dat was absurd, hoor. Door klaagden de voorprogramma's, wauw man, helden het hier al de aandacht. Wij, moet eerlijk zijn, wij belanden daar plotseling in La La Land. Dat was... interviews op MTV Australië, dat werden gevolgd. Dat stond toch op 5, 6, 700 tot 1000 man voor ons alleen. En wij hadden iets van, my god, man, dat is bijna voor ons bijna niet mogelijk. Allee, zelfs al hadden we toen die explosie een stuk in België, was dat ontgroeien, maar dat was absurd eigenlijk. Dat was een fantastische tour. Dat was ook dodelijk in afstand. Hè. Dat was zo ver rijden, zo ver... Vliegen, dat was, ik denk dat wij 5 of 6 keer het vliegtuig moeten pakken om naar de volgende show te gaan. Maar ja, dat was dan met heel die en Craig onder zijn alleen. Oh, man, daar hebben we ook toeren beleefd. Oh, jongen, dat was dat. We hebben in lesbische clubs gespeeld. Ja. Ik kan u verzekeren, die backstage, dat zijn met allemaal van die dokters, gynaecologische stoelen mee, van die... flessenhouders, en dat wij dachten van, als we pijzen dat we het al gezien hebben, dan moeten we dan een keer in Australië komen om... En dat was ook absurd, want wij belanden daar een beetje in de droom, zo, van, wauw, die staan hier voor ons en die vinden dat allemaal de max. En pas op, die plaat was geen druk zwaar verdeeld geraakt, en we hadden het geluk gehad dat er een label erop gesprongen was. Ik denk dat er toch ook wel 5000 platen verkocht geweest zijn. Dat zijn is al veel. Ja, voor ons was dat toen wel veel, want wij voelden gewoon dat er was een soort aandacht dat wij dan zagen als machine naar hier, naar Brussel kwam. Of allez, weet je, dat je zegt, oh, dat zijn hier de helden. Ja. Plotseling waren wij daar zo... want die voorprogramma's, die is van, oh, fuck, toch geluk. En was iets van, ja, kom een keer mee met ons naar Europa. Door zijn wij af en toe van, amai, het is van New York en het is goed. Ja. Allee, niet dat ik daar negatief wil over doen, maar... Je voelt dat wel, dat je die match, en als jij dan plotseling in die spotlight staat, ja, dan ja, dan doe je dingen dat je soms iets hebt van. We hebben fantastische shows gedaan daar. En ook ja, het grappigste is, had er ook de Under 18 shows, man. Dat was een belevenis om 300 per uur. We speelden dat zo voor een bende schoolkinderen. Dezelfde show was een dag ervoor voor adults. Dus, maar dat was zot, hè. En die zaal zat vol, hè. Dat was, ja, de kids kosten door eigenlijk... Dat was dan zonder alcohol... zonder alcohol, ijs en toestand. Dus, dus die konden eigenlijk naar een show gaan en dat was niet alcoholisch. En die konden eigenlijk naar een metal show gaan kijken. En dat, voor ons was dat ook zoiets van... Ja. Morgen spelen we niet terug. Nee, morgen is under 18. Hier een alcohol in de zaal. Dat zat vol. Dat was iets van... maar ja, moet je niet vergeten als je dan zo... Je speelt er dan voor 16, 17, 18-jarigen. Ja, dat zijn fans die ze nadien nefast voor u vechten. Hè. Dat is gebouwd door iets op. En dat is wel spijtig dat ik zeg van Frankrijk en Australië was voor ons wel... Ja, dat was absurd, want je voelde gewoon dat wij... Ik noem dat zo typisch in een muur, dat je voelt wankelen. Zo. Ja. En ik ben zeker, moesten we daar niet gestopt zijn, dat we in Frankrijk... Want zelfs Dave Mustaine, die heeft ons meegenomen op zijn tour. We hebben 2 keer met hem getoerd. Eerst heel kort en dan 15 shows. Iets of die... En ja, die was ook super fan van Hans ons verhaal. En moet eerlijk zijn, wij zetten gewoon het publiek van Megadeth. Letterlijk staken wij onze zakken in Frankrijk. Dat was omdat wij een soort melodiositeit aan boord hadden ook. En ook, ja, wij worden toch denk ik wel een beetje scheel gerodeerd. Ja. We hadden zodanig veel gespeeld. Dat is ook onze kracht geweest op Werchter, hè, door het Werchter een beetje. Ja. Wij zijn, ik denk dat wij op door het Werchter, ja, we hadden niet gewoon van zoveel volk gespeeld, maar we hebben gewoon gedaan hetgeen dat wij anders deden voor 500 man. En ik denk dat we dat wel toch, ja, wij stonden echt wel op scherp. Ja. Omdat wij dat, ja, dat was die intensiteit, die een band had, die dynamiek, die naast de tourbus of... veel frictie veroorzaakte, kon even goed werken op een podium, terwijl we niet tegen elkaar moesten zijn. En daar waren we eigenlijk wel goed in. Dat is ook het spijtige eraan, dat we... Ja, misschien hadden we ook moeten op therapie gaan, ik weet dat niet. I don't know. De Belgische some kind of monster. Ik weet dat niet. Omdat... Uiteindelijk waren we wel met iets bezig, want trouwens, als er gestopt is gegaan, dan, als we dan beslist om te stoppen, Herman, Franky, ik wil met u eens gaan eten, want ja, die man had gewoon zwaar zijn gewicht in de pan gesmeten naar buiten België, naar de opportunities die hij had om ons te pushen. En vandaar dat wij met Danzig gespeeld en met Kiss en wat nog allemaal. En, ja, dat was ook een beetje vanuit zijn hand, omdat hij natuurlijk op zeker niveau iets had van pak die gasten een keer mee, want die kunnen er wel iets van. En natuurlijk was hij ontgoocheld, want die had ook zijn rug achter ons gestoken. En ja, nadien snapte hij ook wel een stuk, maar ja, bon, het is toch niet evident. Maar ja, spijt. Ik ben eerlijk zijn, ik had er eigenlijk op dat moment ik had er eigenlijk nooit spijt van gehad. Ik ben niet zo iemand die heel zwaar omkijkt. Misschien ook komt dat door mijn verleden. Het is wat het is, ik kan er wel mee leven, maar... Ik denk dat wij veel gesprongen eigenlijk, dat ik zeg. Terwijl wij aan het springen waren, ze aan het zoeken. Fuck, wanneer had dat spul hier op? Geen parachute. Dus ja, weet je. Dus, maar dan zijn ze gestopt, hè? Je bent een tijd weg geweest. Een redelijke tijd zelfs. Ik herinner me nog dat ik u ooit eens aan de lijn had in de zwaarste lijst. Dat is eigenlijk de eerste keer dat wij ooit tegen elkaar gebabbeld hebben, denk ik. Was aan een telefoon, dat ik dat presenteerde en dat ik toen nog zei van kom nog wel niet terug bijeen. En jij hield het toen nog zo'n beetje af. Jij wordt juist op die moment de vraag aan het stellen die achter de schermen aan het rollen was. Hè? En die kost er natuurlijk... Ja, waar ik geen idee van had, want ik wist dat niet. Ik wist dat ik u aan de lijn kreeg, omdat hij zat zoiets van ja, het is de zwaarste lijst, we moeten ook eens babbelen met iemand Belgisch dat die het voorstelt in de metal. En laten we eerlijk zijn, zoveel zin dat er niet. Dus je kwam bij u terecht. En toen was er inderdaad, buiten jullie dan, nog geen sprake van een reunie van Channel Zero. Ja. En dan ineens wordt dat aangekondigd en jullie doen de AB en dan loopt dat ook weer uit de hand. Ja, ik moet eerlijk zijn, we hadden een B-plan. Hè. Ik had al veel gezegd, veel geloven dat niet. Franky, maar nee, we hadden zelfs een B-plan. We hadden zoiets van, ja, pak dat die zaal niet vol is en dan... Maar dat is iets van, mok toch maar zeker wat extra posters, omdat de bedoeling was om er 1 te doen. En ja, weet je, het verhaal, Xavier had dan beslist om niet mee te gaan. Want hij was in de belpop, hè, die dat we, ik heb die ook gezien, Die aflevering, een heel toffe aflevering ook trouwens, maar daarin is Xavier ook niet even positief over u, ook niet altijd. Zijn jullie met ruzie uit elkaar gegaan? Of? Goh, ik denk dat Xavier vooral ontgoocheld was dat ik met hem dan, niets nieuw gedaan heb, denk ik. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik had... blijf erbij... Dat was ook een persoonlijke keuze. Ik moet eerlijk zijn, de eerste 2 jaar na de stop van Channel Zero wou ik er echt letterlijk niets meer over horen, zien, rieken. Ik was het zo kotsmoe. Wat heb je gedaan eigenlijk in die tijd? Ik heb toen mijn volledig huis afgebroken en weer rechtgezet. Onder mijn alleen. Een beetje het... Dat is echt waar. Ik heb toen met mijn toenmalige mijn ex... Heb ik toen een huis gekocht en dat was zoiets van, ja, wat doen we nou mee? Ik had zoiets van, het is simpel, jij mag kiezen. Ofwel maken we er iets nieuws van, ofwel lappen we het op. Ah ja, we gaan er iets nieuws van maken. En 3 dagen erachter zag dat ze nog juist het gebeente staan van het verhaal. En dan heb ik dat 1,5 jaar onder mijn alleen in mij waarschijnlijk in afgereageerd. Dat was precies ook nodig. Ik kan dat niet uitleggen. Dat was voor mij het moment dat ik dat was zo'n trip geweest waar ik mij ook dikwijls blijf erbij. Had ik daar spijt van? Eigenlijk niet. Ik blijf erbij. Ik heb daar echt geen spijt van. Mensen kunnen dat nu nog altijd niet geloven. Van... Het was natuurlijk spijtig dat we het Frans verhaal, dat we zo een stuk de brui aanhaven, maar er was ook geen... Voor mij was er geen alternatief. Die een band was gewoon... Ik had zoiets van, hoe ver moeten we gaan? Dat we echt op mekaars kop slaan? Dat was voor mij geen optie. Ik had zoiets van, gasten... Die heeft er dikkes deel kort bij geweest. En ja, bon, is dat dan erg? En dag nog die was dat weer vergeten. Maar er kwam weer snel weer een andere reden om over iets te... Dus dat was gewoon een intensief verhaal. En ik had het gat, voor mij was dat een moment geweest dat ik dacht van, ja, maar dan, ja, zijn we dan terug herbegonnen. Ik kan dat niet uitleggen. Tot op de dag van vandaag is dat nu nog altijd een band. Dat is, geloof me vrij, dat is een reizend, chaotisch verhaal. Ja. En er komt geen eind aan. Dat is, zelfs nu nog, dat is zo... dat is een andere dynamiek. Er is nog altijd een discussie. Er is nog altijd veel... Ja, wanneer is het goed, wanneer is het niet goed? Lalalala. We zijn nu ouder, we hebben allemaal kinderen. Het is, ik blijf er nog altijd bij. Ik denk dat we geluk hebben dat we een manager hebben die heel veel geduld heeft. Ja. Dat durf ik geruststellen. Maar ja, bon. Je bent ook ouder, je nuanceert misschien anders. Ik weet dat niet, maar ja, 2010 was ook weer zo'n van de pot gerukt verhaal. Dus, weet je, als je de voorgeschiedenis ziet, in 2009... ik had toen een job als verkoper van PA-systemen en ik ben dan bij Xavier geweest en Xavier mij gezegd van kijk, ik zit niet zitten, ik heb ook een probleem met mijn oor en hij heeft mijzelf gezegd van kijk, pak toen een andere gitarist. Dat heb ik gedaan. Nadien had hij zoiets van ja, we hebben het gedaan, ik heb zoiets van, het is het een of het ander, hè. Als je het niet ziet zitten daardoor, is op zich spijtig, want de vraag is gesteld geweest, ik heb ze gesteld, ik durf dat letterlijk one-on-one zijn, dus... we zijn dan, het grappigste is, ik ben dan op reis geweest. Ze hebben dan op reis mijn Achillespees afgeschopt. Ik heb dan eigenlijk de laatste 7 maanden voor dat we in de AB geraakt zijn, in zo'n brace gezeten, met krukken naar Namen gaan repeteren op de trein. Ik kan u verzekeren, ik mag dan niet meer met auto rijden. Ik heb dan zo'n auto gekocht met een automatiek die eigenlijk meer dood als levend was, omdat ik was niet verzekerd, omdat ik met mijn linkervoet moest accelereren, maar dat kon niet, want ik had zo'n enorme blok om mijn been. En dan als je gaan repeteren in Namen en dan weer het verhaal Phil en zijn scheiding en dan raakt hij in de bak in, dan rukt hij met die enkelband. Alex, mijn best, ik kan u verzekeren. Dus soms heb ik zoiets van, jong, dat kun je toch niet bedenken. Zo. Wat had hem gedaan eigenlijk om in de bak terecht te komen? Ik denk dat hij iemand undercover een paar tanden lichter gemaakt had aan het beursplein in Brussel. Ah, oké. En ze hebben hem nadien een stukje gelapt, denk ik. Volgens dat ik het toch begrepen heb. Ze konden hem niet pakken, maar de Phil was ook een gladde vis. Het was een unieke gast. Ik blijf erbij, dat was een speciaal geval. Hè. Maar ja, dan is hij dan in die scheiding... Ze is dan uit elkaar gegaan en ja, zijn vriendin wou vertrekken naar Ibiza met zijn zoon. En hij was al tegen, hè, ja. Alleen ja... Hoe moet ik het zeggen? Op een bepaald moment zat hij dan in een verhaal waar hij de hele tijd moest gaan bewijzen dat hij geen substanties nam. En ja, dan is heel dat verhaal met dat gevecht in Brussel naar boven gekomen. Ze hebben hem dan eigenlijk ja, een stuk veroordeeld. Hè. Dus ik denk dat hij een paar maanden gezeten heeft. En dan heeft hij een enkelband gekregen. En vandaar dat hij op Graspop gespeeld heeft met een enkelband. Hè. Ja, bon. Ja. En de week daarachter is hij eigenlijk door zijn advocaat zijn weggenomen. Of anders ja, had hij de 2 shows gedaan. Graspop en op Werchter in een enkelband. Dat is ook niet iedereen gegeven, maar bon. Ja, bon, ja. Tis, en we hebben nog het geluk gehad, want allee, dat is niet voor het zeveren. In principe kosten we die shows niet doen. Want hij moest om 8 uur s'avonds binnen bij hem. En ja, wij speelden vrij laat op Graspop. 6:30, ik weet het, ik ben er nu vanaf. En Werchter ook, wij zaten redelijk... Ja, dat was een verhaal die we eigenlijk niet kosten doen, omdat hij... En we het geluk had, een maand voor dat verhaal heeft hij een parole-officer gehad, die fan was van Channel Zero, geloof het of niet. Ja. En die heeft er dan weer gezorgd dat hij 24 uur... Oh, sorry, mocht overlappen. Of anders hadden wij dat moeten cancelen. Dat was ook weer zo'n verhaal van, allee, had dat maar eens gaan uitleggen. Hij komt dan terug, al de max, en zet een AB op zijn kop. En ja, mogen niet spelen, want de ander moet om 8 uur thuis zijn met zijn enkelband. Ja, allee, want het was eigenlijk ook niet de bedoeling toen je... Ofwel, ik weet het niet, dus daarom vraag ik het eigenlijk. Dat jullie gingen terug beginnen als band. Het was eigenlijk meer een soort... Nee, ook niet. Maar ja, bon, de ontploffing van de AB gebeurt dan in 2009, voor heel dat verhaal met mijn been. Ja, dat was weer zo te zot voor woorden, want ja, wij zetten wij dat te koop en ja, dat was de vrijdag, ik weet het niet meer, de 8e of de 7e, ik weet het niet meer, of de 10e. Ja, op 45 minuten waren die 3 shows weg. En wij vielen uit de lucht natuurlijk. Want ja, we hadden iets van, we hebben een B-plan. Het B-plan is zelfs totaal niet aan de orde gekomen. Want het was direct plan Z al. Plan B was, we doen er nog 3. Ja, en dan heeft de AB dat voorgesteld van, kijk, als jullie willen, het is zo vroeg op voorhand, kunnen het volgend weekend ook nemen. En dan, die waren ook direct weer weg. En dan werd de vraag gesteld, ja, wil er nog 3 doen? En toen dacht ik van, gast, nee, maar ja... Waar is dat unicum verhaal hier nu? Allee, iedereen trouwens een beetje van... ja, weet je, ik bedoel... We gingen niet een show doen. Een comeback show. Ja. Eén keer zo, een return. En dan terug naar huis. Ja, dat is dan ontploft. En ja, CNR was dan ondertussen aan boord gekropen. En die vroegen dan... Ja, kunnen een nummertje oppakken? En we hebben dan Black Flowers opgepakt in een rapte. Maar dan zat de Mikey er al in eigenlijk. Mikey was er toen al bij. Ja. Hoe is hij erbij gerokt eigenlijk? Want dat is ook niet de gitarist van Snot ervoor, de Amerikaan ook. Woonde dan ook nog eens in Japan, denk ik? Later. Maar later, dus op die moment is het zo dat... wij hadden, denk ik, een 20-tal gitaristen geprobeerd. En er was maar één eigenlijk die ons van ons sokken blazen. Dat was Marcel Koenen uit Nederland. Ah, ja. En... maar die had zo'n soort zelfzekerheid waar wij ons niet goed bij voelden. Dat was zo van, wow, en die keel is ook fantastisch, hè. Allee, don't get me wrong. Marcel is een fantastische gitarist. Alleen, dat was zo... Zowel ik en Phil iets van... Nee. Hoe goed dat hem ook is, dat matchte niet. Wij voelden gewoon dat dat niet... Allee. Dus ja, dat is ook weer een keuze dat je maakt van, ja, je kunt er natuurlijk voor kiezen, want... Klinkt fantastisch goed. Maar dat was gewoon... en dan is eigenlijk grappig genoeg... ik denk... Laurens Kusters van Deviate... Ja. Is dat verhaal te weten gekomen. En die was toen in L.A. Want ik heb Arlette toen ook leren kennen nadien. Ik weet niet of dat Arlette er iets mee te maken heeft. Maar ik denk dat Laurens Kusters heeft toen dat verhaal... ik kan hier wel een paar gasten die kunnen wel eens vragen of dat... Want dat was eigenlijk voor een show, hè. Originally, ondertussen was het... Nee, het was, sorry, het is niet bij mis, excuseer, het waren de 7 shows die al voorzien waren. Maar dat was nadien stop erachter. Dus het grappigste was, ja, we kregen plotseling een bericht van Dan Spitz had interesse om het te doen. Mikey, de gitarist van Live of Agony, Joey. Dan Spitz als Anthrax, hè? Ja, en Anthrax. Ja. En dan de gitarist van Carnivore stond ik op dat lijstje. En ja, ik en Phil hebben ons dan vooral online een beetje beginnen kijken van wat is iets van... Ik moet eerlijk zijn, ik zag Dan Spitz niet direct van... Allee, dat is natuurlijk wel leuk op zich, maar ja, en dan hebben we eigenlijk gekozen voor de minst gekenden eigenlijk. Omdat wat we moesten proberen, hè. Ja. Allee. En Mike is dan toegekomen en... Ik kan dat niet uitleggen. Dat was, die gast was relax, ook vooral. En dat was ook, ja, Mikey en Phil, dat waren, ja, dat was ook weer het oorlijke duo, hè, die twee, mijn besten. Dat was instant love, hè. Dat was, ja. We're gonna have a lot of fun together. En bon, allee, maar ik kost het ook. Bon, allee, Mikey komt toe en ik denk dat Mikey op die moment ook een beetje uit een dieptepunt kwam. Die mens heeft door ons een stukje het licht weer gezien, een stukje toch wel, durf ik wel stellen. Want hij had ook zoiets van, ja, ik had nooit gedacht dat hij mij ging kiezen, maar hij had zoiets van, ja, we moeten een test doen, hè, ja. Dus we hebben hem laten overvliegen en ik weet nog goed dat de Phil tegen mij zei, ja, zit hij... Stel je voor, zegt hij, dat wacht er een half uur mee die gast al in boel liggen. En ik dacht van, Phil, pijs nu een keer dat het gewoon goed kon misschien. Dus ja, allee, probeer het niet in die eerste 5 minuten al te verkloten. Maar die gast was zo... Allee, dat was hem geweest, maar die zei gewoon zijn gedachten en niks mis mee. Maar ja, wij kenden hem natuurlijk. En ik zeg, kijk Phil, misschien schik er wel op of... Wacht even voordat je even je gedacht doet. Maar dat was zo, dat werkte instantly. En we waren dan vertrokken en zo is Mikey aan boord gekomen. En ja, allee, we hebben daar... Hoe moet ik dat zeggen? Blijf erbij. Mensen zeggen, ja, maar ja, het is toch... Tuurlijk is dat duur. We moeten hem altijd overvliegen. En ik heb het er met u eens over gehad, hè. Allee, dat is zo. Dat is ook weer zo'n verhaal. Dat is niet simpel. Maar alleen, wij zijn Niels de Stadsbader niet. Als er bij Niels de Stadsbader om concerten en andere bassisten en drummer zit, en die doen dat goed, ja, who cares? Ze komen voor Niels de Stadsbader. En daar is ook niks mis mee. In dat genre kun je dat permitteren, maar in hardrock, metal... weet je dat ook goed genoeg? Allee, je bent een crew, je bent een verhaal en dat wisselde niet gelijk dat je van onderbroek wisselt, omdat toevallig die een dag niet past. En daar zitten wij natuurlijk, maar ik blijf erbij. Dat is ook weer zo, je moet weer samen op de baan en dat is weer een stuk rock and roll. En we hebben de Mikey ook al fantastische dingen beleefd. In LA, ze noemen nog niet voor niets de Mayor of LA. Hoe zou dat komen? Hè? Denkt, kijk, ik dikke schat dat ik, als we daar in opnames zaten, dat ik, ja, vanavond gaan we misschien naar een afterparty. Ja, een afterparty, ja. Een nieuw bandje of een projectje van Dave Grohl, zeker. Ja, en dan als je, Mikey, gaan we een beetje doen, de afterparty. Nu, we gaan wat opnames doen. Oh, fuck my god, shit, fuck that. Maar serieus? Nu, we gaan deur doen tot 12. Fuck. Ja. Allee, ja, weet je, bedoel, ja. En dan de dag erachter, of 2 dagen erachter, sta je plotseling de hand te schudden aan Jonathan van Korn. En ik was iets van, mijn plaat moet mee prokken. Maar ja, maar die was DJ-sets aan toen. En dan, ja, kom je door in L.A., stond je daar plotseling met de gitarist van Alice in Chains een klapje te doen. En Dave Lombardo komt u een hug geven en zo. Yo, hey, ça va? Ah, ik huur dat. Fuck my god, wat is dat hier allemaal? Ja. Allee, weet je, bedoel... Je kunt dat zeggen, ja, dat was voor mij toch iets van... Oh my god, het is hier gewoon niet normaal. Die lopen hier allemaal. Niet 1 of 2, maar nou, allemaal. Die wonen daar ook allemaal. Ah ja, weet je, dus, allee, weet je, maar dan dus, dat is ook zo heel absurd. Blijf erbij, ja, Mikey zijn verhaal is dat is ook een unieke gast, hè. Weer, natuurlijk kun je dat niet vergelijken met Xavier, maar dat is, allee, ieder persoon heeft zijn eigen uniek verhaal. En Xavier heeft fantastische dingen gedaan, songs geschreven voor Channel. Het is zo, die gast had gewoon een talent ervoor, punt. Hij had ook een unieke sound, dat weet ik nog. Maar ja, tuurlijk, dat is ook een maniacale gitarist en daar is niets mis mee, want dat was ook zijn verdienste. Die mens, ja, die ging gewoon slapen met ja, die was zo ja, altijd passioneel mee bezig. En dat is ook een stukje zijn verdienst. Hè. Pas op, allee, blijf erbij. Alleen, blijf erbij. Muziek maken is één ding, maar samen op die bus en door dat verhaal en die beslissingen pakken en door dan durven... Ik heb wel iets van, kijk, als we springen, eigenlijk dat ik nu dikke zeg van... Dan weet ik waarom dat ik spring, maar dan ga je mij na die uren klagen van... Ah, shit, ik had dat nooit niet moeten doen. Dan ben ik misschien een hele goeie in om te kiezen voor iets en daar dan voor te stikken, want je hebt een keuze gemaakt. Kun je ze blijven in vraag stellen. Hè? Allee, je kunt alles in vraag stellen op die moment. Gewoon een beetje, voor Channel Zero fans, dat vooral is fantastisch. Tino de Martino, dat is iemand die heel zelden naar voren komt. Als je daar na een minuut over moet babbelen, wat voor iemand is dat eigenlijk? Is dat echt een stille of is dat gewoon iemand die is dat misschien de ergste van allemaal? Goh, dat is een Italiaan. Gaan we die boeken kopen doen? Nee, Tino is ook een heel apart verhaal, hoor. Dat is zo, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat is ook zo een beetje altijd een kerel die er zo bij hangt, rondhangt, meehangt. Op zich wel een hele speciaal, maar met momenten, goh man, dus, je moet hem toch wat kennen. Hè, dus. Maar ja, maar dus, allee, ik ben zeker dat dat voor mij even goed is. Hè. Als je een ander gaat vragen, ja, de Franky, ja, ik ben soms ook zo koppig als een ezel als we naar de maan gaan. Maar naar de maan, dan gaan we niet naar fucking Pluto. Hè. Dan moet je niet afkomen van... Allee, ja. Dus wil ik wel zeggen, dus iedereen heeft zijn verhaal wel. Het is zo natuurlijk, ja, Tino was ook de buddy van Phil. Hè. Ik denk dat Tino ook... als Phil overleden is, dan moet eerlijk zijn, we hebben daar eigenlijk een enorme knak gehad in Jans het verhaal. Dat is heel absurd. Dat was hetgeen dat ik natuurlijk wou gaan vragen. Hè. We hebben het al veel over hem gehad. We hebben hem ook allemaal gekend. Ja, jij vooral. Maar ik bedoel, wij kenden die ook. We hebben er ook een paar keer met jullie samengespeeld. Ik kwam er ook heel goed mee overeen. Ik weet dat nog. Een van de funnieste dingen. Mijn laatste herinnering aan hem was trouwens dat wij naar Megadeth waren gaan kijken in een AB. En hij was daar toen. En ik stond aan te schuiven in een rij voor jetonnetjes te gaan halen. En die komt eraan en die zegt tegen mij... Alex, could you pick up some jetons for me? En ik zo, hey, rockstar, wat is het met jou? Kun je niet gaan aanschuiven? En ik moet hier niet zo, you are there already, why don't you take it with? Zo, dus dat was eigenlijk wel, ja, gelijk dat die was. Ja, hè? Ja, echt een figuur. En dan, jullie moesten op Alcatraz spelen en ineens gebeurde het. Ah ja. Wat was dat voor u? Want dat is toch... Goh, dat was dat niet uw beste buddy in een band? Eigenlijk wel. Ik blijf erbij. Ik heb met hem ook veel ruzie gemaakt. Maar ik denk dat wij wel nu op het einde, dus het verhaal tot 2013... hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik had net mijn scheiding achter de rug. En hij... Ja, hij was... Ja, je moet zeggen, hij was in zijn verhaal om het insukkelen. En daardoor hadden wij wel zo'n verhaal waar wij... Hij kwam dikwijls bij mij zo praten over dat hij zei van, man, het is zo moeilijk, zegt hij, het verhaal, en ik wil niet dat mijn kind verhuist. En daardoor hadden wij zo weer toch nog, zoals altijd, want Phil was ook zo iemand die dan toch ook het zakelijke, eigenlijk ook in het eerste verhaal, was dat ook de gast die nog een keer durf zijn van, hey, gasten, weet je, dat heeft zoveel gekost, of iemand die het er toch reëel over deed. En daar was hij dan ook een partner voor mij, want Phil was wel een die wel kost rekenen en tellen. Dat was een geboren verkoper. Maar het is wel zo dat, moet ik het zeggen, ja, in 2010 tot 2013, ja, we waren ouder en we hadden elkaar een hele tijd niet gezien. En nadien hadden we daar wel spijt van. Dan was iets dat van, hé, waarom? Hadden wij dan zo'n een zware beef? Eigenlijk niet. Als wij gestopt zijn, lag mijn gewicht zo meer naar het algehele verhaal dat mij kotsmoe had gemaakt. Ik had er misschien ook wel aandeel in. Misschien moest ik nooit de zot geweest zijn die stigmatized gedaan had. Was er een andere oplossing gekomen? Kan allemaal zijn. Allee, dus ik blijf erbij. Ik had er waarschijnlijk ook even veel aandeel in het gedoe en in het whatever. Omdat ik het te veel probeerde op te lossen. Maar op die moment voelden wij zo wel iets van, fuck... Waarom zijn wij eigenlijk... Ja, we hebben elkaar letterlijk uit het oog verloren. En we hadden er al twee wat spijt van, omdat we voelden van... we hadden dat niet meer laten gebeuren. Maar ja, de Phil, die had ondertussen verkoper geweest van kledij. Die is met de Wu-Tang Clan gaan onderhandelen in New York voor die kledinglijn hier. Dat was echt een absurd, een crazy motherfucker in de positieve zin dat hij... Die slaagde erin om dingen te doen. Dat is dat van, hoe doet die dat? Ik bedoel, die zat plotseling, die was verdeler in België van Carhartt. Hè? Ah, ja. Dus, dat was geen klein merk. Dat is geen klein merk, ja, nee. Dus die heeft dat hier een stuk naar binnen gebracht. Dus wat ik wil zeggen is dat, maar ja, hij is dan in de bak geraakt op een bepaald moment. En daar heeft al zijn tegenstanders hebben al zijn lijnen gepikt. En ja, nadien zat hij wel onder de grond, omdat hij dan financieel zwaar op zijn bek gegaan is. Dus ja, Channel is er dan nadien bijgekomen. Maar pas op, Phil was een duizendpeut. Die mens trok gewoon zijn plan. Hè. Die gast mocht alleen op de maan zetten, geloof me vrij. En die grokt wel terug. Hè. Dus ja. Dat was Phil, geloof me vrij, al moest in een deal doen met Marsmanneken. He would have done it. Maar dat was een uniek verhaal. En ja, als dat gebeurt, dan krijg je zo'n klop in je bakkes. Omdat je zo, weet je, ik blijf erbij. Dat moment dat wij de avond ervoor repeteerden voor Alcatraz... Ja, dat was fenomenaal. Ik blijf erbij. Iedereen had toen zoiets van... Ja, de film is een vorm, man. Die had gerepeteerd. Like never before. Dat was, ja. En dat is nu niet omdat dat gebeurd is. Dat was ook zo. Iedereen was zo... we hadden allemaal zo van, wauw man, joh, die gast heeft morgen zo'n zin om... Dan ja, die ja, een bloedklonter had in zijn hersenen. Hij had ook een stuk slaapapneu. Ze vermoeden dat dat er ook een stuk doorkomt. Ja, het is nu niet meer... weet het niet. Maar de vermoeden is, ja, heeft hij op 5 minuten was hij weg. Hè. In principe kan het mij nu even goed overkomen. Ja. Ja, je hebt mensen die een bloedklonter hebben in hun benen en als ze dan snel bij zijn. Ja. Maar natuurlijk in je hersenen, ze hebben natuurlijk gezegd van... Zelfs al hadden we er... Want uiteindelijk woonde hij vrij afgelegen waar dat hij woonde. Dus de ambulance heeft er denk ik 25 minuten over gedaan om bij hem te geraken. En ja, toen was hij eigenlijk al klinisch niet meer... Ze hebben hem dan nog proberen reanimeren, maar... Ze hebben nadien ook gezegd van ja, moesten we hem nog boven halen, ging dat waarschijnlijk niet meer, nooit meer goed gekomen zijn. Dus mm-hmm. De vraag is, ja, wat wilt je er dan van? En, maar dat was ook zo, ja, allee, dat was zo surreëel, omdat we de dag ervoor zo een waanzinnige ervaring hadden beleefd, in de zin van, fuck man, we zijn hier zo... En we zaten ook juist met een Engels agent aan het praten om weer die Europese tournees aan te vatten. En ja, die gast heeft ons nadien nooit meer gecontacteerd. Ik weet, zijn naam kan ik er hier bekomen. De kerel die ze de obituaries en de in flames en al de wereld rondstuurt. Dus wij zaten zo een beetje in een up. Mm-hmm. En moet eerlijk zijn, sindsdien hebben we zo'n knak gehad die we toch, ik weet niet of dat eigenlijk al... Ik denk dat we, grappig genoeg, kijk, we hebben nu zaterdag gespeeld in Oostkamp. Een pak volk, heel goede reactie. En dat is zo heel grappig hoe dat wij door een ja, zo'n opdoffer hadden die... Dat deed ons ook... Ja, financieel was dat geen cadeau. Hè. Je kunt dat zeggen, ja, is dat erg? Ja, het was ook wel een realiteit. Dus wij zaten met een hele shows die gecanceld werden, waar wij voorschotten op gekregen hadden, die al een stuk in het verhaal gebruikt waren, die dan niet meer... Ja, dat ging dan allemaal mee door. Ja, ja. Het jaar erop hebben wij dan grotendeels al die shows ingevuld, maar dat was allemaal al een stuk betaald. Dus kun je zeggen, ja, je hebt het wel al gehad, maar je moet zo'n jaar... Je hebt ook die emotionele band die iedereen... Ja, kunnen dat wel maken dat je verder gaat? Ja. Kunnen over... Ja, zijn vader zei... Het is dat hij zei van... Kijk, zegt hij... Doe gewoon voort, zegt hij. Want hij zou dat zelf ook niet gewild. En hij was muzikant in hart en nieren. En allee, en wij, op die moment hadden wij dat nog niet... Ja, hadden wij nog geen plan. Maar bon, ja, kijk. Het is... Leg het maar uit, hè. Wanneer wel, wanneer niet en waarom wel en waarom niet. Het is ook zo, je hebt dat heel die opbouw weer gedaan. Je zit er zo 3 jaar weer dag en nacht mee bezig en dan gebeurt dat en dan staat er weer voor die voldrongen feiten van, ja. Wat is wat. En dan heb je Roy Mayorga heeft de plaat ingevuld, gedrumd zeker, hè? Kill All Kings. Ah, maar ja, Mikey kent hem zeer goed. Heeft met hem in Soulfly gezeten. Mm-hmm. Dus die heeft op een moment gezegd van kijk, het is ook zo dat eigenlijk, de zaterdag is veel overleden en eigenlijk gingen we de maandag beginnen met opnames. Ja. Dus hier, die plaat was voorbereid. Dat was echt letterlijk af, dus... Allee, wij stonden klaar om in de studio te gaan. De Megadeth, ja, we hebben nog gebeld naar Logan Mader, want die stond net in LA, op LAX om over te vliegen. Ja. Die stond in de luchthaven en hebben dan gebeld van ja, Phil is overleden, dus die vlucht van die man was allemaal al geboekt, dat hotel. Allee, ja. Logan Mader, gitarist van Machine Head. Ja, ondertussen weer, ja. Ondertussen terug, ja. Inderdaad. Een tijd niet geweest. Hè. Medicine, denk ik, dat hij ook inzet. Ja, dat is zot dat dat allemaal gebeurt. Uiteindelijk komt er hem bij Seven Antonopoulos terecht. Dat is ook weer een figuur, want die hebben we ook ontmoet. Hè. Oh. Daarin ik maak nog een paar avonden mee. Die wel de moeite waren. Maar dat is... ook weer al een Amerikaan, maar die dat dan in Scandinavië woont. Wel, het is zo dat Roy heeft die plaat ingespeeld. En dat was ook direct... Allee, wisten we dat ook wel. Roy speelt bij Stone Sour. Die mannen spelen stadions in de Verenigde Staten. Dat is... Allee, voor degenen die het niet weten, dat is een helft van Slipknot. De helft stuk van Slipknot die erin zit. En die mannen, dat is ook waanzinnig goede band, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Maar het is ook wel zo, die mannen hebben hun verhaal. Er is nooit sprake geweest dat Roy bij ons ging... Hij zei van, ja, wil ik wel gerust een keer invallen. Moest ik een festival doen, doe ik dat wel. No problem. Dat is ook een waanzinnig talent. Ik denk dat ik zelden zo hard met mijn kin op de grond zit te kijken heb naar een drummer die jongen heeft dat ingespeeld. Heeft dat wat ingeoefend. Die heeft dat opgenomen op 2,5 dagen. Heel die Kill All Kings plaat. En dat was dus in die niet... De overdubs doen me niet, weet je. Ik speel dat nog wel een keer. Zo. Ken je dat zo? Ja, ja. No bullshitting around. We begonnen het gewoon spelen. Totdat het goed is. En dan... ik had zoiets van... Oh, as you want, hè, Bobby. You're the king. Ja. Dus ja, we waren wij al op zich gelukkig dat die plaat dan een stuk doorging. Want we hadden dan die beslissing genomen om die plaat dan toch te doen. Omdat die een Angel hadden we dan een stuk herwerkt. Door wat er gebeurd was. En dat was weer zo, ja, plotseling zaten we zo in dat wankelmoment. En dat gaat dan toch weer een stuk door. Allee, allemaal goed en wel. En dan heeft Roy zelf gezegd van, ja, waarom vraagt het niet aan Seven? Die heeft toch al god weet wat allemaal niet gedaan. Die kan dat met 2 vingers in de neus direct. Mm-hmm. Stuur hem dat door en binnen een week kan hij dat. Mm-hmm. En dan was dat ook zo een beetje het momentum, hè. Springen we weer of springen we niet? En hop, let's go. En we zijn weer dan begonnen. Ik had nooit vergeten dat wij grappig genoeg op de VRT ons eerste concert samen gedaan hebben in de Club 69. En ik weet nog goed dat ik het eerste nummer toen helemaal om zeep geholpen heb, omdat ik eigenlijk bijna het zo surreëel vond dat ja, ik draaide mij om en ik zag de Seven. Ja. Ik heb zo nogal veel... Het moment dat ik zo met een drummer een soort liaison d'amour heb op podium in vibes. En ja, ik weet nog goed dat ik toen... Ja, ik denk dat daar Passenger was. Ik heb dat volledig verneukt. Het is toch wel funny met zangers en drummers. Ja, want dat was eigenlijk de gast waar ik ook het meeste naar keek op het podium, de Chris. Ja, maar dat is ook uw leidraad. Maar je zit ook recht achter u. Ja. Soms zijn de momenten dat je met je rug naar het publiek zou en je zingt en je zee naar hem. Zo, en de rest, dat moest een beetje gaan zoeken, dat contact. Maar hem, je weet altijd waar dat hij is. Ja, maar dat is ook zo je leidraad. Ja. Ik vind op podium is er een soort kruisverhouding. Zangritme is voor mij het belangrijkste, grappig genoeg, want ik kan met heel weinig informatie van de basgitarist of gitarist en bassist weg. Maar het ritme en bij mij was dat eigenlijk grappig genoeg. Dat was drum en leadgitaar. Ja. Omdat ik ook heel dikwijls voelde, als er een riedel zat of waar dat je zat, dat ik denk, daar zijn we na. Als het geluid niet goed was, als je voelt van, je moet het hier gewoon redden met wat dat er is, dan moest ik daar naar luisteren. Ja. Maar het is ook zo dat, op podium, gelijk nu, ik heb nu sinds 2011, als we de AB's gedaan hebben, nadien, heb ik dan mijn rechteroor beschadigd. Mm-hmm. Dus sindsdien zing ik ook altijd op in-ear op mijn slechtoor, want anders kon ik zelfs niet meer op het podium staan. Want in het jaar 2011, de eerste keer in mijn leven, dacht ik om te stoppen. Letterlijk. Omdat ik zo vals aan het zingen was als ik weet niet wat. Omdat ik eigenlijk mijn slechtoor open liet, waar ik een stuk niet meer hoor. Hè. Dus ik heb een stuk van mijn hoor die weg is. En hoe moet ik het zeggen? Ja, dat is, ik heb er ook weer leren mee omgaan een stuk. Maar ja, sinds dat ik dan de oplossing gevonden heb om te zingen op mijn slechtoor, daardoor is ze ook toe. Want anders zou ik het niet meer verdragen om mij voor een versterker te passeren. Dus voor mij is dat ritme, gelijk nu ook. Ja, ik zing nu heel de tijd met één in-ear en de andere is oordop. Grotendeels, in en uit. Tijdens het concert pakken dat er in en uit, omdat ik de druk op podium, gelijk niet van het weekend ook, was voor mij, ik weet nog een keer, een wake-up call. Ik kan u verzekeren, dat volume dat wij presteren op het podium met een beste vriend, dat is... Dat kan al tellen, hè. Ja. En zelfs al ben ik dat dan gewoon, zelfs nu in Oostkamp. Goh. Ja, hallo zeg. Dat was toch weer zo'n moment dat ik dacht van... Ja. Ik heb het gisteren ook nog toren gekregen. Ik had een muziekje opgezet en dat was zo... Jij zit doof. Heb je enig idee hoe luid dat is? Jij zit doof. Ja, maar dat is ook zo. En dan moet je daar stiller zitten en dan denkt je... Ja, dat een tv soms opstaat, als je bij jou thuis komt, dan denk ik, die motherfucker hoort geen klote niet meer. En het beste vind ik dat jij constant zegt, ja, ik heb zo wat stoppen in mijn oren en dat is zo wat een natuurlijk... systeem dat ik geen oordoppen moet, want ik voel eigenlijk en ik denk, ga ze zo doof als fuck. Ja, en vooral... Lapperre moet je passeren. En dan gaan ze een grafiekje maken. Ik heb dat met Mikey ook gedaan, want die dus, grafiekjes, fucking grafiekjes. Op 4K, ze. 4K is... Ja, ik wil het niet weten. Een dipje. Ik wil het niet weten. Het is bij ons allemaal niet echt heel goed, niet meer, denk ik. Maar... Dat gaat wat zijn als we binnen 30 jaar in tapetjeskot zitten. Hey, we gaan niks van elkaar verstaan, maar we gaan wel lawaai maken voor iedereen daar. Dus dat gaat dan ook wel weer meevallen. Zeg, even om... want ik heb een gevoel, ja, wij kunnen hier nog 5000 jaar blijven gaan met alles wat jij hebt meegemaakt. Maar hoe zit het met Channel Zero nu? Wat zijn er nog plannen? Wat wil je nog doen? Maar ja, Volgend jaar is 30 jaar. Zijn, hè? Sorry dat ik u even onderbreek, maar u hebben een aantal keer... buiten het feit dat je heel zotte dingen hebt bereikt, heb ook altijd zo de start en dan kwam er iets tussen. Je hebt al een paar keren opnieuw moeten beginnen met die band, eigenlijk, bij wijze van spreken. Nu zitten we in de... Wat is dat dan? Het derde leven van Channel Zero? Of... Ik denk dat wel. Volgend jaar is 30-jarig bestaan, dus ik weet dat er een 30 jaar, man. Dat is absurd. Allee, ik weet het. I know. Moesten mij dat 30 jaar geleden gezegd hebben. Ja, manneke, ik heb ooit in 1996 op de eerste Graspop, toen dat Golla er stond ik in het publiek naar uit te zien. Ja, maar ja, bon, ja. Het is maar dat zeg genoeg over mijn leeftijd. Ja, maar over die van mij ook wel stilletjes aan. Dat ik ook begin te denken van, fuck man, ik herinner mij die gasten nog. En nu is dat zo'n soort... Ja, allee, ik moet eerlijk zijn, ik heb lang gedacht dat ik dit nu niet meer ging kunnen doen. Ik heb ook het geluk gehad dat ik eigenlijk in het stopmoment met Channel Zero heb ik eigenlijk 2 jaar stemtherapie gevolgd. En dat heeft mij eigenlijk, moet eerlijk zijn, dat heeft mijn redding geweest. Want ik heb in de eerste periode van Channel Zero heel veel gehad dat ik eigenlijk... Hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn eigenlijk met Black Fuel in de studio beland en daar is Atti de eerste geweest die zeiden van de hoofdfrequentie de gitaar bevindt zich pal op de toon waar de stem zich bevindt. En dat was een beetje dat gevecht dat ik ook al zo lang had, een stuk van, soms was dat niet evident. Het grappigste is dat je daardoor soms je stem een stuk gaat positioneren en daar ook een soort toon uithalen die de mensen de max vinden. Ken u met die repetitions en nu veel, die stem van u, dat is toch al uniek daar, dat moment dat je die hoognoten haalt. Want dat zijn zo'n momenten dat ik ze zei van, dat zou ik geen 10 nummers naar elkaar kunnen doen. Ja, nee, natuurlijk niet. Dus maar basically... De noot van help zelf al. Wat wel het unieke aan alle sound was ook het feit dat je een ruige stem doen, maar jij zou eigenlijk ook een klassieke heavy metal zanger kunnen zijn. Alhoewel, dat zou me niet liggen. Ik denk niet dat ik dat graag zou doen. Nee. Maar die balans dat er geheerst heeft in de nummers die er waren, ik heb ook altijd, ik had met Phil ook altijd zo de ruzies, geloof dat nu of niet, de Phil, Franky, moet toch een beetje ruiger, hè. Ik had zoiets van gast. Ja. Weet ik nu eigenlijk wel wat je vraagt? Ja. Ik heb op een bepaald moment, ik weet nog goed, als we in Connecticut waren en ik met hem de ruzie had, ik heb hem gezegd, als je nu nog één keer begint over ruiger zingen op die plaat, ik zei, belde nog fucking Max Cavalera en ik bol het af. Zo simpel is het. Zei, als je, zijn stem is toch nog altijd... Ik zei, maar dat is een ander verhaal, die in tuning zit veel lager. Allee, weet je, bedoel... Maar die heeft ook een heel ander stem. Ja, allee, weet je, maar het gewoon... probleem is, een stem kun je niet Nee. Programmeren. Nee. It's no way. Je kunt, nee. Atti heeft eigenlijk Xavier een stuk doen inzien van, jij kunt met je klank een stuk dat verhaal er rond gaan steken. Dat je dat gat een stuk laat voor de zang. En dat was, dat was voor hem ook zo van, en Atti had zoiets van, doe dat gewoon voor de zanger, want het is in je eigen voordeel. Weet je? En ik was toen blij dat achter fucking 6 jaar eindelijk een producer zei van, dat is ook een stuk van de moeilijkheid van dat verhaal. Lot die zanger ook eens een keer zingen anders. Ja, maar dat is... Geeft die iets wat ruimte. Ja, dus, maar dat is al, weet je, tot zover zat ik ook altijd in zo'n discussie soms. Dat ik je hebt dat ook als je live speelt of repeteert. Wij zijn de enige in heel de ploeg. Allee, ik kon daar niet zanger gebleid, maar dat is wel een klein beetje waar. Ja. Wij kunnen niet die knop hoger zetten dan dat die gaat, hè. Je hebt soms repetities dat je voelde, de ene vindt dat hem wat zachter stond dan de andere, dus die beginnen zo zachtjes allemaal bijten. Ja, de drummer, dat zijn altijd beesten, dus die rammen dat ding er kapot. En jij zit er zo van... Mannetjes, meer dan deze komt er niet uit, hè. Dat maakt niet uit wat dat je doet. Jawel. Er is een manier, Alexander Zwazen. Ik heb dat geleerd met Channel Zero... En ik ben niet ontzwaals, ik ben ondertussen verkoper geweest in keymuziek. En ik heb dat gaat het over dingen in uw anus steken, want dan haak ik af. Nee. Zo, ik ga, niet in uw anus, maar... maar in mijn anus gaat er sowieso niks steken vandaag. Er is hier al genoeg langs de andere kant ingegaan hier. Vandaag fucking ijscrème met alcohol, de Turbeau Noir. Ik ben zelfs al naar de wc moeten gaan, dat overkomt mij nooit tijdens een show. Jezus, ik ken ook niemand dat zoveel babbelt als schaam. Niemand. Ja, maar er is ook veel te vertellen, hè. Dat is waar, maar toch. Och man, dat is onwaarschijnlijk. Het is fantastisch ook. Ik moet niks doen. Dus ik zit hier al met een derde cameraatje. Ja, jij zit hier al zo van... Hoe gaan we hebben we het record eigenlijk al? Och man, dat record dat is al lang vergeten. Dat is al geen nieuws meer. Dat is al in de achter... Hoe lang zijn we al? We zijn al dik boven de 3 uur. Ja. Yes, baby. Maar nu moet ik het ook niet meer uit, want ik ben teruggesteld. Dus dan kunnen we terug voort. Dus rond dat 3 uur moet ik even... Ja, maar ik zag u zo wat rondschuffelen en ik denk, gaat dat lukken of niet? We zaten vooral in het jaar 1996 of zo. En het was al 2 uur. Ik wist ook, ik dacht, dat moet allemaal nog komen. En wij zijn al keihard lang bezig. Dat is fantastisch. Maar ja, het is zo... Allee, je ziet, wat ik wil zeggen is dat... Heel dat verhaal heeft zoveel om handen en om voeten. Dat is... Mm-hmm. Allee, ik blijf erbij, als je daar eens goed bij stilstaat... Mensen vragen van, waarom zijn je gestopt? Maar ja, weet je, ik denk niet dat er kan gezegd worden. Het is meer dat ik het zo moeilijk heb met het verhaal dat Kenny zo zegt van... Ja, ze hebben er eigenlijk een beetje... Ze hebben er niet willen vergaan. En ik heb iets van mijn besten. Ja. Niet willen vergaan. Oh. Allee, dat is voor mij bijna een steek in het hart, want... Mm-hmm. Geloof me vrij, er is veel water door de zee gegaan voor bepaalde zaken. Maar het grappigste is dat we daardoor ook altijd die pieken en die dalen. Maar ik weet ook niet, en ik durf dat nog altijd zeggen, van, was er een plan? Is er een plan? Ik weet dat niet. Als je mij nu vraagt, het is nu 30 jaar Channel Zero. Voor 30 jaar? Maar ja, we zitten weer in allerlei complexe discussies. Mm-hmm. Wat zouden we moeten doen om het goed te doen? En ook ondertussen is het ook zo, je moet de realiteit bekijken. Wij zijn niet meer de hottest thing in town. En dus, is dat erg? Nee, is dat niet erg? Ja, je probeert toch nog altijd een stukje best te doen. Want veel mensen zeggen, maar die nieuwe plaat niet. Maar blijf erbij, ik denk dat die laatste echt wel iets te bieden heeft. Maar ik denk ook dat een zeitgeist, of hoe dat je het kunt noemen... Ik weet niet of dat er nog veel mensen echt heel zwaar, behalve de mensen van onze leeftijd, er nog mee bezig zijn. Want voor nu de jeugd op te scheppen, good luck. Hè. Er is veel veranderd. Hetgeen dat ook met zich meespeelt, of dat je het wilt of niet, je bent zelf ook niet meer jong. Hè? Ja, maar nee, tuurlijk niet. Dus je moet het niet doen alsof... Het is een groot verschil. Ik denk dat als je nu als jonge gast, wat wij ook mee hebben gemokt, maar wat veel bands van onze leeftijd meemaken, is natuurlijk... Ja, een 18-jarige lustert niet naar een 40-jarige. Dus, is dat erg? Nee, dat tuurlijk niet, want je hebt dat gehad. Maar dat is wel mijn vraag dan. Misschien om mee af te sluiten na 3 uur en voordat we nog 4 uur gaan. Maar wat wil je eigenlijk nog doen? Wat zie je er nog gebeuren met Channel? Want als ik u hoor vertellen, je hebt eigenlijk heel veel van de dingen, gelijk dat je zelf zegt, zijn er bijna ingerold of zijn altijd dingen geweest die je nooit had gepland, gelijk dat ze zijn gegaan, maar ze zijn zo gegaan. Waar zie je het nu nog naartoe gaan met Channel Zero? I don't know. Mm-hmm. Ik weet dat niet echt. Ik meen dat. We gaan nu volgend jaar die 30 jaar doen en we zijn een paar zaken aan het uitwerken en dat is weer zo een tocht door de desert van fucking Mojave. Mm-hmm. Whatever. Usual. Allee, mm-hmm. Ik verschiet er al mee van. Ik heb natuurlijk nu mijn afleiding. Hè. Ik heb meer dan genoeg te doen, want ik ben ook mee in een Facebook-ads bedrijf stuk begonnen. Dat eigenlijk vrij goed loopt. En dus vervelend doe ik mij niet. Maar het is wel zo dat een Channel Zero verhaal... Ja, ik voel mij... En ik, dat is niet erg. Ik voel mij eigenlijk eerder zo... Ik zing in die band. Ik doe daar keihard mijn best voor. Wat ik er moet voor doen. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik ben ook niet meer zo de springer om te zijn van... waar is die barricade hier? Ik heb ook leren een stukje omgaan met wat is. En want het forceren, soms kun je er jezelf op betrappen dat je zegt van wat willen we nog doen om beter te doen? Terwijl ik ze met die vorige plaat vond ik dat wij iets sterk gedaan hadden en toch, de aandachtsgraad was 0, nada, niks. Dus, weet je, dat kun je zeggen, is dat erg, is dat niet erg? Ja, dus wanneer ik zeg van... Ik blijf er nog altijd bij. Ik denk dat wat u ook overkomt, of toch in mijn verhaal, denk ik dat het dikwijls te maken heeft met... ik ben nu met dat DJ-verhaal bezig. In 2 maanden moet ik gaan draaien in Vietnam, in godsnaam. What the hell? Ook weer hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij iemand binnengestapt die een praline wou maken met mijn bier en... Ja, dat is nu voorlopig nog niets zoals dat geworden. Je die nu ook nog bij had. Nee. Allee, dat is nu een dwaas verhaal. Ja. Mensen die mij inviteren, weet je wat, we willen dan een keer proberen. Ik ben er naartoe en dan dag nadien word ik gebeld uit Japan. Ja, ik heb gezien dat je daar bij die persoon zat. Uw bier, ja, we kunnen dan een keer proberen. Ja, dus allee... Voordat iedereen nu weer gaat pijzen, wow, nee, we gaan Japan nog niet veroveren, maar het is natuurlijk wel leuk. Maar het grappige is, die man had zoiets van, je zegt, ja, een band overal, ja, dat kost centen. En nu, je zit er nog met 2 Amerikanen, dus die gasten zijn ook niet van gisteren. Dat zijn die mensen die in het bierfestival in Japan doen. Mm-hmm. En die is zijn markt nu aan het verbreden. En die zei ook, ja, zegt, kijk, nou, eind oktober komt over en doe DJ-set. Ik zei, ja, dat is ook het makkelijkst, kost ik niets. Hè. Ja, ik heb, het is ook iets dat al een stuk... ben er nu ook al zo lang mee bezig, tot in het absurde. En ja, dus weer opnieuw. Ik heb zoiets van, moest jij mij 3 maanden geleden zeggen, ja, binnenkort ga je aan het draaien in Vietnam. Ik dacht van... Ik pijs dat ik van de week als moet kijken, moet ik dat inentingen weer pakken of I don't know what. Voordat ik daar ergens in Pyongyang whatever staan, dat ze zeiden van, Bobby, ja, keer maar weer, want... Allee, weet je, dus... Ja, Alex, I don't know. Ik blijf erbij. Ja, ik heb ook al iets van, ik ga wel slapen als ik dood ben. Dus wanneer dat gaat juist zijn, weet ik niet, maar bon. Nog 1 ding dat ik misschien wil vragen. Dat is ook zoiets. De Dovi-keukens-reclam. Oh. Hoeveel gezeik heb jij daarvoor gehad? Maar eigenlijk niet, dat was zeer lucratief zelfs. Ja, dat mag ik godverdomme hopen, ja. Allee, lucratief. Ja. Het was zeker niet aderlatend, maar dat was ook weer iets dwaas. Dat komt op uw piste, dat wordt u gevraagd. En dat waren de mensen van Brightfish hier uit Antwerpen, die eigenlijk al de reclames doen. En die hadden eigenlijk... Het ding was eigenlijk, zij wou bewijzen aan Dovi... En dan aan Donald Muilen van... Je kunt ook een andere clip maken dan dat jij nu altijd maakt. Zo droog en zo simpel en eenvoudig. Mm-hmm. En dat kan evenveel effect hebben. Dus die hadden mij dan gevraagd van... Ja, zie je dat zitten om een gitaar kapot te slaan op zijn keuken? Dus ik dacht van... Ja, waarom niet eigenlijk? Het was ik wel een vrij grappige. Dus ik ben nog iets voor betaald geweest. Moet eerlijk zijn... Rijk worden er niet van, maar dat was natuurlijk wel... je krijgt er een halve krats voor en dat is leuk. En je zegt je dan een hele dag... Kijk, en Donald Muil heeft mij gezegd... Franky, ik ga u nooit vergeten. Maar eigenlijk mag ik niet zeggen waarom. maar we kunnen dus wel zeggen dat de mens echt bestaat. Hij bestaat echt en hij is eigenlijk... Het is niet speciaal. Het is niet speciaal. Maar ik moest iets doen en er mocht iets niet breken. En toch is dat gebroken. Maar wat er gebroken is, mag ik... Dat moet je niet zeggen. Ieder zijn imagination. Misschien zijn ze toch niet zo onbreekbaar als dat je dacht. De keukens van Dovi. De Franky kreeg het kapot. Ja, maar het was, maar het was ook niet moeilijk. Had er niet over nagedacht als ze daarvoor vroegen dat je denkt, daar ga ik in de metalwereld gezeik voor krijgen? Of trekt Alex, u dat ik kreeg al heel mijn leven gezeik in de metalwereld. Was het niet voor help voor sommigen? Dat was het wel voor... De reden waarom dat ik die botten draag, dat is ook zoiets dwaas. Dus, al de vrouwen, Franky, ja, de max. En al die mannen, verdomme, dat is alleen maar om aandacht te krijgen bij het vrouwvolk. Natuurlijk is dat zo, maar basically was het wel simpel. Ik had mijn Achillespees afgeschopt en ik moest spelen in de AB. En die dokter had gezegd, kijk, zegt hij, je bent 2 maanden te vroeg in je herstel. Dus je gaat eigenlijk nog niet kunnen... je voet gaat nog niet genezen zijn om dat goed te doen. Je kon er niet veel aan veranderen. Ja, een of andere zot in Tenerife had tijdens een voetbalmatchje mijn Achillespees letterlijk afgeschopt in één trap. Ik had zelfs een bal nog niet geraakt. Ik wou die week al zelfs niets doen. Alleen met mijn dochter iets doen qua sport of whatever. Dus ik keer terug en... ik was eigenlijk nog niet genezen op het moment dat wij de AB moesten doen. Dus de eerste show dat we dan gedaan hebben in de Bebop, die een try-out, was eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Dat was een try-out, maar dan heb ik eigenlijk de eerste morgen die een brace afgepakt in 7 maanden. Dat moest normaal 10 maanden blijven zitten. En dan kwam ik er in de Bebop achter, waar dat spekken glad was, waar dat het zweet van de plafond liep, omdat er gewoon veel te veel volk in de Bebop. Dus dat was een fantastisch concert, maar ik had zoiets van, fuck man, ik kan gewoon niet stappen. Ja. Dus ik stond en zo, heel die zaal ontploft, ja, Channel Zero is back, la. En de week daarachter ben ik letterlijk in de fetish shop in Brussel binnengestapt en tegen die madame gezegd, mijn dokter had mij gezegd, Franky, koopt u uw botten. Dat gaat een steun zijn. Ja. Maar ja, kijk, ik had zoiets van, uw gebod, nee, ja, het gaat ook weer een wat spel zijn. Dus ik dacht van, ja, ben ik zo in een fitty shop binnengestapt en die madame zei, ik zeg, het is simpel, ik moet een bot hebben om mij recht te houden. Met mijn kruk. Ja, ik kwam met mijn kruk en binnen. En ben ik zo, allee, weet je, dat zijn zo van die dommigheden, zo, maar terwijl, ja, de Franky doet dat voor op te vallen en natuurlijk doet hem dat en dat is voor de wijven binnen te draaien en, maar dat ook, maar bon. Dat is wel cool, altijd, als je dan Antwerps gebruikt om die... Ik heb een voze naam doen, is het in Antwerps. Dat valt ook weer al op. Dus, allee, bon, maar wil het maar zijn, dus, ja, allee, dat zijn zo van die dommigheden. Mm-hmm. Blijf erbij, ja, weet je, ja, dat is allemaal zo... Ja, ik zei het. Ik, dikwijls durf ik zeggen van grote plannen, ik weet het niet. Ik ben er niet zo goed in. Ik denk dat het mij vooral overkomt. Ja, pijs ik dan. Allee, weet je, als je van Tenerife van een vlieger naar een vlieger huppelt, hè, met je twee valiezen tussen je dingen, en je komt op die vlieger gekropen, gestrompeld, en dan zeggen ze, ja meneer, ja, we gaan er weer af moeten, want het is, de motor is kapot, we moeten hem vervangen. Ik heb dan 5 uur bij de oudjes gezeten. En dan tegen de zaterdag kwam ik dan toe en zijn mijn voet dan ja, we gaan dan maandag of dinsdag opereren en dan de maandag is het simpel. Mm-hmm. Krijg ik mijn huis. Ja meneer, je hebt Mexicaanse griep, dus dat gaat in eerste instantie niet lukken om dat te opereren. Dus ik heb dan 3 weken door de hel gegaan. Mm-hmm. Bijna er het loodje bij neergelegd, 4 uur gezien. Dus, allee, weet je, maar dat zijn zo dingen, allee, mensen hebben zoiets van, man, hoe trekt jij dat aan of zo? Je zoiets van, ik weet dat niet, waarschijnlijk wel, maar... Allee, weet je, dat zijn allemaal van die domheden. Ik kan u er een boek over schrijven. Ik denk dat jij dat dringend eens moet gaan doen, ja. Eigenlijk. Want je hebt in ieder geval het record vernield van de langste podcast hier. Dat was waanzin. Franky, ja. Mag ik u al het geluk toewensen met uw bier, met uw ijscrème, met de andere bieren die nog gaan komen, want dat hebben we ook zo'n beetje half laten vallen. Klopt. Als je die hebt, komt nog maar eens terug af, want zeker. Ik denk dat we nog een aantal uren kunnen vullen. Ik denk dat de periode 2002-2009 nog niet... Allo, het is dat, dus ik denk dat we nog wel, een gatje kunnen vinden dat we kunnen opvullen voor een paar munt. We kunnen er een lopende episode van maken, alleen met u. Maar merci dat je ze dat gekomen is. Mega cool. Goeie bier, goeie ijscrème. Probeer dat. Als het ergens in de winkels terechtkomt, laat het weten. Turbeau Noir bierijs. Het staat er letterlijk op. Klopt. Melk, suiker, room en bier. Fantabulous. Goed, Franky, merci dat je hier wordt. Met plezier, gast. Cool. Met plezier. Dank je voor het inviteren, by the way. Dat was het weer voor deze week. Welkom to the AA. De middelste aflevering, de langste aflevering. Yeah. En ik heb een gevoel dat we nog niet in de helft zitten van wat daar allemaal nog kan uitkomen. Maar dat is misschien voor een volgende keer. Dat was het voor mij, dat was het voor Andries, dat was het voor Franky De Smet-Van Damme. Dank u. En tot volgende week, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Aha, ik ben hier aan hier voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de lessen. Not the face! Rivers of Cum. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.